Beste vriend, beste vriendin van de podcast, en als u niet de keuze kan maken tussen een van de twee bovenstaande, um, vrij om u te voelen wat u voelt, ook in het uh, nieuwe jaar 2023. Louis, um, dit is de eerste podcast die we opnemen in het uh, nieuwe jaar 2023. Wat mag ik u wensen? Dat is een goede vraag, wow, een moeilijke vraag. Um, een, beetje, <laughs> is... een beetje meer dan vorig jaar. Van alles een beetje meer? Van alles een beetje meer. Zoals bij de slager. Ja, het mag wel eens wat meer zijn. Um, heel veel van onze fans, we hebben er honderdduizenden, vragen uh, om, elke keer uh, via sociale media, hoe is het in het fruit? Hoe is het met de prijzen van de appels en de peren? Um, Kun je dat vergelijken? Momenteel is er veel... Nee, je kunt dat moeilijk vergelijken. Hè? Appels is, uh, is echt heel moeilijk. Ik wou echt een mopje maken. Ja. Appelen met peren vergelijken. Oké, okay, nee, sorry. Ja. Uh, nee, want er is eigenlijk niet over te lachen. Hè? Nee. Uh, oh, ik vind niet. Uh, de, de appels is, uh, is echt moeilijk. Dus kan, als ik, mag ik ook nog eens een oproep doen? Ja. ja? Dus gewoon dat iedereen wat meer appels zou weten. Ja, maar hoe... Oh, oh, peren ook. Niet zomaar appels, natuurlijk. Ja, maar dat vond ik er wel over. Ja, nu Als je nu bezig bent... Welke de Primo-appel bedoel je? En, waar, waar en is de, je de Ruby Gold-appel bijvoorbeeld. Oh, ik heb hem gegeten op ski-vakantie. Uh, de nieuwe appel kom, die eruit kom komt. Je, kom die op ski-vakantie aan die ja, nieuwe appel? Ja, ja. ja. heb je al meegenomen. Ja, de Piet had, uh, nee. had op ski-vakantie Ruby Gold-appelen Dat is iets speciaals. Ik moet hè? wel zeggen, um, jij dus als kenner, uh, krokant, mm -hmm. niet extreem zoet, nee, niet en, extreem zuur. Nee, um, en wel van pas. Ja. Moest wel even wennen aan de kleur. Ja. Schone appel. Ja? Uh, Dirk? Mega. <laughs> dit ik verwacht, voor alle duidelijkheid, dat het mensen dat ook weten, dit is niet ingestudeerd. en ah, nee, maar, ja, maar het, was, het is wel een hele lekkere appel, echt ja, waar. dank je wel. En, dan, en dan, uh, het mooie was dan, uh, er zijn mensen ook nog van, van onze groep naar uh, de winkel gegaan, en dan Pieter de Vos, die dan ook um, die appels keurt en afkeurt als die toekomen. <laughs> ja. Die dus dan ook nog een keer gaat schillen, en dan zegt ja, nee, deze appel moet je niet eten. <laughs> en dan ook zegt hij tegen de mensen, heb jij deze appel gekozen? ja, ja. ja. Uh, dat vind ik goed. Die mag, het is niet geen van ons, maar je moet hem wel opeten eten. Ja. Ja. Er is ja. één man die um, alles kent van, um, van Pieter de Vos. en Het is trouwens ook niet gepland, deze link tussen Pieter de Vos ja. en onze gast. Maar, um, ik weet niet of dat maar in beeld is geweest, maar we hebben hem wel horen lachen. Uh, je bent, jij bent blij dat we hier zijn, hè? Ja, toch wel. Geen. Ja, jongen, dat is niet zeker dat je blij bent. Hè? Ja, wel, 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 wel. Oh. Ik ben heel ik ben blij. Ik, ben niet blij. Ja. Um, um. ik heb wel wat um, overredingskunst moeten binnenhalen om uh, of uithalen om onze gast binnen te halen. Gewaard, je je, je eigenlijk, uh, Dirkie meersman, van harte welkom in de show. Gewaard redelijk um, afstandelijk, afzijdig, gedacht laat anderen dat maar doen om podcasts in te spreken. Ja, ik luister liever naar anderen dan dat ik mijn eigen hoor praten. Ja. Maar je moet ook niet luisteren naar u. <laughs> rest zou wel luisteren. Ja, ja maar ja, ik, ik ik vind dan altijd, ja, was er over mij zoveel te zeggen. Oh, is... ik, ben, ik vind er veel interessanter mensen zijn dan mij. Maar uh, voor even terug te komen op die appel wel lekker appels. Oh, die Ruby Gold is echt waar. Ja, Jij dan je die gegeten. Gegeten, hè? Jij hebt die ook al gegeten, Je ook al gegeten. Ja, ik heb Peter genoeg geplaagd in zijn leven dat ik nu soms eens gratis een appel. Ik had teken. ook geen <laughs> heeft genoeg in de zure appel moeten bijten. <laughs> ja, staat hier trouwens ook al op ons voorbereiding voor het eerst in onze carrière, denk ik. We hebben ook twee uh, twee bladeren, uh, drie bladzijden afgeprint voorbereid. Kan, uh, dit en je moet gewoon... is niet vergeten om nee, ja, dus <laughs> we hebben ze al goed. gehad. maar ja, We zijn ja. altijd vergeten op de printer thuis. Ja. <laughs> ja. Um, over interessante uh, onderwerpen. Annick Bijloos, we zitten hier in Laakdal. Jij komt uit Sint-Truiden, Annick komt uit Sint-Truiden. Kennen jullie elkaar? Ja, ik ken, ik ken Annick al van, van als ze beginnen rijden, dus als, als kind. En, en eigenlijk André, haar vader van daarvoor. die had toen altijd een paar paarden waar hij een beetje mee handelde en zo. Ja. Dus ja, ik ken, ik ken Annick vrij goed. Louis, welke reacties heb je gekregen op, uh, op Annick Bijloos in de podcast? Degene die we hoopten te krijgen. Ja. Um, met name uh, vooral inspirerend. Hè? Er ja. heel veel mensen... Wel, ik denk dat het wel veel mensen geraakt heeft. Het is... En, uh, ja. En ik, ik denk zelfs... Mensen waar ik het echt niet van verwacht had, en mensen die, die ons daar veel over aanspreken over de podcast, en die ook uh, kritisch durven zijn, zeker van die mensen vond ik dat er echt heel veel positieve reacties kwamen. Die, ja. die, die, die daar echt straf eraf verhalen, die blij waren, die dat ergens van... Hoor zeggen naden en die wisten hoe het ongeveer in elkaar zat, maar het zo uitgelegd uh, krijgen. En zeker alles wat er na het ongeval kwam, is toch wel indrukwekkend. Ja. Dirk, wat is de BGLSR? Oh, ja, dus... Je kunt dat eigenlijk een beetje vergelijken met uh, paardensport Vlaanderen nu, alleen was dat ook nationaal. Ja. En, nu... en het staat voor, of het stond voor. Oh, Jongens. Belgische groepering van landelijke, landelijke en, stedelijk en stedelijke ruiten. ruiters. Trouwens, um, jij gaat het telefoon krijgen of van Lies Vlaming of van Glen Maas. Ik denk dat jij de eerste gast bent in twee man en een paardenkop die meteen Paardensport Vlaanderen zegt en niet nog bij VLP blijft hangen. En je mocht ook de afkorting niet gebruiken: hè? PV, nee. We hebben op ons. Uh... Of ikzelf zelf. op onze PV. Ja, Paardensport. Ja. Ik ben er ook op aangesproken. Amai, toch eens goede punten daar. Ja. ja. <laughs> <laughs> um, ondertussen moeten we ook even teruggrijpen naar de podcast Aris Molders. Um, buurman, heb je buurman gezien? Nee. Meen dan nu? Iedereen heeft me erover aangesproken. Echt, ik denk 10 of 15 mensen hebben een foto laten zien met buurman. Nee. <laughs> en ik heb buurman niet gezien. Best wel, best heeft. Ik ja. heb hem gezien in de verte, ik was aan het onroepen, ik denk met hengst te springen, dat hij met Urika reed en dat buurman in een cvd jasje op, uh, oh. op de Kiss and cry stond. Ja, dus dat is, uh... En de, vlag, iets, de Nederlandse vlag iets mee gebeurde? Ik heb hem niet gezien. Dus uh, er werd gezegd dat buurman de vlag mee had. Um, wij, maar, zijn ook wel, wij zijn ook stommeren, We zitten daar weken over bezig. Ja? Dat is zo'n mooi verhaal, en we hebben het eigenlijk niet. Het Nederlandse ah, ja. vlagje hebben we niet afgewerkt. Nee, maar daarentegen. Dan nu gezegd zijnde, um, moeten we ons richten aan de, je, de KNHS, Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond, aan horses.nl, aan ekenews.nl. want we hebben met uh, Irene Verhul van Jumping Amsterdam wat er binnen. Enkele weken aan. Is dat niet dit weekend, Nee, ja, we moeten eigenlijk ah. opletten, want uh, we moeten opletten dat deze podcast uitkomt ah, voor, voor Amsterdam. Ah, voor um, maar in elk geval, Nederlanders. Um, jullie hebben misschien gezien wat dat heeft teweeggebracht in uh, Mechelen. De Belgische vlag is een garantie op een Belgische overwinning. Dus we roepen jullie allemaal op om ook Nederlandse vlaggen mee te brengen um, op, ik denk, zondag Wereldbeker in Amsterdam. Uh, Irene Verheul website, uh, Facebook, Instagram, kunnen jullie allemaal vinden. Um, Nederlandse vlaggen. In Amsterdam, dat is um, de opdracht. Dat is dat gezegd. Willem Vermeer werd in onze podcast aangehaald, Winter En, dat is wel nog even belangrijk, um, Maurice van Vliet was de vierde ruiter ja. die met Harris Molders naar okay. uh, het EK wist. En het was zijn vader en Maurice zelf die het ons uh, ja. vertelden. Maurice van Vliet. Wat vond jij van de Belgische vlaggen in Mechelen? Op tv lijkt dat mooi. Ah, <laughs> Ik ben, gewaar, ben, dat? ben zelf in Mechelen niet geweest. Nee. Ah, okay. Wegens. Ik heb altijd zoiets, uh, je zult mij heel zelden als toeschouwer op een jumping zien. Als ik er niks kan gaan doen, ga ik er niet naartoe. Ah, ja. uh, ik weet dat niet. De, ja, aan de andere kant, is het al heel lief. Uh, ik wil daar rustig thuis op ja. tv bekijken in mijn zedel. Okay. Wat vond er van? Ja, top. <laughs> Mooie Mooi winnaar. Ja, geweldig. En daarom, had iemand het gedacht dat, dat, kon, dat hij dat kon winnen uit die groep van vijf? Dat is het mooie aan de sport. En waarom zo? Ja, toch wel. Hey, Willem is ook een winner. Plus, uh, als, ik, als ik dat dikwijls bekijk, in, in Mechelen wint niet altijd het snelste paard. Uh, ai, ik wil mijn eigen bloemen gooien, maar ik heb bijvoorbeeld ook eens de Sayers gewonnen met Cicero. Die ja. waren ook veel sneller paarden dan Cicero. Heeft dat met de hal te maken? Ja, misschien wel. Die bochten. Willem's bochten kwamen allemaal perfect uit. Hij had overal de voorwaartse beweging. Wat Pieter uh, en, uh, en, Daniel en Daniel dan net niet hadden. En uh, goed, Willem reed ook al een geweldige eerste ronde. Ja. Heel gefocust. Wat ik hem, dan mag ik gerust zeggen, zelf ook al wel eens verweet vroeger: Van dat hem het iets te makkelijk deed en ja... Ik moet zeggen, Willem heeft een enorm stappen voorwaarts gemaakt als ruiter ook, vind ik. Ja. Dat vind ik interessant. Kun je daar eens een... een uh, want hij gaat het als compliment opnemen, daar ben ik zeker van. Kun je daar eens ons een, 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 een beeld van geven? Willem zocht vroeger altijd de voorwaartsbeweging. Als hij diezelfde proef, denk ik, vier, vijf jaar geleden rijdt, dan gaat hem die lijn... Uh, Drie, vier hè, van die oxer naar de muur. Ja. En dan die oxer erachter. Ik gaat de hem altijd een ene minder rijden. Omdat hij zocht dan altijd de makkelijke weg. Of makkelijk. Ja, ja. Ja. Voor hem. Zijn natuurlijke. Ja. En ja, nu, je zag dat hij, hij zocht de buitenkant waar. Hij sloot zijn paard op. Ja, hij deed alles perfect. Ja. Maar vroeger zou je dat niet gedaan hebben. Dan, dan zou hij dat te moeilijk gevonden hebben. Dat is wel een super chic compliment. Hé, ja? hoe ja. moet ik dat zeggen? Ik vind dat hem nu het laatste jaar echt de weg naar een topsport gevonden heeft. Voordien ja, maar, was Willem ook goed. Ik ja, wil ik, ik helemaal bekijk. geen afbreuk ja, doen aan Willem. Maar ik, ik zeg maar gewoon hoe ik het bekijk. En ik moet zeggen, over het algemeen heb ik dat wel. Ik heb er wel uh, een beetje een tik van. van. Ruiters en paarden te analyseren. De, uh, ja. Is ja. een van de, van de uh, dingen. Want uh, mogen we dat zeggen? Je bent... je wordt 59. Ja. 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 Even. Uh, Zegt dat ze men zeker een Nee nee nee. nee. Oh, daar je <laughs> Nee nee. Um, je wordt 59. Je hebt um, uh, gigantisch hoge toppen geschoren uh, in, in de sport. Um, ik, we hebben, uh, maar Ruiters um, respecteer nu enorm voor je... Analytische kunde. Er is weinig dat je ontgaat over een weekend, zelfs als er zelf op concours. Mm -hmm. Zeg maar binnen België, ook wat er buiten België gebeurt, hebben we bijna allemaal gezien. Hoe komt ja. dat? Eén woord, passie. Ik heb mijn heel leven. Ik kan niet zeggen dat ik maar aan... Ik heb in veel dingen interesse, vooral topsport zal ik zeggen. Maar ja, ik ben daarvan bezeten al van, van als ik klein ben. Van, uh... Ja. Rijden, wat doet wie, hoe doet die dat, dat paard, zus, dat paard, zo. Uh, ja. Dat. Heb ik het dan altijd bij het rechte eind? Nee, maar ik probeer er wel van te leren. Maar hoe voltrekt je dat dan? Is dat constant nog filmpjes nakijken, video's nakijken? Ja. 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 Want, want ik wil ik wil maar zeggen: je kunt kijken je dan een hele vijfde grote prijs nog eens gans terug op Nee. nee. Die dat ik wel zien. Ja. Dat ik wil zien. En dat wil niet zeggen dat ik, dat ik die andere mensen niet, niet respecteer of, of, of minachtend over doe, maar dat zijn bepaalde uh, ruiters waar dat je toch altijd uh, ja, iets ja. meer voor, voor aandacht aan schenkt, zal ik zeggen. Klinkt eigenlijk als een enorm goed profiel voor een bondscoach, hè? <laughs> ja. Ja. Is toch zo? Ja, 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 ja. Is toch zo? Ja. Ja. En, maar dat, dat komen we straks toe. Um, ik, uh, of het is nu waar of het is wel waar. Gewaard, uh, moet kloppen, tien jaar oud? Tien jaar oud. En gewonnen? Nee, en je eerste EK bij de ponies. Tien jaar oud. Ik ja. kon juist mijn veters knopen toen ik tien jaar oud was. En ik... Ja. <lacht> <lacht> hoe, 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 hoe moeten we dat dan, dat EK, inschatten? Ja, dat is ook niet zoals dat, zoals dat nu is. Uh, ik denk, in die tijd, uh, hoeveel ponyruiters waren er, misschien vijftien. Was, dat stond toen echt in, in de beginschoenen. Ja. Dan spreken we van hoogte. Ja, dat was ook al wel deftig niveau hoor. De, maar ja, ik zat daar eh, toen in de ploeg met een met Michel Blaton, maar die was Evelien Blaton, ja. Benny Mopmans. Ja. Die, het jaar voordien was het EK in Denemarken en toen was ik negen, dus ik mocht niet rijden. En dat wist ik. Maar Benny Mopmans, zijn pony, was gekwetst. En toen is die met mijn pony nee. naar het EK in, uh, in Kopenhagen gegaan. Ja. En dan twee jaar later, als je aan twaalf bent, dan wint je, je eerste Europese medaille. Ja, ja met de ploeg. Ja. zelfde pony? Nee. nee. Maar dan, dan kom, kom je dan uit een paardenfamilie? Als je op die leeftijd. Al bepaald succes gehad? Uh, ja, mijn ouders waren boeren, maar zonder vee, akkerbouw vooral. Ah, ja. Ik kom niet van sint maar van landen, maar dus opzij. tussen Tienen en Sint-Ruiden, dus tarwe, gerst. vooral suikerbieten. Uh, ja, en mijn vader, die reed ook, LRV. Mijn grootvader ook altijd paarden had, boerenpaarden je kent dat. En zo ben ik erin gerold. en ja... Soms vind ik dat, dat erg van mijn eigen, dat ik dat nog steeds zo heb. Dat, ik ben daar nog altijd van bezeten, en dat had ik al van als kind. Ja. Dat, toen, toen ook al ja. bezeten. Ja. Waar ik dan, want je springt meteen naar, naar het Europees kampioenschap je in een LRV ruiter. Ja, ja. LRV landen. Ja mijn vader die, ja, die is drie keer provinciaal kampioen geweest in Brabant, nationaal is hij nooit kampioen geweest, maar ik bedoel ja, dat was, mijn vader was daar dan commandant van, van de club. En dat was de man die u als ruiter dan gevormd heeft in, uh, in het begin? Ja. Ja. Dan ja. vind ik het wel gek dat je als LRV ponyruiter al op uw tien het nationaal of het internationaal federatie gebeuren ja, maar dat da was niet zomaar. Dat is bijna zoals je nu naar een van die vreemde landen gaat en je visum moet aanvragen. Hè. Dat was bij mij bij de LRV ook. Hè. Moest daar uh, bij kan ik de mei en Daniel van de Sompelen in de ja. tijd nog. Uh, ja, dat moesten je toestemming van krijgen. Hè. Om te je... mogen ja. uit de LRV te treden, zo gezien. Ja, voor dan aan die wedstrijden mogen mee te doen. Ja. Dan en, de mij en Daniel van der Maar werd je dan opgemerkt omdat je zo goed was? Of ah, als negenjarig of tienjarig manneke? <laughs> ah ja, nee, maar ik weet het ja, ja, niet. We waren er, er dan zo uitzonderlijk goed dat ze toch zijn komen halen in een LRV. Want ja, Michel, Bliton, Michel Blaton en yves Blaton gaan geen LRV gereden hebben. Nee, maar ik denk dat dat ook eerder gekomen is. Zo de, de familie Mopmans, uh, die hadden begin in geen En wij hadden thuis... Ja, een pistje van 30, 15, wat in die tijd al Groot was. luxe was. En die kwamen twee keer uh, per week, met twee vrachtwagens, of camions, van Wellen naar landen. <laughs> van die ijzeren bakken, kan je je al voorstellen, die paar. <laughs> Daar op de, op, op, de, op de borduur gebonden en zo. Maar die rijden nationaal, Begelazer. en, vroeger hadden de Begelazer en de Federatie, noemden ze dat zo. De KBRSF was de federatie. En die rijden dat, want die rijden geen LRV. En dan hadden die gezegd: ja, je moet eens meekomen. En zodoende toch eens een licentie gepakt. En ja. De ja. trein op de rails en vertrokken. Ja, ben ik daar zo aan. Ja. Dirk um, de Meersman wint op zijn twaalf een Europese medaille, uh, een medaille bij de ponies. Um, is dat dan. Meteen de lancering van een grootse carrière? Nee, helemaal niet. Dat was ook de bedoeling niet. Uh, thuis zagen ze dat ook niet zitten dat, dat ik dat professioneel zou doen. Plus jullie spreken van talent, dat, dat werd thuis toch zo niet bekeken. Dat is heel simpel. Ik had toen ook een goede pony. Dat was een codex. Codex is je hebt Lugano, je het Vlugel, en je hebt Codex, dat waren de grote drie. Ja. Dat was een codex uit een pony. En die was juist Pony. Dus dat is de codex die achter Darko zit? Ja, ja. klopt. Grootvader ja. van Darko. Ja. En uh, ze doende, ja, dat was wel een hele goeie. Die, die had vermogen, die was voorzichtig, die was snel. Uh, ja, dan hadden ze snel veel talenten. Ja, dat helpt wel. Ja. ja. Oké, okay. en ik, ik zeg het, mijn vader was LRV, maar ook een boer, hè. Ik ben net als Yves Lampard, hè? Farmerson. <laughs> ja. Ja, ja. En ja, goed. En ik, toen al had ik zo'n beetje... Uh, wie was toen de ploeg? Daar gaat ook van verschieten, weet je dat? Toen had je twaalf waard. Ja. Nee. Ja. Jij werd 58. En ik was 24. Nee, dat is niet aan de nee, linker. Nee, 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 nee. maar, uh, ja, uh... maar nu moet ik zelf eens denken, ik ben niet wil storen toen. Het jaar is. Evelyn Blaton is het... was erbij, denk ik. Ja? Paul van den Bos. Och, wacht. Wow. En is dus een hezelpol van den Bos? Ja, nee. Die was in die ploeg. Ik weet zijn pony ook nog fresca. Maar. Ja. ja. Och. Hoe, I, wat is van de ruiter, Paul van den Bos? Of, of waar dat is was die? een goede ruiter? Ja, moet ik moet nu wel zeggen. Um, sorry dat ik onderbreek. Vandaag de dag, Paul van den Bos rijdt uh, misschien zes concoursen op een jaar. Is wel straf. Die springt niet hoger dan 1,20. Paul en 30. van den Bos. Oh, sorry. Danny. Nee, nee. Paul. Paul van den Bos. Ah, Paul, he? He. Ja, ja, ik was, ik zat bij. Danny was er ook bij, denk ik. Maar Danny was dan niet in de ploeg. Dan zei hij: Maar Paul was de oudste. Ja. En ik denk heel weinig mensen van nu weten dat Paul was een goede ruiter Dus die zat daar in de ploeg. Want jij gaat zeggen, Dani rijdt zes concoursen op een jaar, niet zo hoog, maar die wint wel. Ja, ja. ja, en die gast heeft een oog. Hè. Ja. Dat is Paul, Paul was niet zo'n winnaar, maar Paul was wel een goede jockey. Die heeft alle, alle grote concoursen gereden. Echt? Ja, toen bestond er geen global hè, in die tijd, maar die heeft Rome, die, die heeft alle Wat? grote... Paul, Paul van den Bol. Dat wist ik ook niet. Oh, dat is wel even op onze lijst te zetten. My. Ja, dat vind ik wel, ja. Oh, ja, eigenlijk wel. Ja. Oké. Okay. Uh, interessant. We, 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 we laten en dingen momenten. was oh, er op, ook op. bij. Fabien Denieu ja. Oog. ja. Maar die was natuurlijk heel jong. jaar ouder dan mij. Dan schrijven naar een leeftijdprijs. Natuurlijk. Ah, sorry. Ja. jaar ouder ja. als mij, maar ja. nog heel ja. jong was ja. ze. Ja. <laughs> ja. Ja. Paul van den Bosch, uh, Fabien Denieu jij... denk Yves Schoon, oh, schoon, schoon ploeg. En had allemaal was... mensen die. Oh, dat was eigenlijk. Een Paul, een Paul noemde die. Die in Brussel zo'n ponymanege had. Oh, ja. ja. goed. Die tijd was dat allemaal. Ja, ja. Maar ja. toch zijn allemaal mensen die wel zijn overgebleven. Of ja. allemaal mensen die. die nog, bijna nog allemaal rijden. Ja. Bijna mensen die nog allemaal rijden. Ja. Op Polna. Uh... Ja. Spelen. Ja, wel, ja, wel. Er zijn er nog heel veel van, van mijn generatie, zal ik zeggen, dat, dat nog rijden. Ja. Sterke lichting eigenlijk. Allee, oh. Degelijke lichting. Ja. Okay, je hebt dan een, een LRV-carrière. Um, <coughs> een, een vogeltje heeft mij verteld um, dat je les gaf in de club van Bekkevoort. We komen van 12 jaar, uh, waren kampioen bij de ponies, zilveren medaille op DK. Naar het um, lesgeven in de club van Bekkenvoort. Hoeveel tijd zou daar tussen zitten? Uh, hoeveel <tie> tijd? 14 jaar. 14, 15 jaar. Ah, oké. Okay. Sorry, zit er tussen. Ja. Dus je waart 5, 26 als geen Bekkenvoort... Uh... Nee, nee, nee. Ik was toen 8, 29. Ah, oké. Okay. Ja, ja. Nee, nee. Ik ben gestopt... Dat wou ik zeggen. Bij de ponies ben ik op mijn 14 gestopt. Dus... dus en dan... Uh, ik denk in... 93 of zo ben ik een uh, beetje voor terecht gekomen. Ja. Ja. Was dit daartussen nog? Uh, kan dat zijn dat daar, ik had hier ergens opgeschreven de cumul? Is dat er voor? Nee, ja, dat zit er ook. het moeten we nu uh, reanimeren of? Als nadeel aan live opnemen, hè? Ah, ik niet... dacht dat ging zijn: ik wil even een uh, shout-out naar Frank Kemperman of. Uh... <coughs> Allee jong. Nee. Wat je mij mocht wensen is een betere gezondheid. Ja, we moeten begonnen. Ja, je bent, je bent ziek geweest. Hè? Oh, verschrikkelijk. Maar je ziet er wel goed uit nu. Nu, hè? Na, na ziekte. Oordera. Ja. Uh, dus... Uh, ja. oh, was ertussen ge... Wat heeft ertussen gezeten, het opleiden van jonge paarden. Zo een van mijn dromen was ook Zijf. Uh, Dat was toen ook het van Hut. Maar. Uh... Ik denk dat dat nu ook veranderd is, maar toen moesten 15 jaar zijn om daar mogen deel te nemen. Maar goed, iedereen reed er toen. Dat was ook uh, iedereen reed jonge paarden, en die kwamen allemaal bij een goede jonge paarden daarbuiten. En dan, ja, mijn vader was ook nogal boer op dat gebied, hoeveel als dat niet moest. Dan. Voor op zijn een tijd, als ik het nu zo zie. <laughs> He, uh, maar dan ergens zoiets gekocht. Ja, In die tussentijd, zo na mijn veertien, heb ik wat paarden van Luc Ringoot gereden. Ja, die, die heeft me twee ponies toen gekocht. En dan wat paard waar ik junior wat mee gereden heb, kwam van Luc Ringoot. En die heeft me ook wat jonge paarden gegeven. Maar Luc Ringoot. Als jij nu 58 bent, um, dan gaat Luc Ringoot. Wat zou de man ertussen zijn? Geen idee. Ik weet het niet. Ja? Oké, okay, dus die was, ja, die was een jaar of 10, 15 ouder aan het zeggen dan nu? Zeker, ja, ja. zelfs meer. Ja, ja. ja, ja oké. Okay. En ja, goed, heel waarschijnlijk zag die wel iets in mij. En die, die heeft me wel een paar uh, jonger paarden gegeven. En dan het eerste jaar, als ik dan 15 was, dan wou ik wel naar Jève. Maar vroeger hadden die Serie 1 en Serie 2. En, ja. en, dus, maar Serie 1, dat was maar goed 1-10. En ik ging met drie paarden naar Jijf toen. Drie zesjarigen. Van 1-10 niveau. En ik had ze, op het einde van de rit had ik ze alle drie binnen de 15 eerste. Dat was voor mij wel ja, een, een openbaring. Dood. Ik stond wel aan de leiding na de eerste twee dagen. Ik kreeg fouten een tweede dag, eh, de derde in de finale. En ja, goed. We spreken. Waar we vierden? 1979 dan. Maar ja, het is wel een, scherpe, een scherp geheugen. Wie weet je nog wie het er dan wel won, bijvoorbeeld dat jaar van de zesjarigen? Uh, Bert Matthijs met Tarzan. Bert Matthijs? Ja. Ja. Verdorie, ik zeg het niet Bert Matthijs, Ik heb hem nog gekend ja, in heel de in veel teugel. Ja, de teugel won ook nog, ja. maar dat was voor zijn plezier. Maar ja. die heeft vroeger op het hoger niveau ook veel gewonnen. Tarzan en Palermo, dat waren twee utvada's. Abnormaal competitieve gast, uh, man, ruiter. Ja, 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 Ook een paardenfamilie. Ja? Ja, ja. Die waren met tien kinderen en die reden allemaal. Ja. Ja. Um, ja, ik, ik, vond, ik vond iets van Kempeneers. Van ja. Links en rechts. De Cumul. Ja, Dat is toch de Cumul, hè? Ja, de, de, Dan koperijen. heeft die man mij eens gecontacteerd, oké, okay, die, die had toen maar een paard. En in die tijd had deed mijn moeder had ook een winkel in Tiene: van paarden, uh, ja, een, een ruitershop. En uh, dan was ik ondertussen 16, 17. Dan had ik een Honda Dax. Oh. Ja, en Max. Ja. Johnny. Uh, dus ik ging in tienen naar het school. En dan reed ik van tienen uit na mijn school eerst even daar één of twee paarden rijden. Uh, bij, van, maar toen was dat eigenlijk maar een eerst toen was dat nog niet van de cumul Maar goed, dat is dan gestopt. En dan, voor een paar jaar denk ik. En dan ben ik daar toch eens terug begonnen, maar toen ging ik al niet meer naar het school. En toen had hij zijn binnenpisten en ook het dekstation. Hij had angst Furioso. En. Welke Furioso is dat? Furioso Z. Ah, oké, okay, ja. En zodoende heb ik daar toch, ik denk, negen of tien jaar gereden. Niet fulltime, maar drie, vier, vijf, zes, pa ja, zeven paarden per jaar. Per, per dag. Ja. Furiozo Z, we even nog even een, een zijsprong maak. Ik zit in de, in de ruiterbar, <coughs> lieve Hendricks in, in Mechelen. Um, en Stefan Dellaby komt uh, bij mij zitten. Polly um, Nee, nee. Hij zegt, uh, ja, die podcast, jongens, dat, dat was gewoon wel een uh, bedrijf van Kemperman. Daar heb ik toch nog iets van te zeggen. Oké, okay, ja. ja. Die nauwsverkoop in, in zangerij, dat is eigenlijk niet helemaal zo gegaan, zegt hij. Um, um, ja, Dat was eigenlijk iets meer openbaar. Ik kon er ook paarden gaan kopen op die moment. En ik ben daartoe gegaan, maar nog gaan mannen mannen uit, uh, uit West-Vlaanderen naartoe gaan. En het was, wacht hè. vader Korompis. Alex, ja, vader Korompis. Ja. Al, nee, de... Alex. Maar, Michael, Alex Korompis, ja. En, Michael de Korompis. Ja, zijn vader. Ja. Alex Korompis moest dat organiseren. Um, en ze kregen daar een Ramiro meritie te zien. Um, en ze wilden die kopen, maar dat was een van de verkeerde lijsten. Die mocht eigenlijk niet verkocht worden. Dus de mannen, um, Alex Korompis, wijlen, als ik me niet vergis. Um, ja. Zij, um, ik, ja, ik heb ze laten zien, dus je moet ze ook kunnen kopen, maar ik moet het wel voor vanavond 7 uur weten. De man had ze gekocht, en dat is de Mary Reina, die de grootmoeder of overgrootmoeder was van Espoir en van grootmoeder van ja. Tresor en de gaanse de reeks. Ja. Mooie, mooie, ja, zei, ja. Sorry, dus vandaar Furioso Z. Uh. Ik kwam even in mijn, in, mijn, in mijn hoofd. Maar was Furioso Z zelf een Furioso zoon? Ja. Maar hij is eigenlijk. Het de... zijn een paar goeie van geweest, maar ook niet meer. Nee. Ja, het was een heel mooi paard. Het was, die was hetzelfde gefokt als Voltaire. Friozo. Ja. Goddarts. nee, ik weet het niet meer. Ja, het kan. ja, ja. dat kan wel. Ja. Ja. Um, dat is hè. Platin, ja. Platina is nog, uh, nog generaties later waarschijnlijk dat die boven water komt. Ja, ja, want toen, toen reek ik al niet meer bij Mark. Ja. Nee. Wat was het en... eigenlijk van de, sorry, van de student, Dirk de Meersman? Dat is een goede ramp. Ja? <laughs> nee, goed. Ik, dat interesseerde mij eigenlijk allemaal geen bal. Ik zat een hele tijd aan die paarden te denken. En pas op, dan moest ik af en toe ook mee naar het veld. Zaaien, uh, uh, pikdorsen, uh, ja. bietenrooien. Dat heb ik ook allemaal meegedaan. Heb je hebt een diploma, al is het maar een middelbaar? Ja, ik ben er achteraf nog eens een beetje mee voor naar school gegaan. om dat af te in, werken. Voor je middelbaar? Af te... Nee, nee voor, voor in de winter toch voor nog een diploma. Uh, voor, ja goed, je kent dat, ik zou landbouwer worden. Dat paarden dat zou hobby blijven. Dat... Ah, ja. Nee, daar was geen sprake van. Ja. Dat, dat, ik, dat ik in de paarden ging, nee, dat, dat ging niet gebeuren. En uh, dus ja, toen begon je al dat je voor alles een diploma of een getuigschrift, of zo moest hebben, dan ben ik. Ik denk dat ik in mijn zesde jaar gestopt zijn. Ik had er dan al een paar twee keer gedaan, denk ik. ik. Ik en de leraars, bij sommigen was dat een heel goede match, en bij anderen was dat helemaal geen goede match. Die, die mochten zeker niet beginnen van, en? je hebt weer slecht punten. En uh, weer te veel met paarden gereden, ja, dan. Dan ja, deed ik meest... niks meer. Dan ging ik... Ja, dat ging niet. Maar die vakken die me wel interesseerden, daar deed ik dan wel mijn best voor. Like, wiskunde kon ik vrij goed. Frans ging ook wel, omdat ik wist dat ik dat ooit eens ging nodig hebben voor talen en zo. Maar ik ben ooit... Ik, ik ging in landbouwschool en ik, ik, ik had examen, fruit deelden. Ik wist gewoon niet waarover dat ging. Gewoon, ik wist het niet. <laughs> Maar dat interesseerde mij ook niet. En ik snap de dag van vandaag nog altijd niet hoe je een boom moet snoeien. Hè? Ik begrijp er niks van. Dus... Maar goed, er zijn andere mensen voor. Dat was mijn ding niet. Ja. Wanneer kwam dan de slag van. Tjie, die paarden, dat zou eigenlijk wel eens kunnen? Dat dat lukt? Ik vind, ja, veel mensen zeggen we geloven niet in geluk. Ik vind wel dat je een beetje geluk moet hebben. Ik heb. Uh, dan val ik even terug. Als ik denk dat ik 16 of 17 uh, een collega boer uit Melkwezer, uh, in de buurt van Linter, die vraagt mij eens om zijn vijfjarige in Schijf te rijden. Een uh, Vlugel Lugano. Vroeger was het veel Lugano, vlugel Vlugel Lugano. En ik heb die daar gereden en ik was tweede in het kampioenschap. En de paard uh, daarnaast verkocht aan Guido Bruinings. Guido heeft er heel veel mee gewonnen. Ook Aken mee Aken was het trapje te hoog voor Wugel, Maar hij ah ja, heeft wel uh, veel gewonnen. Dus goed. En dan. En die man was dat, was. dat was mooi voor ons. Hè? Boer, de boerken onder elkaar. Ja. Ja. En dan enkele jaren later. Had hij een zesjarige Sudan... En hij komt naar mij en zegt... Zou je die niet op die cyclus van, van BWP kunnen rijden? Want mijn oudste, of een van zijn dochters, deed haar communie. En dat was heilig bij die mensen. Dus hij ze zegt, ja. geen kans dat mijn vrouw mij laat gaan. Maar ik zou toch graag hebben dat dat paard daar loopt. En omdat dat goed, een goede samenwerking was... Maar ja, samenwerking... Ik ging er eens opzitten in de week en ik pakte hem mee naar de jumping. Hè. Ja, ik erop gezeten. Zo'n vosje, kop zo'n beetje omhoog, wit blesje, vol bloed. Hij kon een beetje lopen, lekker in een tuiger, veel actie. Springen, de kop omhoog, de beentjes omlaag. Wat vast in zijn rug, maar zo voorzichtig. Zo voorzichtig. Pah. Dus ja, die rijden. Op wedstrijd dan. En uh, ik won me één van mijn vader, en hij was derde. Maar, ja. maar de man was verbaasd dat ja. ik derde was met dat paard. Hè? Want dat was wel een succes. <tiek> dus kwamen er nog wel twee andere wedstrijden aan, ja, had hem toch liever de rij hey. En zodoende heb ik die dan gereden, en dan heeft hij de finale eigenlijk gewonnen. Op die moment had ik al iets wat beter paard. Mijn vader die had er zo'n handje van aan zo van, bij van die handelaars, zo van die goede kopen paarden. Te gaan. En zo was er een, een handelaar in Boutersum, Florie van P. Waar ook de vader van Niels Bruinzeels vaste klant was, de Harry. Die kwam daar zoeken naar paarden voor zijn manege. En ja, soms had er iets beter tussen en we komen daar in die stal en er stond zo echt een schone bruine, echt magnifiek paard. Was dat? Oh, die kan niet springen. Dat is het dressuurpaard. De voorstand, een paar, pakte de alles, joh. De zaal, daarop, ja, dat was zo'n oude kasteelhoeve waar die zat langs de grote baan in Boudersum. Ja, daar zo, ja, meestal modder. Je kon daar nog eens die baan op en afdraven. Ik had al gedaan wat gereden. Kom, spring eens over. Want die man was al naar binnen getrokken. Ik erover gesprongen. Oké. Okay. Ik reed naar een hogere nokser. Maar dat leek niet slecht. Ja, die ging af. En eigenlijk iedere sprong, sprong die. Ja. Wat moet die kosten? In die tijd was dat nog bij Belgische frangen. Ik denk, vroeg me 70.000 of... Ja. Op het einde van de rit 60.000, 1500 euro. En we hadden hem. Maar ja, ik, ik kwam ermee op wedstrijd en... Trek ja, klanten, iedereen wilde paard kopen. Maar ik had iemand die me... wat hulp, waar ik ook een paard voor had, Annie. En die, die zei: ik wil die wel kopen en ik verkoop die nooit meer. En bij dan een klein beetje winst heeft zij die gekocht. En die heeft ook helemaal haar woord gehouden. En dat was Calypso. En die heeft die gekocht. Want die naam hebben wij gegeven. Want er waren zogezegd geen papieren bij. Maar dat was altijd bij die mannen. En ja, vroeger. Ja. En zo, dat bestond niet. Dus ja, hebben we hem Calypso genoemd. Tot ik eens, maar dat is dan later, in Show Fontaine is op Jumping was. En toen herkende Stefan van Ingelgem. Het was blijkbaar het dressuurpaard geweest. Nee. Ah, ja, echt, maar die had wel wat karakter. Maar die was een jaar of acht, denk ik. Ze dus uh, Robert Thierry, onze, onze boer, die, die zei... Oh, zou jij die niet blijven rijden, dat voske. En dat was Edelbert. Ja, in het begin lachten ze me allemaal een beetje uit ermee, maar die wou gewoon geen fout maken. Dat ding was zo voorzichtig. En ja, ik probeer, dan is hij toch naar mij thuis gekomen. En dan ben ik hem ja, beginnen rijden. En eigenlijk is dat dan een beetje de start geweest van mijn internationale carrière. Uh, toen nationale, een paar grote prijzen van voor. Leeuwarden, wat nu over in oktober terug de ja. eerste keer was, was mijn eerste bij de Seniors. En daar won ik ook direct een proef. Dus ja, daar ben ik dan ook altijd mee naartoe blijven gaan. Ja, gaan. En uh, zodoende nog altijd s'avonds of s'nachts thuis van Leeuwarden, en dagen eerst op het veld met een tractor. Uh, ja. Of bieten uit fabriek brengen of, of rooien. Of, uh, dan spreken we eind jaren tachtig waarschijnlijk. Ja, ja. ja, en zo kreeg ik toch af en toe al eens. De kans van eens internationaal gaan te rijden. waar ze mij thuis dan ook wel toelieten en, en ook gunden. En, uh... Is er de enig kind? Nee, ik heb nog een zus van tien jaar jonger. Hm. Oké. Okay. Nou, ja, die, die rijdt niet. En uh, zo, beetje bij beetje, kreeg ik nog een paar andere paarden. En, en ondertussen ook eens een die iets ouder was van de Cumul. Fantast van de Cumul was er een van. Dat was een Goldfish. Uit dezelfde moeder als dan later platine. Daar heb ik een paar uh, halfbroers van gereden. Tot uh, moet ik even denken 91. Zo wisselend succes. Zal ik zeggen... Ik, maar je reed wel rond met je zaal naar de mensen en je ging daar waar rijden? En nee, niet ging... nee, nee, overal. Of thuis, of dan bij campen eerst. Maar van de rest, er, dat deed ik niet te veel. Nee. Dat is ooit wel eens gebeurd, maar nee, niet te veel. Nee. We hadden thuis elf stallen, een klein binnenpistje. Ja. <laughs> echte buitenpist hadden we niet. Dan moest ik een kilometer over de weg ergens in de straat rijden. Maar oh ja, dat deed ik gewoon. Hè. ja. ja. Ik heb ondertussen eerst nog legerdienst gedaan, want dat vergeet ook iedereen. Ik heb nog legerdienst gedaan. Ah, en wat, waard in het wat was uw functie in het leger? Apotheker. Nee, <lacht> dat <lacht> meen je niet. <laughs> ja, ik zat toch bij de medische dienst, ja, ja. in de apotheek. Veldhosp... Maak je zo'n een goede student waard? Ja, tuurlijk. Mocht dat wel. Ah, ja. ja, ik moest dan die veldhospitalen mee controleren. Dat wordt altijd... Ja, ja. tien, tien maanden toch? En dan heb ik ook twee jaar in een fabriek gewerkt. Ijzersfabriek. Ijzer. Ah, ijzer. Oh, tje. Zakkornetto's, maar. <laughs> nee, dan, uh, dan was het niet mee goed gekomen. En dan ben <laughs> ik ook zo dik geweest. Nee, maar mijn vader zei altijd: Je kunt toch niet voor een baas werken. Want, ja, mijn vader was een vrij moeilijke mens. En uh, dan ben ik daar twee jaar gaan werken in posten. 6, 2, 2. 10. Ja. Maar, uh, ja, dan, dan had hij ook zo'n beetje. Die, die binnenpiste die werd ook gebruikt voor, voor, uh, voor de machinerij. en dat, dat moest er dan uitgezet worden, maar dan wou je dat er niet uitzetten. Dan... Dus die ging van, van 3015 naar 2515, naar ja, 2015? En, en, en dat er niet te rijden was. En wat deed ik dan? Als, daar op die industriezone, omdat ze daar veel met die grond gewoeld hadden, dan was het was wel droog. Er zijn momenten geweest dat ik de camion de pakte met drie paarden. Ik stik alleen. Langs zo'n geel lamp, straatverlichting, ja. en daar was ik aan het rijden. Tot een uur of tien. Stik alleen. Met, ook met Edelberts bijvoorbeeld. Ja, dat was er ook bij. Diep. Eigenlijk onverantwoord. Want dat is dan: uh, ik vind het gewoon hoe dat je het schetst. Uh, legerdienst, um, in, in de ijzerfabriek werken, op uh, in industrie een beetje um, mm -hmm. wa, wa, waar rijden voor zover dat kan. Maar je spreekt over 91. Een jaar later gaat hij wel naar de Olympische Spelen. Ja, maar toen... In 91 kwetst... Uh, of 90 al? Calypso. Nee. Dat was mijn beste paard. Edelbert was mijn speedpaard. Die, die... Ik heb nog... Ik heb thuis nog ergens een video waar vroeger op iedere grote jumping was uh, Prix du Champion. Hè, uh, knockout waar ik samen tegen Filip Gerdarij. Hey. So, hey, dat is wel, dat is wel mooi. En eigenlijk van toen zijn we ook altijd Vrienden. goed bevriend geweest. Mm -hmm. En uh, ja, das, uh, maar dat was mijn speedpaard. Dus Calypso die werd ge geraakt gekwetst. Ja, wie nu grote prijs? Ja, Edelbert maar eens proberen. En de eerste grote prijs weet ik niet meer precies waar, maar twee fouten. Oei, hij kan dat precies. Mijn vader die zei altijd: die was helemaal tegen dat paard, die alles vernieten. te kunnen zitten. <laughs> zijn kop omhoog en zijn benen naar beneden. Ja, en dan, ja. Dus ja. Maar ik, ik geloofde er wel in. Ik had het gevoel dat het kon. En toen op, in 1991, ja, in Kapelle dat was dan altijd vrij vroeg op het seizoen, komt er een man naar me toe met zijn dochter: Jij moet mijn dochter lesgeven. Ik zeg, ik kan het zelf niet, man. Wat moet je dochter toch lesgeven? Ik zeg, ah, ja, de, ja, en die liet niet af. Ik moest en zou zijn dochter lesgeven. Dat is goed. Dat was een man van perk. Daar, uh... Net naast de luchthaven, ja. Ja. ja En die komt een paar keren bij zijn, uh, bij zijn dochter naar de les. Ja, ik, de meisje, want ik had er ook niet zoveel verstand van. En toen, dus dat was geen naar perk of zij tot bij u? Nee, nee, naar mij. Die kwamen naar mij. Onder de straatlantaarn of, of in nee, de Nee, dan had ik toch. Uh, toen had ik de beschikking over de ja. binnenpist. Ja. Toen, toen was het goed. Maar uh, ja, en toen zegt hij... Uh, ik ga eens met mijn buurman praten voor sponsoring. Sponsoring? Die een tijd. Ludo had al optiebeurs. Ja. En ja, uh, dingen. Rv Godinho, Akai. Dat was zo'n tijd dat die, die hi-fi-installaties uh, hey. fel opkwamen en zo. Ik zeg... Buur. Ja, dat is een van de grote mannen bij Kenwood in Zaventem. Dat was een buur. Ja, ja goed, doe maar. En uh, is het, Ja, een beetje later, ik heb ermee gepraat en dit en dat. Ja, goed. Maar ik verwachtte daar ook niks van. En toen, Bavikoven, Belgisch kampioenschap, was altijd Baviken. Hij zegt. ik kom met de man af met, met zijn buur. Maar dat is Japanees, uh, Kenwood. Dus, dus komt zo'n Japanner af. De eerste dag ik rij. Komt een Japanner af? Ja, ah, samen ja. met ja. de Japanner was de hoofdpersoon. Maar Jos, de winter noemde. Ja. Die was. Uh, er juist onder. Dat was in België, de grote baas. En wie was, dan, wie was de man die met zijn dochter uh, naar u kwam? Wie legde de link? Freddy van den Bergen noemde hij. Hm. Ik heb een geen contact meer met de man nu, maar, maar ook nooit iets gebeurd. Maar eh, ja, je hm. kent dat. Uh... Yeah. Oké. Okay. En uh, de eerste dag, Edelbert voelde niet goed. Ik wist dan dat die mannen kwamen. Hè. Ik denk, ik ga niet rijden. <laughs> en ik laat die mensen naar Bavikoven komen, naar die jumping. Ja, en meneer ja, moet er rijden. En <laughs> ik zeg: Luister, meneer, ik ga niet rijden. <laughs> ik zeg: Mijn paard voelt niet goed en ik wil hem niet kapot rijden. En uh, ja, sorry. Sorry dat je tot hier gekomen bent, maar ik wil, ik wil mijn paarden niet aandoen en ik wil er nog jaren plezier van hebben. Dus ik vind dat niet kunnen. Iets mee gedronken, iets mee, mee gepraat en een... oké. Okay. Een week later kreeg ik telefoon, In dat uur, contractbespreking. Door dat zei die Japanner die mens moet hebben. Ja. Die heeft een hart voor dieren. Die die zet al op de eerste plaats. Heb Ik uh, kreeg toen een contract voor twee jaar. Oké, okay, ik had er ook allemaal geen nul van. Ja. Dan ben ik uh, bij Ludo te raden, te raden gegaan. Van, omdat die had al wat contracten met optiebeurs en zo. En zodoende hebben we, een beetje later, in september 1991, hebben we contract getekend. Toen noemden ze ook allemaal Kenwood zeker? Ja. ja. En toen... Verdiende toch, eigenlijk als ik dat nu bekijk, verdiende ik toen veel voor, ja, ja. voor die en tijd. En daar kon ik mijn kosten van doen. En toen ben ik eigenlijk, af en toe hielp ik nog wel eens op het veld en zo, maar toen ben ik eigenlijk fulltime in de paarden gegaan. Ja. En het mooie is, die, die, die Japanese, dat verandert. Hè? Die, dat is ook met trappen en die gaat hoger. Vijf jaar hebben we contract getekend. En ik ben tien jaar gesponsord geweest. En de laatste vijf jaar is er nooit een contract getekend. Dat was gewoon puur vertrouwen. Ah, oh, dat is wel knap. Ja. Jos de Winter, dat was de tweede vader voor mij. Amai. Ja. Geweldige mens. Mooi. Ja. Zou hem nog... No. er nog zijn? Want het doet u iets. Ja. Ja, die man. En zo... Hoe klein de wereld is. Zo is Chris van Loo in de journalistiek terechtgekomen. Ja? Ah. Daardoor. Ik reed uh, mijn laatste wedstrijd voor de spelen in Barcelona. Reed ik in Luxemburg. Dat was zo'n klein pistje, maar iedereen kwam er. Oberanven. En, uh... dat is wel de concours waar ik... Uh... Ah, kan wel. ook van sprak. Is ja, ja. ook altijd maar Luxemburg. Luxemburg is zo'n mooie concours. Uh... Dat was zo klein. Dat was bij de familiekneip. Dat weet ik nog. En niet die de Frank organiseerde, Camperman? Nee, dat was Mondorf Le ah, okay. ja. Pardon? Dat was daar kort aan het casino, de ander was. En daar reden we onze laatste wedstrijd voordat we naar Barcelona gingen. En Chris was een vriend van Jos de Winter, zijn zoon. Ja? En Chris is toen meegekomen. Kijken. En die zijn dan nog bij ons gebleven. Ik weet niet meer precies hoe het in elkaar zat. Maar ik weet alleen dat we we zijn naar huis gereden en hij is ook mee naar landen gekomen samen met mijn zus en zoon toen zijn we in Centraal op stap gegaan en dat was poof. maar goed ja. dat, dat moest ook eens dat was de viering ja. van de spelen en, 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 en al die druk is weg van het was nu zover maar zo is Chris ook omdat hij, oh ja Frans Pitterseil ja, in ja, die ja. tijd die was van Centraal en ik heb. Chris, Chris was, die, die heeft vroeger zelf ook gereden. En die was. Uh, die was wel geïnteresseerd om een beetje te schrijven. En dan heeft Frans. Um, ja, dan gedaan. Dat Chris in de regio Brussel daar. zo regionaal over paardensport kon ja Heb jij ooit Frans Pietersil gekend? Niet persoonlijk wel. Overhoord. Ja, dat kan niet. Maar... Ik heb hem een paar keer. Uh... Een paar keer ge, 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 gesproken is een groot woord toen ik dat net was moeilijk, begon. Hè? Als omroeper in Lummen uh, heb ik eens een paar keer gezien en, en ja, dat was wel een figuur. bijzondere figuur. Ja. 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 Kun je het eens even schetsen? Ja, Frans had, was wel gepassioneerd voor, uh, voor de paardensport, maar Frans was, zoals, uh, zoals ze dat zeggen, een echt een truiner. Die moest u of die moest u niet. Als u u niet moest, ja. Dan werd ook geen goed woord geschreven. Frans die dronk nog wel eens graag een pintje en, en, en wat meer. En uh, ja, dat was. Maar ja, op een of andere manier klikte dat wel uh, met Frans. <coughs> en, uh, ja, die, die maakte dan ook. Ja, je kent dat toen der tijd. Wat... Computer was er amper, dat was fax hè, en alles. Ja. Dus, maar dan moest er toch wel eens iets in de pers komen en zo. En dat regelde Frans dan allemaal voor mij. Hè. Ja. Maar ja, Frans was die schreef voor het warmbloedpaard in der tijd. Equitime. Ja, ja, dat was een encyclopedie op dat, op dat gebied wel. Hè. Ja. Maar ze dus, zo zijn we bekend moet. En zo ben ik ja. professioneel geworden. Ja. En dat is dan het jaar voor de Spelen. Neem ons eens mee. Naar de Spelen, want dan ga je met dat van, van wie is Edelbert op dat moment? Edelbert werd normaal verkocht. Hij is drie keer verkocht geweest. Op zijn zes jaar kocht Filip van Lanaten. Of een sponsor van Filip, maar weer afgekeurd. Dan heeft Michel Blatom nog eens gekocht, ook afgekeurd. En toen, dan later, als ik al hoger aan het draaien was, toen langs Peter, Postelmans, naar Italië. En mijn grootvader, een grote supporter van mij, maar die, die, had, die zat aan twee kanten. Mijn, mijn onkel was een rallypiloot. Hij had in de rally gezeten. En dan ging hij dikwijls, vroeger waren die rallies veel s'nachts. Dan ging mijn grootvader dikwijls s'nachts naar de rally kijken. En door een dag kwam hij naar <laughs> de jumping. Op de jumping, iedereen kende mijn grootvader: Boken. Ik noemde die Boken, en dat was voor iedereen Boken. Dat was, iedereen ging erbij. Ja, dat was een hele vlotte mens. En die zegt: Dat laat ik niet gebeuren dat hij dat verkocht wordt. Ik koop hem. Voordat die Italianen hadden toegezegd. En hij heeft hem gekocht voor mij. Ja. En dat was zo gezegd ook het ticket dan voor de Spelen? Ja, dat was al, dat oh, ja. was al het jaar ervoor dat hij ja. hem al gekocht had. Ja, want anders was hem weg. Maar dan, ja, goed, voor de Spelen. Dat begon in 1992. Ja, dat was niet... Nu hebben ze er meer, meer keuze. Hè. Dus Antwerpen, dat was dan in maart. Wereldbeker, Sportpaleis. Heb je dat nog meegemaakt? Nee, maar ik moet wel zeggen, ik ben, als er één iemand lacht, dan, dan stoppen we de podcast. Ik ben de, maand, nee, de zondag ben ik naar André Rieu gaan kijken in Sportpaleis. Oh. Daar lag ik niet mee. Dat is ah, okay, nee, nee, me En Jij zet die op in Nee, dat is <laughs> goed. Oh, hè, man. Man. Nee. En ik zat daar in dat sportpaleis en ik keek daar omhoog. En mijn Winter Equestrian Nights gevoelens kwamen weer naar boven. Ik dacht: wat een plek om concours te geven. Kan ik me wel voorstellen dat dat een moeite ja, was. Die pist op zich niet zo groot. Nee, dat kan niet. Ja. Maar ik ga zeggen: ja, Darko en Ludo, dat was wereldtop. En zo ene hadden we in België nog niet gehad. En ik moest vrij van achter binnen in de proef. En Ludo was ook al door, en Ludo had een fout. En ik moet zeggen, dat is de eerste keer in mijn leven toen, dat ik zo, als ik over die laatste kwam en een kick kreeg, ik was nul. Ik reed nul en ja, ik kwam over de laatste, en de Alamechla zo, dat, dat sportpaleis, dat, dat barsten, dat los, dat was... Wow. Dat was geweldig. Mooi. Sportpaleis. Ja. Dat was, was chic. Ja, goed, Barrage kreeg een fout. Was. Ik denk zesde en Kurt Gravenmaier zevende. Ja. Nou ja, dat is altijd zo, dat, dat is wel leuk, dat, achteraf dan. Maar, uh... en dan kwam Rome, want wij hadden niet zoveel jumpings. Ah, nee, ja, ja. En wij hadden geen, uh, geen toeren voor warmte lopen of zo. Dus de eerste buitenconcours, piek, Piazza di Siena. <laughs> Klote concours voor mij. Ay, nee. Geen ene prijs gereden. En Erik, Erik was erbij, Erik Wouters. En Erik, ik denk dat we hem vandaag nog allemaal missen. Iedereen die hem gekend heeft. Erik was een speciale mens keihard, maar ook ja, toch ook rechtvaardig vind ik. Ik, ik kon goed met Erik en ik had er nog geen ene prijs gereden. In okay, landenwedstrijden was ik niet slecht. Ik deed 0 en 4 of 8. Ik vind het, ik vind niet met Edelbert? Ja. Dus dat gold al als een van de kwalificatiewedstrijden. Oké. Okay. Ludo met Darko, daar was geen discussie nee. over. Die ging. En in die tijd, Evelyne Blaton bij Schokkemeulen, careful. Die ging, ging ook. Ja. En... Uh, oh, geen prijzen. Ik had een miskoop gedaan, zo'n grote Ramiro... Erik, die, die, zijn hart lag ook op zijn tong, dat was. Zeg, manneke, jij had hier nog niks gewonnen, Zou jij bij die grote lompen die krachtproeven niet reed. Ik zei. Jong, ik doe dat niet graag en dit en dat. Maar dat was wel veel geld in die puissance, die, die, die krachtproef. Had hij toch zonder mijn medeweten, mij ingeschreven, stond ik op die lijst. Had ik toch maar gereden. En wonder boven wonder. Ik won de krachtproeven. 2,25. Nee. Sander een Daags grote prijs. Ik denk eerste ronde een fout, maar tweede snelste vierpunter. Met Edelbert was het. Edelbert. En tweede ronde 0. En Hervé Godignon wint met Kidam de Ravel? Sarazola tweede en ik derde. Fernando Sarazola. Nee, het was Enrique. Ah. Zijn broer. Ja. En ik derde. Er dus, ja. waren er al niet veel in België die dat alles voorgelegd hadden. Dus. Okay, dan nog wat wedstrijden gereden. En, ja, dat is zo'n ding. Ik heb dat al in interviews ook gezegd, maar dat is zoiets dat me bijblijft. En waar ik, ik had altijd heel veel appreciatie voor die man. Maar we waren in Geester en toen zat ik wel echt in een dip. Dat ging niet zo goed. Maar toen was de selectie bekend van België ook en zo, en je kent dat. Vroeger die ruiters, die... we waren bij veel minder en dat was nog veel meer zo'n groep. Hè? Klik. Ik zit daar aan de bar iets te drinken, maar... oh, met de Belgen denk. En die Thomas Frieman, die komt achter mij en die pakt me op mijn schouders. En die zegt zo: doe, Olympische Spelen! En die lacht me gewoon vierkant uit. Hè. <laughs> maar ja, goed, op die moment. Ai, ergens is dat mooi, maar ik wist niet wat ik er moest van verwachten. Ik had die... Vroeger ook uh, uh, al die beelden van François Matti. Uh, dan was ik uh, 12 jaar, zeg ik? 72? Nee, 8 jaar. Ja. Uh, maar dat weet ik nog allemaal of het gisteren was. Ik was topfan van Alwin Schokkemeulen. Die vond dat goud en zo. Maar, maar die hindernissen dat daar stonden, dat was niet springen. Dus ja. Dus die lachte me als vierkantig uit. Hij ja, had toch gelijk, hè? Maar <laughs> achteraf zeker. Ja, goed. Die tijd gaat voorbij en de Spelen, ja. Ik had juist het goede opkikkertje nog voor de Spelen, de laatste wedstrijd daar in Oberamven. Iedereen was er, juist Ludger niet, omdat die was toen geopereerd van meniscus. En ik rij als enigste van, van heel het veld, zal ik zeggen, dubbel nul. Nee. Ja. En dan enkele weken later was het uh, Barcelona. Ja, van begin tot einde daar. Die opening, geweldig. Ja? Ja, top. De eerste keer toch. Als je dat moet meemaken. Ja. Uh, we zijn daar bij de accreditatie. Oei, dat staat precies in de bekende. Al die flitsen. Carl Lewis. Wow. <laughs> ja, dat was wel mooi. De, ja. Die even uh, zo dicht gezien. Dus dat was, dat was al geslaagd. Het is trouwens wel mega mooi dat je dat nu vertelt. want je um, zondag in het Sportpaleis Carlos Luis gezien nee nee, nee 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 1992 was ik op vakantie in Mallorca ah juist en um, onze moeder zegt eh, voorzichtig, blijf binnen want het is hier veel te fel we hebben ook wel een nooit die het uit dus ja in een keer de zon op mijn kop ja een zonneslag en dan ben ik um, denk twee drie vier dagen met een zonneslag binnen moeten blijven en toen heb ik voor het eerst de Olympische Spelen gezien. Ah ja. Toen heb ik ook de opkomst van Carl Lewis gezien um, en toen heb ik ook gezegd, want ik moest binnenblijven en ik, ik, ik hoorde daar de commentaar. Toen zei ik: Ik wil ooit sportcommentator worden. Ja, dat en dat zie. was toen die. Ja, die spelen de toen ook gezien? Nee, ja, nee ja. ik had toen niks dat. Met, niks ik met waarschijnlijk was toen een bal op In elk geval in een andere discipline terechtgekomen. Ja. Oh, maar ja, als ze de... daar al Goh, weken. Ter al zijn. Maar ja, dat was wel mooi. Hè? De dressuur was eerst... Dat was een tijd uh, dat Anki opkwam. Oh ja. uh, de eerste keer dat ze won, zeker? Hè? tweede ding won Nicole Uphoff bij Rembrandt. Oh, dat ja. was ook zo mooi. We, we, we zagen dat ook allemaal. En dan zie je die anderen. Die de... En Nicole Uphoff reed daar met gewoon Transkrims, dat paard. Zo. Ja, dat was wel schik voor te zien. Dat, dat is me ook altijd bijgebleven. Maar toen toen waren wij aan de beurt. <laughs> en dat was um, Ludo met Darko, Evelie Mato met Careful, Jean-Claude, Queen of Diamonds. Oh, ja, ja, just. En ik met Edelbert. Okay. Er ja. is en ook dat... een, reserve, een reserve bij. Die hebben we niet gevonden. <laughs> wie, wie was toen? Erik zijn paard op die moment? Bolando, maar ja. Erik. Ja. Erik heeft toen wel voor de spelen Jean-Paul Muzet, wie chef de kip was, een beetje aan de kant geschoven. En Erik was chef de kip. Ja. <laughs> dat was ja, wel. Ja, anders. Ja, ja pijnlijk voor, voor Jean-Paul, maar goed. Uh, Erik deed dat super. Is dat familie van Luc Muzet? Ja, ja, broer. broer. Ja, okay. Wij sliepen daar, we hebben daar drie weken, uh, Ludo, Erik en ik, in zo'n appartement, kamertje geleefd. Erik, die, was, die begon s'nachts dan te schrijven, had altijd een kas Onderberg bij. Pardon? <laughs> kende dat niet? Nee. Jägermeister. kende. Ja? Onderberg is ook zoiets. Dat is eigenlijk een degustief. Dat is een van die kleine flesjes. Ja? Dat een heel doos van bij. Maar daar waren ook avonden bij. Ja, dat was nog veel voor dat we moesten rijden. Dan warm. Vochtig, dan Barcelona. Erko was er niet op die kamers in die appartementen. Eén uh, uur of zo van. Hey, ik kan niet slapen. Ik ook niet. Zeg. Zo is niet de stad ingegaan. Op kleren aan de stad. In. Het chiche was dan wel. Een of andere discotheek binnen. En dat viel de van achterover wie dat je er allemaal tegen kon, ah ja, dat die, die Die atleten ook. Hè. Je denkt die levelijk paters. Ja, ja. En zeker als die gedaan hebben bij een sportjongen, dan trekken ze gewoon hun ogen. Dan denk je, wat een wilde beest is een dat man. Ah, ja, die... Maar ja, dat was op zich wel een schone ervaring tot als we moesten rijden. Natuurlijk ik ging ik verkennen, die hindernissen stonden er zo hoog. Ik vond de warm-up al hoog staan. Maar <laughs> <laughs> ah, ja, goed. Jean-Claude eerst. Twintig strafpunten. Uh, Evelien e punt tijd. Wat wilde ik? Toen ik? Acht punten. Oh? Ja, ja dat, was, dat was een overwinning. Ah, ik voelde dat zo niet aan, maar voor veel mensen was dat. Leo de Bakker was toen onze Ja, Die zei ook al: wat kom je eigenlijk met dat beestje doen? Zeg maar. was, was het een beestje? Was het een ja, een meter, ah, ja. Was... meter 62 groot. Ah, ja, dus moest... maar, maar als je hem de pist zag binnenkomen. Ja. Dan leek het me in 72 of in 75. En dan moet ik zeggen dat Leo toen ook zijn werk wel gedaan had. Dat, ja, dat vergeet ik nooit. Dat gevoel dat, hoe dat paard me vastpakte als die, als die poort open ging. Man, oh, die liep. Ja, daar had Leo wel voor gezorgd, hoe of wat? Dat was in de, wat dan nu de Nations Cup finale is. Ja. Die plek. Ja. Maar toen was het iets anders ingedeeld ja. op die. Op die polo-piste hadden ze zand gedaan. Hey, er... Ik ben nog niet in Barcelona geweest. Wat, hè? Ja, ik weet het, ik weet het. Ja, oh, ja ik weet het. Alstublieft. Ja. Maar, uh, goed. Met <laughs> <Ben>, merci. <laughs> uh, je weet wel wat je moet doen. De Leo, al een paar keer. Die Leo die kwam ook niet kijken, hè. Ik kwam aan de stal. En? Hoe was het? Had het overleefd? Nee. Ja, twee fout. Wow, geweldig jongen, Wat heb je dat gedaan? Dat was precies van... Ja... Maar uh, toen rijden ze twee rondes op één dag. Hè. Dat was altijd al zo. Ja. En ja, die tweede ronde... Ludo dan nul. Derde, ik zeker met Frankrijk. Stonden we Holland op kop, met die drie man, natuurlijk. Ja, dat, dat wisten we. Oostenrijk en dan Frankrijk, zeker aequo met ons. Met acht punten. Oostenrijk? Ja, ja. Rem Riemann, remember... Uh... Die waren zilverig. Ja, maar ja, ik ben even een... ja, aan... Ja. Zilver? Oh, oh, ken ik... Simon? Freeman? Hugo ja. Simon? En uh, Jorg Munzner. Ja, ja. Jorg Munzner? Uh, ja, joh. Ik denk dat die ooit iets met Audi ook te maken had of zo. Die, die was wel stellend, denk ja. ik. Misschien, Misschien een sukkeleer. Nee. Ja. En dan Boris Boor. Ooit van gehoord? Nee. Boris Boor. Was, ja, maar dat was ook zo'n figuur... Nou, dat was zo erg. Klinkt als een DJ al. op een skipiste. Ja, je weet, ik ik moet de naam maar horen je weet Ik denk dat hij geen Oostblokker was of zo, maar een geweldige mens. Hè. Zo stijf. En... Ik weet niet of hij nog leeft. Zijn vrouw leeft trouwens, en die ga je wel kennen, omdat je in Holland gewoond Elisabeth Boor, de vriendin van Jurgen Stamford. Ik ken jullie Stanford, maar ik ken zijn vriendin niet. Nee? Gemeente, nee, nee. Dat was toen... Die was pak jonger dan hem, ja, zijn vriendin. Ja. En toen was dat in die tijd... Als u resultaat niet meegeteld heeft... Hè, Bert Tromp heeft ja. geen medaille gehad. Ja. En Boris Boor die was twee keer uitgebeld. Kreeg ook geen medaille. Dat meisje heeft er twee weken een stuk gejankt. Ja, dat was zo erg. Maar goed, smiddags eten na die eerste ronde. Met... Toen was Jacky Boegman onze voorzitter al. En, ja. Ja, en dan laai je de zenuwen op. We hadden onze Jean-Claude, alle respect voor, wat de man gedaan had. Nou, op het kampioenschap was het altijd wel ergens iets drama met Jean-Claude. En, ja, ah, ja. en ja, dat was Jean-Claude. En hoe, hoe, kwam, hoe komt dat dan? Stress. Stress. zoveel talent. Ja, maar goed, ja, het was altijd wel iets bij Jean-Claude. Geen een kampioenschapsruiter. Dat zeg ik niet, maar, maar ja, het was. Dan, dan was het altijd niet. Dus, dus ja, hij had ook nooit verwacht, Jean-Claude, na zijn ronde, hij wist zeker. Hij had al twee keer Rome gewonnen met zijn quintje Maar is dat ook de Mary die Akrig gewonnen nee. Ah nee. Die heeft twee keer Rome gewonnen. Ja, ah, ja. En. Uh, ja. Rigoletto, hè? Rigoletto, ja, Marie. ja. Ja, ook maar. Meter zestig. Ja? Ja, ja? dat was een heel kleintje. Ja, dat was dan zo schoon. Ja, mannen, zeg het maar hè, wat moet ik doen? Hij, hij reed altijd zo, dat kwam hem in de paddock met een Die merkte ja. zo goed dat ik was jaloers. Ja, echt joh, dat was... Hadden we gezegd, uh, Jean-Claude, je gaat er achterste voorhoop zitten en, uh, en je rijdt de pist in, dan hadden we dat ook gedaan, weet zo... Ja, hij had zo'n shock gekregen dat, dat... Dat we toch derde stonden, en toen begon om er ook weer in te geloven. Want hij had het slechtste resultaat Tuurlijk. Dus hij moest zich wel lanceren. Maar ja. Ja, hij rijdt binnen. Ja. Dat, maar dat binnenrijden is dus na de grote regenpartij. Nee, nee. dat, ah, nee. dat, ah, nee, die die dat is echt aan. Regen... De regenpartij is bij individueel geweest. Dat we... Ja, jong. 24 de tweede ronde. Oh, dat meen je niet. Komt even in? Ja. Die, die doen Georgette op de insprong van drie sprong maar dat was al aan een okser ja ertussenuit ja, op oh, twintig ja. strafpunten ja toen was bij mij eigenlijk de veer ook al gebroken en oh. ik, ja, ik had er ook twintig hè ik maar proberen en wat meer hand en wat meer benen en wat, wat toing en die palen vielen. maar ik denk oh maar dan dat positivisme van, 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 dat is dan de Olympische Spelen die dan daar ook van van de Belgen die dan gewoon oh, te applaudisseren en jij wilt er zo wegkruipen. Ja. Dus dat was mijn eerste ervaring Olympische Spelen. Maar ik heb er wel een sport gezien: Gano, uh, Top Gun. Ja, ja. ja, ja. Alle, alle... En dingen dan, hè? Ja, de twee marys, de... Ja, Latina en Classic Touch. Amai. Ja? ja? Ja, dat was toch wel. Dat was wel schiks, hè? En dat was eigenlijk ook ik kan niet te springen. Dat was zo hoog. En dan zo kaal en dan de bodem slecht. Alle paarden lagen een beetje open aan hun been. Dat was zo. Ja, ja dat zie je. Voor mij is dat nog niet langer dan dat, maar als je ziet hoe dat allemaal geëvolueerd is. Dat is 30 jaar geleden. Ja, ja. Dus, dus Wat niet heel eigenlijk goed. in een sport wel heel ja. lang geleden is. Hè? Ja. Ja. In het voetbal is er ook heel veel veranderd hè, tegenover ja. 30 jaar geleden. Ja, of koers, ja, noem maar op. Ja. ja. Dus ja, ik terug naar huis. Het eerste wat ik deed, als ik thuis kwam, want ja goed, landen is een dorp en iedereen vierde dat ik naar de Spelen ging. Hè. Ik ben thuis gekomen, ik heb die deur open gedaan, ik heb mijn bagage gepakt. Ik zeg, als ik is nu nog eens prikt van de Olympische Spelen, hè. ik zeg, nooit doe ik dat nog. Nooit ervan het leven en ik nog eens ooit naar de Olympische Spelen. Dat is niks voor mij. Dat, dat kan ik niet. Daar ga ik nooit meer naartoe. Waarom? Waarom had dat gevoel? Ja, ik, ik hoorde daar niet thuis. Hè. En ik had ook het gevoel... Ik stak het niet op mijn paard, ook niet. En ik moest er ook niet op... Ik kon niet rijden. Ik kon gewoon niet rijden, zo simpel is het. Dat, ik, ik heb dat ook wel beseft. En ik, ik heb ook actie ondernomen. geprobeerd van... Ja, toch, we hebben... We hebben toen veel samen met Ludo, Mark van Dijk, zelf, Jean-Claude, Philippe van Lanout. Veel van die clinics bij George Morris gedaan. Wat ik toch wel interessant vond, dat, dat zie je niet aan mijn rijstijl. Oh, ik was aan het denken: hoe oh, moet ik dat er hier conflict, nu gaan fietsen? Dat conflict, conflict. Ja, ja, dat, ja dat, dat, inderdaad. En dat toch? Ja. ja? Ja, toch. Ook Ludo, en, en, ja, dat zou ik niet zeggen, maar dat was afzien. Die leerden ons toch wel paardrijden. Want George Morris was toen niet meer actief, hij was uh, coach toen. Ja. ja. Dat was ook een beetje langs jean en dat was een dure vogel, maar dat hadden we ervoor over. Ja. We gingen dan ergens drie, vier dagen en, en dat basiswerk, dat dressuurwerk en zo, dat was keihard, jongen. anderhalf uur zonder beugels. En, en discipline tot en met, daar kwam er geen in met, met schiksken in mijn mond. Of, je moest je sporen aan hebben, je botten moesten geblonken zijn, een tok op. Ja, dat ja. was Ja, dat was. Allemaal... Ja, dat was, uh... dat was Want mooi. je spreekt daarover discipline. Waren waren zelf toen al gedisciplineerd? Nee, niet zo. Nee. Te weinig. Wat had ja. ik toch verstand ervan. Ja. Ja. Maar ik vind dat wel een straf. Ik... Dat is, dat is, vandaag, dat is dat nu? Dat er ja. vandaag nu toch niet meer? Ik vind dat zo mooi dat die mannen daar dan aankomen en dat die botten moeten gekuist zijn. Dat 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 kunt u vandaag eigenlijk niet meer oh, voorstellen, ja, hè? Die weer woest als de ene binnenkwam met zo'n shiksken en die zat dan zo. Oh, die... Ja, en dat moest geen twee keer gebeuren, want die sturen nu gewoon buiten. Hè. Buiten. Ik weet zo'n mooi verhaal van dingen. Even een mooi verhaal. Sven Lavers heeft me dat ooit verteld. Die ging uh, bij Nelson Pessoa uh, les volgen. En die kwam daartoe, uh, oh blij dat hij bij Nelson Pessoa les mocht gaan volgen. En uh, kwam te paard, uh, pies binnen. Uh, Wat is dat met die botten? Of, of, of mm -hmm. chaps of zo. Uh, ja, ze nee, ja. dus kunnen we eerst afrekenen. Uh, ja, oké, okay dan. Hè. Geld. Oh. Goed, dan moet je nu terug naar huis vertrekken. is dat de volgende keer de botten terug proper zijn. Nee. Ja, naar huis, oké. Okay. Een keer daarna zijn geld wel uh, teruggekregen van daarvoor. Ja, maar... Maar, Sven dus zei ook, ja. ja mijn, botten dat waren is... wel, mijn botten waren wel proper sinds. Zo, in... zo ooit was, was het concours in Lausanne. Uh, van de Globetour, de Globetour in Lausanne. Um, en dat was zo'n showproefje, en ik moest dat domroepen of zoiets, en dat was een showproefje voor de lokale jeugd. Um, en dat werd beoordeeld door Rodrigo en Katie Prudent. Ja. Oké, okay. okay, dat waren kinderen van 11, 13, ik kinderen van 16, de kinderen van 9, ja, en die mochten dan in Lausanne op de Globetour een rondje komen springen. Ja, 80 centimeter, weet ik veel. Dus die waren helemaal gehyped en die sprong daar rond. En die Rodrigo, hey, goed gedaan, let daar even op. Ditgene, die Katie Proudhon, ah, elke ja, combinatie. Uh, ja, ja, ja. Uh, nog voordat ze één, het eerste dat ze zei. Uhm, kun je in het vervolg alsjeblieft zorgen dat uw haar onder uw uh, ja, 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 tok zit? Doe je een, een netje aan. Uw um, knop van uw ding zou open. Jongen, die kregen daar een veeg uit de pan. Dat moet doen, wel. Ja, die, die groep van ruiters destijds. Uh, dat ja, dat was... ja, is discipline, hè? Ja. ja. In Europa hadden we er ook maar zo'n paar. Hè? Over het algemeen viel dat allemaal nog. Albert was daar het ja. voorbeeld van. Albert Voorn. Dat was altijd. Ja. Zo. Tot de laatste dag Everton. en nog ja. altijd. Ja, ja, ja. Hè? En, en, maar goed, wij waren daar allemaal iets gemakkelijker in. En, en, ja, met een Georgie was dat niet waar hoor. Met een Sally. Ja. Goed, en dan ben ik mijn eigen zo'n beetje bij Rob. Ook eens wat gaan trainen. Eris? Ja, ook maar enkele keer of niet. Nooit heel lang met iemand, maar toch zo... Uh, ja. Interessant. Eigenlijk, Niels is er ook uh, vaak gaan trainen. Pieter ook, hè? Ja. Wat was er op Eris, zijn insteek of zijn filosofie van paardrijden? Waar, waarom ging je naar daar? Ten eerste omdat ik al een beetje fan was van Rob als ruiter. En dan had ik ook al wel wat ruiters gezien dat, dat Rob begeleiden, zijn manier van werken en zo, en hoe hij het aanbrengt. Want dat moet ook klikken. Ik ga zeggen, ooit heb ik eens de kans gehad van naar Pessoa te gaan. Mijn vader was daar heel duidelijk in. Eigenlijk lesgeven, dat moest niet. Maar op een of andere manier, ik weet niet welke klik dat hem gemaakt had, ze had hem toch gewild... Je kunt eens naar Pessoa les gaan pakken. Dat heb ik niet gewild. Dat was mijn volk niet. Hmm. Daar voel ik me veel te weinig voor. Dat, nee, best wel, daar ging ik niet, geen les pakken. Ja, allee. Nee, geen kans. Uit ontzag eigenlijk? Of... Ja, ik weet het niet, dat was mijn volk niet. Dat was ik niet. Toen was ik nog jonger dan, dan maar... ja, oké. Okay. En ondanks dat ik nu super met Nico en Neko en, en Rodrigo, dat, dat niet van. nee. nee. Um, 92 zijn de Olympische Spelen. Dan ben ik, even kijken, ik kan zo slecht tellen, 28. Um, ondertussen, dan, want ik kom er nog eens op terug, Ikelli van Ast. Ja, dan. De blikvanger, merk je. Uh, de, de... dat is die periode, hè? Ja, dat komt erna. Dingen, uh, Edelbert, de Spelen waren een van zijn laatste wapenfeiten. Dat was iets te veel in het rood gegaan. Wil Ik wel even vragen. Um, Edelbert is drie keer verkocht, drie keer passeerde de keuring niet, eigenlijk een keuring die toen veel minder um, ja. streng was dan nu in theorie. Um, was Edelbert dan wel een gezond paard? Oké, okay, in de Olympische Speesbewerk? Ja, wel, maar ja, toen hadden we al wat leeftijd en toen hadden we al, moet ik zeggen, al enkele jaren boven zijn niveau gesprongen. Hè? Ja. Hmm. Dus, uh... Omdat het is, ik weet niet toevallig gezien op, uh, op Facebook Frans Burgers uh, posten een aantal foto's van, van ja. X-rays. Uh, uh, natuurlijk de, de eeuwigdurende discussie over ja, het verschil tussen, tussen foto's. En... Maar ik vind, ik vind het schoon uh, om te horen dat Edelbert drie keer de keuring niet passeerde en eigenlijk wel een heel succesvolle carrière ja. met u naar de er Zo gaan er heel veel zijn. Hè? Ja. Ik denk dat een top, de dat er vol van loopt, van die paarden. Ja. Maar waar de koper dan die echt wil een. Dat door de vingers ziet. Ja. Maar goed, dat is een ja, ander verhaal. Maar uh, ja, Edelberten was een beetje over en ik had geen opvolging. En op een of andere manier hmm, heb ik telefoon gekregen of mekaar tegengekomen. De Stefan de Vos zei uh, of ik niet geïnteresseerd was voor hun blikvanger. I. Ik Kelly van, Bos, van de, Ast. Van ja. Ast. Terij. Ja, ik ben het eens gaan proberen. Maar hij was het jaar voordien provinciaal kampioen. Stefan Ikelli, ik, in klasse zwaar. Hij zegt: ja, ja ik heb me geprobeerd, maar ik zou wel graag mijn titel verdedigen. Zo, dat is goed, hè? maakt niet uit. Dat is zo mooi, hè. Ik, had, ik wist dan wanneer dat was. En. Uh, <tot> Ik had die, je, die zondag geen jumping. Ik zei, ik ga eens kijken, en zien hoe dat paard... Maar dus jij reed daar... ze toen al? Nee, nee. Nee, nog niet. Dus ja. Ik had die gewoon geprobeerd. Ja. Maar ik ging eens zien hoe dat op jumping was. <coughs> Stefan daar zo'n beetje zien losrijden en zo. Maar met mij gewoon afzijdig houden. Weet de Goed. Stefan de volste Pisten, die vertrekt op de neen Ja, maar... Sorry Stefan, dat ik het zeg. <laughs> Dit is te mooi. Oh, een Georgette. Maar een Georgette op de nee, nee, die pakt zo pasje bij. Die Stefan, die vliegt de lucht, die wordt boven Toen Los op zijn kop. Baf. En daar. Oh, sorry. Dan lachen. Dan lachen. Met een ambulance weg. Dus nee. ik ging naar de paard kijken. Oh, moordend met bureaubericht. Je zien hoe die op jumping was. Ien in nu zien springen. Ja. Zeg. Maar ja, provinciaal kampioenschap, LRV, dat is in september, dus wat is er dan? De pluk, hè? Ja, ah, ja, ja, ja. Meneer de kliniek in, achter zijn oor genaaid, ik kon hem niet bewegen. En Martin, mag je gaan werken, hè? Mooi. Dat was wel chic. En dat, ze doen dan eens, ja, dan is hem toch naar mij gekomen, de paard. Ja. Oké, okay, ja, dat was. Dat was geen wereldwonder, dat heb ik me even, even met een plan meegetrokken. Stefan is zeggen. denk ik niet de enige die van Iquili is afgevallen, zeker? Nee, 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 maar dat was een rare, zeg. Maar dat wou ik dan nog zeggen, het jaar na de Spelen, hè. En dat was wel eens... Goh, uh, pijnlijk ga ik niet zeggen, maar... dan wordt toch echt met de voeten op de grond gezet. Vroeger in der tijd, de familie van Paas een Hoogboom. Ja? Daar, dat was... Magnifieke accommodatie en dat was ook altijd grote in, eh, nationale jumping. Toen nationaal was nog veel meer betekend dan nu, en dat was de grote prijs bezig. En ik zat op de tweede pist in 30 te rijden, mijn beste paard. Het jaar na de spelen? Het jaar ja. na de spelen. Dus, op de uh, dat was even. Die, Ja, Die jaren waren wel moeilijk. Edelbert is er dan ook wel terug bijgekomen, beetje bij beetje. Maar ze dus, ja, ik bij mij, wisselend succes. Ook weer zo'n mooie anekdote. Dan kwamen zij naar luik kijken, Stefan en Martien. Rekenen ze in de dikke proef daar? Had ik twee fouten. Maar Stefan, ja. Bij Stefan was dat. Je zit open, je redt doorheen en die springen erover. over. Ook, ja, ook dat met dat dialectje. Mooi, mooi. Ja, dat is, ja, wat is dat aan? Nou? Vooral duidelijkheid, we spreken over de ouders van Pieter en ja, Wouter ja, de Vos. Hè? Ja. De mensen daar, weten. Ja, heeten, hè? Ze dus, ja, in luik, ja, twee fouten. Ja, hoe komt het? Ja, ja, ja. joh. ik ga ja, dat heerlijk zeggen, hè. als ik de opgezeten gezeten ga, dan gaat hij nul gesprongen. <laughs> ja, ja, en zo heb ik de familie, of uh, Stefan en Martin, want Pieter en Wouter waren. Kinderen. Uh, beetje bij beetje proberen die sport uit te leggen, dat rijen uit te leggen. En ja, op een of andere manier zal ik hem toch een klein beetje overtuigd hebben. Ze hebben me altijd blijven volgen, omdat, omdat er veel dingen die, die ik zei uitgekomen zijn, zeker. En eigenlijk is er, ja, dat was het begin van een heel lange samenwerking uh, met, met de familie De Vos, zal ik zeggen. Um. Wat is het verhaal van Ikili en een kamerakker in Mechelen? Oh, nee, nee, in Brussel. Ah. Op de Nijzel in Brussel. Dus, uh, ze vragen mij of ik met zo'n camera van voor op mijn, op mijn helm wil rijden. We spreken over... In het jaar... 3 nee, Dat zijn geen GoPros, dus hè? Zo een of ander gelijk. Ja, ja dat, hey, dat, dat ding, dat wogen van voor op mijn kop. Dat... Maar ja, goed... Naïef like ik ben en, en ja, ja, ik doe dat wel. Maar dat was een beetje een rare naast. De ene keer ging die, de andere keer ging hem niet, die Nikelly. En zeker in het begin van het parcours. Dus wat deed die makkelijk? Die sprong de een en dan liep die wat weg. En nu was dat een lijn, dus, dus ik meet, ik denk, hij gaat wat vertrekken, ik moet sowieso wat tegenhouden en dan oh, ik spring de een. En hij trekt niet. Maar dat zat zo bij mij. Maar ik ben die camera natuurlijk op mijn kop. Ja, ik hou even en dan duw ik toch. Ja, joh. Stop ik erover met die camera. Maar niet helemaal erover. Ik hing aan die nek. En ik. Ik zeg: Ik mag hier niet vallen. Hè. En toen wou ik like, zo een, hè, aan het touw opklimmen, met mijn voeten zo langs dat benen omhoog. Maar ja, hoe raak ik er daar... Ik heb me toch moeten laten vallen. Hè. Dat was gek, met die camera op mijn kop. Daar... <laughs> een volle nazel, Pataat, ging ik. Ja, hij reed ook. De killie van de nast. Ja. Ja, ja. Uh... ja, dat was wel... Um, hoe komt First Samuel op uw pad? Want dat is dan toch ook de periode 93, 94, 95? Of waar... waar... Nu moet ik even goed denken. Uh, First Samuel... Sigrid Soeverijns, die reed First Samuel. En dat was dan ook mijn vriendin geworden. En die reed hem van zijn vier jaar. Dat was anglo Araup. Heel mooi beestje. Paard is een tijd eigenlijk voorbij was. Uh, voor was, zal ik zeggen, ja. En... Maar ik weet niet precies welk jaar. De eerste of de tweede keer dat Lannaken was, toen was het EK. Toen was dus, het nog niet WK. Dat was 95, da niet het eerste jaar? Nu was het 35 jaar. Ja. Ah. Dat da was ja. nog op het gras. Ja. Toen werd zij tweede bij de vijfjarige, de First Samwell. Mast van de Vronbouw, de won met James Peters. Ja. En zij was uh, tweede, de First Samwell. Uh, en dan ondertussen de vijf na zijn zes uh, is zij zwanger geraakt, Lars. En dan ben ik in wat beginnen rijden, maar wel met de bedoeling dat zij er dan weer de zesjarige ging mee rijden. Ja, en dan op een of andere manier klikte dat niet meer zo goed. En die was van een eigenaar van de West-Vlaanders. Ja, en, en dan stopte hij en, 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 ja Had hem niet zoveel hard. En dan ben ik hem wel ja, blijven rijden. Van, uh, ja. Vanaf zijn zes, denk ik. Ja. Wel was... echt succes mee gehad? Ja, first Toch? een winner. Dat was een geweldig paard. Dat... Ik ga zeggen, Lumme. In Lumme was vroeger drie dagen op de grote piste internationaal jonge paarden. En dan deze ze de cyclus nog. Achter de tent, daar op die zandpist. Hij won de vier dagen. Alle vier gewonnen. Dat was een winner, die dat kon zo hard mee rijden. Beetje moeilijk voorbeen. Niet alle vermogen. Verre van. Ja, die man begon dan later. Dus ja, ik heb wel like, twee sterren grote prijzen en zo wel wat gewonnen. En ja, die man begon een beetje te pushen van wat hoger en wat hoger. Maar. Ja, dat wist ik ook zomaar niet. En beetje bij beetje is, de, is die er wel ingegroeid. En ja, uh, wat moet ik zeggen? Dat paard heeft me wel. De, moet ik, de, de, mooi, de mooiste of, of de overwinning waar ik ergens wel wat fier op ben dat ik die geld heb. Met dat paard op die plaats. Dat was Rome Piazza di Siena. De CESI over Rome. Ik denk eigenlijk dat er nee. nog altijd maar twee Belgen zijn die daar de grote prijs gewonnen Jean-Claude en jij. Jean-Claude twee keer en dan ik. Uh, maar met dat paard was dat... Ja. Die, die... Dat was overachieven, was echt. Zegt... Ja, ja. Die, 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 kon, <coughs> die kon dat eigenlijk niet en toch, ja. Plus, had weinig hart, had geen hart. Of geen is veel gezegd. Maar ja, dat was zo mooi dat ik dat, ik dat paard zo kunnen overtuigen heb voor, voor dat te doen. En, en ja, dat hij me dan ook deed, hè, want die wilde de palen bovenhouden. Dat jaar won ik Lummen ook grote prijs. waren we met twee in barraat. Toen was dat nog... Dat, dat was eigenlijk, mag ik dat niet zeggen, want dat was een, spe, een speciaal verhaal. Zo. En toen had ik zo wel een moment waar... Wat iedereen wel eens zegt, zo'n beetje een zotte moment, zeker. En ik was de zaterdagparty in Lummen. En ik was blijven tamelijk lang gebleven. Want ik ging niet veel, maar als ik ging, bleef ik altijd tamelijk lang. Het was al bijna klaar als ik thuis kwam. En ik kreeg om tien uur of kwart voor tien telefoon van Stefan Korte. Ik lag nog in bed. Uh, je weet dat de Grote Prijs om 11 uur begint. Hoe, dat ging namiddag beginnen. Maar het regende toen fel. En daarvoor alles ja. dat. En nummer 1. Ik zei, ha, ha. Ik dacht, ja, die is mij gewoon weer de gek aan het houden. Nee, jongens, serieus. En toen hoorde ik wel dat hij dat meende. Ik ging een kleren gesproken. <laughs> Bartgoen, was mijn een groen toen. Och. Ik kwam eraan. Ik kwam eraan, want we zijn daar op dat gebied nog iets vergeten. Uh, ik kruiste hem al, hij ging al naar de paddock. En eigenlijk, eerlijk gezegd, ik kan niet goed tegen alcohol, en het was net iets te veel geweest. Parcours, nooit verkend. Nooit. Daar is de één, daar de tweede, iedereen met mijn kop aan het lachen. Uh, ik denk dat ik vijf sprongen gepakt heb. Binnen. Gewoon nul. Ik kom, kom buiten en ik zeg: allee, wat een proef staat hier nu? Je zat er niks te springen man. En op het einde waren er maar zes of zeven nul, maar toen zat ook uh... Goh, Michel Robert was er. Dat waren alle goede Fransen waren, dat waren wel heel wat goeie. Ja. <laughs> en er waren maar zes of zeven nul en de tweede ronde bleven met twee over en dan hebben we barrage gereden met twee. Neil Ferron met Peter Pan en ik verstaan wel. Gewoon, nou, dat is mijn verhaal ja, ja dat, was, dat was ongelooflijk en dat jaar wonen we dan Rome ja. en dan dubbel nul in Gigon ja dat was en dan ja. dat was, uh... wat een verhaal ja um, Zo, uh... maar ik ben niet vergis dat jaar van Lumben of het jaar ervoor, help mij even is ook het jaar dat Clinton bij u komt want hier hangt ergens een foto dat je zegt... Ik, ik dacht dat hij als zesjarig bij u kwam. Nee. Als vijfjarig is jij. Dus dat is, hij is van 93. Clinton heb ik eigenlijk aan Ludo te danken. Ik ga zeggen, Ludo en ik zijn een jaar uh, boezemvrienden geweest. Op een dag belt Ludo mij op. Hij zegt: Je moet me eens even helpen. Want ik moet daar uh, aan die mannen van BWP, daar, van Hubert's kanten, uh, een kliniek gaan geven. Maar ik kan niet, ik moet weg. Het gaat niet, kunnen jij dat niet doen? En dan heb ik dat gedaan. En zo ben ik in... Ah, ik kende Hubert ook al voordien, maar in contact gekomen met Hubert. Blijkbaar was hem dat wat meegevallen, zeker die kliniek, En Filip de Wandel reed Clinton als hij vier jaar was. En toen heeft Hubert gevraagd van... Uh, Kunnen jullie eens dus niet één keer per maand, Filip, met, met dat paard komen helpen? En zodoende ben ik daar toegekomen. En ja, één keer per maand tot... Iets na de cyclus of zo. En dat paard had dat ook heel goed gedaan. En ik had ook al lang gezien dat dat een speciale was, dat dat niet zomaar een gewone was. Maar dat paard was superbraaf bij Filip en die toen nooit iets verkeerd gedaan. En, uh, ja, maar ik, wat jaar was dat, Dat weet ik niet meer. Um, in, in theorie, uh, hij is van 93. Ah ja, hij was... dus 97, 98, die periode. Ja, wel, en dan. Typisch van die mannen. Twee weken voor de cyclus, begin van de vijfjarige, maar toen moesten die engsten, toen was er nog geen engstencompetitie en zo, toen moesten die engsten ook cyclus lopen. Ja. Belde mij op, ja, twee weken van de voren of zo, ja, kunnen Filip nog eens komen helpen? Maar ik wist niet wat er in de tussentijd met dat paard geweest was. Dus ik kom eraan, Hubert was er niet. En Filip begint ermee gewoon te rijden. En ik... Ik wist niet wat ik zag. Ik zeg wat is met dat paard gebeurd? Dat was een atleet en toen... Alles was met tegenzin. Die, die, die was stijf, die was... Ja, ik weet dat niet. Filip was een jong mannetje. Ik kreeg die daar... Dus ik zeg, laat mij er eens op. Ben ik daar een beetje mee bezig geweest. Maar aan het springen had ik helemaal niet gedacht. Weet je, dat, dat, dat was niet mee te rijden. Oké, okay, ja. Ik naar huis... En toen uh, belde Hubert s'avonds, uh, ja, hoe was het? Ja, gesprongen hebben we niet, dat, dat ging niet. Ja, ik heb gehoord dat jij erop zei, hoe was het gevoel? Ik zeg, Hubert, ja, ik, ik zeg, dat was... Ja, wat met dat paard gebeurd? Ja, 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 wat met dat paard gebeurd? Nee, of wauw dat hem in Zwolle, Hengste Competitie liep, met Peter, Peter Gering. Ja. Ja, ik was er niet bij. Hubert heeft hem daar bij of afgezet en toen is er ergens iets misgelopen. Dat weet ik niet, maar dat waren niet de beste vrienden, Peter en Clinton. Dat, dat, dat konden we al merken. Maar ja, goed, het was zo. Toen zegt Hubert: zou jij die niet rijden in de cyclus? En ik had toen. In de tijd verschillende hengstenouders. En ik wou dat niet meer doen. Want dus, ze proberen beter voor te stellen dan ze zijn. Van alle praktijken, daarvoor rijd ik niet met paard. Ik ga mijn eigen ook niet helder als de paus voor doen. Maar je moet er nog plezier in hebben. En, en je hebt passie voor paarden. En dan is dat niet voor ze. Daar is een beetje beter laten te lijken dan ze zijn. En ze dus ik zeg, ik doe er allemaal niet meer aan mee, man. Alle en want ja, hij moest dan bij hem blijven. Maar dat is 120 kilometer voor mij. Ja. Enkel. Ja. <laughs> uh, ja, en hij bleef handringen. En toen zegt hij: Kom er toch eens op zitten en doe er eens een paar sprongen mee. Ja, en dat was mijn fout. Hè. Ik ben gegaan. En de drugs bleven hangen. Ja, de eerste sprong. Ongelooflijk. Nooit. Het is nooit nog in mijn gedacht gespeeld, de Olympische Spelen. En ik spring zo rechtiger. En boven die sprong zei ik, met een deze wil ik naar de Olympische Spelen. Mooi, jong. Ja. Drek, dat flitst door mijn hoofd. Ik zie met een wil ik naar de Spelen. Oké. Okay. Achteraf, het hele verhaal, waren de Spelen ook... ...dikkels ver weg, hè. Dat was ook gedacht, maar... ...dat gevoel, ja, dat had ik nooit meegemaakt. Ik voelde ieder spiertje bewegen. Dat, ja, zo'n paard dat had ik nooit meegemaakt. En dan... Ja... Ik, ik durfde eerlijk zeggen, dat is niet dat ik er eigenlijk van. Maar Uber wou me toen ook heel, heel schappelijk betalen, want anders deed ik het ook niet. Ik, ik, ik had er niks aan, natuurlijk, ja. Maar, maar wist, wist Uber dan dat dat zo'n goede ja. match ging zijn? Of waar, waar, waarom drong die dan bij u per se aan? Dat weet ik niet. Dat moet hij hem vragen, dat weet ik ja, niet. Want dat was eigenlijk wel de eerste samenwerking. Ja, ja, ja. Is niet, ja. Ik snap dat hij dan na Clinton zegt: Dirk, ik wil absoluut dat je de volgende ook rijdt, omdat nee, dat zo'n nee, succesverhaal nee, was. Nee, ja, ik weet ook niet hoe dat kwam. Dat is eigenlijk wel. Uh, ja, absoluut. Straf ik, dat hij ik, weet, door... ik weet ook niet hoe dat kwam. Ja, en van toen is Dan heb ik hem als vijfjarige cyclus gereden. Maar ik had dan ook, ja, dat klopt, First Samuel, een Antigoon, een uh, paar andere paarden. En hij wou dan ook, als hem zes jaar was, dat hem cyclus liep. En ik ben een gemakkelijke jongen, maar soms drijf ik... Ay, doe ik toch mijn... Mijn Ik zeg: Kijk, ik blijf niet thuis uh, van een, van een, interna een schoon internationale wedstrijd voor, voor cyclus gaan rijden. Hoe goed dat hem ook is, zouden we liever de Vosjes niet proberen. En dan heeft Lievenum enkele keren cyclus gereden en ook mij een paar keren vervangen. En dat, dat klikte vrij goed. En eigenlijk ging Lievenum min of meer wat blijven rijden vond dat wel erg, maar ik weet dat niet. Ik weet niet hoe dat kwam dat me dat toch niet zo deed. En vroeger in de tijd hadden we ook in Moorsel altijd zo'n grote jumping. Ja. Dat was ook een hengste, uh, hengste proeven voor jonge hengsten. En, dat vergeet ik nooit. En ik ging naar Grenoble, want ik had op die moment, ik kon wel wat internationaal rijden, maar ik kon niet bij de top mee. En ik stop in Grenoble, ik kom juist uit die camion telefoon. Hubert, hamerling. Ik zie maar niet die de hand. <laughs> Typisch Hubert. Ja, hoi. Uh, ik hier. Het uh, <laughs> is gedaan. Jij alleen rijdt hem nog. Wat lief. Ja, Clinton. Uh, dat ging hier niet. Uh, jij alleen gaat hem nog rijden. En doe ermee wat je wilt. Tu, tu, tu. telefoon. En ja, goed. Sindsdien ben ik hem. blijven rijden. Ja. dat nog lang heen en weer gereden? Of wanneer is dat naar u gekomen? <laughs> Altijd. Je, je, je kan je niet voorstellen wat ik voor dat paard gedaan heb. Je zit altijd op een afblijverij, rijden. Ja, niet altijd, maar. Uh... Van zes tot negen of zo. Dat is een zes nee, tot negen. Nee, ja. ook. Ik ga zeggen dat zijn jaren dat ik hem in Aken reed, dat hij hem gewoon gebracht heeft en van hier mee naar Aken. Zonder. dat, dat je hem door de week niet reed of wat? Uh? <coughs> Tuurlijk wel. Maar... Ah ja. 100 op, 120, 120 op, 120 terug, hè? Ja. Ah ja ja, dat gij hem altijd dan ginder... Ginder. Oh, ja. Op een stuk balgrond daar en uh, stof. Ja. Heb je oude balken. Nu. Maar hij heeft hier ook gestaan. Ja, ja, ja. Oh, in de winter stond hem hier. Dan kon ik hem hier rijden. Ja, want dan als hij niet moest steken, dan, dan stond hem hier. En dan. Hij is maar één jaar dat hem ook in het hele zomerseizoen hier gestaan heeft. En dat is het jaar van de Olympische Spelen. Want hij is negen jaar en hij te spelen. Nee, die was ouder. Athene was 2004-11. Ja. Ik kan zo dat slecht is... rekenen, maar nee. dat is niet normaal. Nee, ja? nee is elf, inderdaad. Ja. Um, maar we, we, we kennen Clinton. Uh, het, is, het is gevaarlijk om Clinton te herleiden tot een of tot een stereotypje. Um, wat was nu de moeilijkheid van Clinton? Ik vind dat heel boeiend wat je daarnet zei. Dus je zei als vier jaar, met Philippe de Wandel, was hij eigenlijk braaf. Ja. En dat is die ene keer in Nederland dat dat paard... Ik weet niet juist wat er gebeurd is. ...nukkig gemaakt heeft, of, of hoe moet ik dat verstaan? Ja, ja blijkbaar. Dat is toch... Ja. Ja, joh, wat was... Hij was zo slim. Hij was zo slim. Hij was abnormaal slim. De, ik heb altijd gezegd: hij is slimmer dan veel mensen. Dat ver paard vergat ook niks. En die, die vergaf u ook uw fouten heel weinig. Dat heeft voor mij een heel andere mens, ruiter, uh, ja, in de omgang met de paarden, die heeft mij zo veranderd. Maar vroeger ook. Je moet er niet flauw over doen. ik kom van boeren afkomst. dat was bij de boerenparen vroeger. hey, tjoek, baaf, er is op. En... Ja, dat was met hem niet waar. Hè? die zette mij rap op mijn plek. <laughs> en <laughs> op blijven zitten als het dan zo ver was, dat was niet zo simpel. ja? ja, dat was. ik heb overal opgangen. ermee. Dus, ja, dat kun je dan een mens beschrijven, maar. maar... Nooit opgegeven. Toch blijven in geloven en toch het goede in hem zien en proberen. Ja. Maar dus hij heeft, hij heeft, ook u heeft hem wel getest. Pff, hij deed niet anders. Tot de laatste dag. Tot de laatste dag. Je zei straks: van een boek schrijven. Ik kan van hem een boek schrijven. Was dat dan, wat dan het hij liever een idee? Of, of waar, 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 waarom? Nou, dat kan ik niet zeggen. Hij deed dat wel graag zo thuis werken, pff, dat vond hem soms maar wat saai zo, weet je dat. Maar iedereen dacht Clinton in een slechte mond. Die was veel te gevoelig in zijn mond. Ik heb die tot zijn tien jaar met, met een flexibel gummi gereden. Je kon niet aan zijn mond komen en dan wou hem toch naar die sprong, en dan wou je hem tegenhouden en dan, dan zat hem te vechten en stap per stap, ja. Afwisseling brengen, bij hem in de stal gaan zitten. Klantje, uren met hem doorbrengen en proberen te doorgronden. Van, zo reageert hem, zo dit, zo. Ik heb er mee, uren mee in de stal gezeten ook. Ik, heb, ik, ik herinner mij, um, het, het is een mooie, mooie link. We spraken daarnet van Bert Matthijs. Mm -hmm. Ik herinner mij ooit eens um, waar op Jumping, de Jumping van Jeffy van de familie de Sutter. In een HGVBB, ja. met die rode camion, denk ik van u. Kan dat? Ja, dat kan. En ik weet dat je een tijd ervoor had gezien en die camion zag er anders uit. <laughs> is dat niet zo? Dat, dat, gij, dat, 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 dat die camion een paar keer qua inrichting is veranderd in functie van hem? Ja. ja. Dat was ook zoiets, ik had, ik had een deftige camion. De... Maar ik wou vernieuwen. Ja. En ik uh, vernieuwde die camion. Ja, een nieuwe. De eerste reis is naar Wenen. En die niet geboegeerd. Superbraaf. Een tweede reis, vroeger was er ook in Vigo een wereldbekerconcours. Ja, ja. en toen begon de landen... Oh ja, dat kun je je niet voorstellen. Die, oh. die, die brak het hele, de hele boel af. En die had dan zo'n macht. En die, die ging totaal buiten zijn eigen. Die. Die zijn ogen kwamen vanuit zijn hoofd, zijn neusgaten. zo Echt beangstigend. En die, 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 die was helemaal weg van de wereld. Ik heb toen onderweg, op de terugweg. We waren. maar waren we daar? Ook vooraan in de vijf zo van de Wereldbeker. Want dat was ook weer zo'n zo schoon verhaal. De Wereldbeker. Gaat u er blijven hangen zaterdag? Nee, nee, nee. Hou, nee, nee. hou ho, niet. Ik, dat, dat is <laughs> maar hetzelfde gebeurd, maar goed. Maar uh, dat was ook zo in de paddock. Volkensrijen moesten niet doen, hebben de man. Want ene keer konden, de tweede keer en dan niet meer. Hij liep er niet meer naartoe. Ah, ja. je had geen kans. Maar zover was hem al en zover kende ik hem. Dus, okay. In Vigo, zo'n Spanjaard twee keer voor mij. Ik had twee keer zo'n hoksterkje gesprongen. Hè. Geen kans meer voor je. Bij die er in de buurt te geraken. Hè? Wereldbeker, gewoon zo binnen. Hè? Nul. Ja, Dat vergeet ik niet, ik kwam, ik kwam buiten en Lutger zei zo tegen mij: Van wat maakt het toch allemaal uit, je pad ook? Je ziet het toch? Ja, het was ook zo. Maar toen, op een terugweg, toen ben ik in Frankrijk wel moeten stoppen. Dat ging niet meer. Hij was een eigen, helemaal VHS gebeld van. Moeten, ja, stond zeer. hem dan bij Mary of zo? Er hij... stond toen ook wel een Mary op, ja. Maar dat, dat had hij dat niet. Dat was niet een, Hengst zijn? Ja, een beetje. Hij was ook geen eten, hij was een vechter. En die kon zo jaloers zijn op paarden, Zo jaloers. Oh, vergeet nooit, een keer een Sertogenbos. Hij aan de ene kant, Talok aan de andere kant. Nog zo'n... Uh, uh, losse uh, los uh, en een <laughs> hak, helemaal. Een kansboord geweest, ook. Zo, maar zo'n stuk uit zijn hak. Dat was hem. Dus de camion, apart vaak voor hem. Maar dan stond hem nog wel zo. En toen hebben we in die tijd, ja, dat we nog niet overal zo, dat sperma in Friese reed twee keer de week naar Gent. Maar Hubert, die dacht me hey, 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 stamte bijzonder. Oh, ja, je kent dat. Ik zeg: Ik denk <laughs> dat, dat ik dat nog niet geprobeerd heb. En die voelt niks meer, man. We gaan daar ja, dekken voor in te vriezen. Zet hem op de camion en hij kreeg het. Hè. En ik ben van de ramp afgekomen en de beide stond Hoi, oh, wat doet hij nou? Ik zeg: Daar oh, is hem. Ja, doe maar. En hij. Hey, bye, bye. Die voelt niks, joh. Ik zeg: Wat maar heb ik u al gezegd? Die voelde dan niks meer en dan ook daar weer iets mee te geven. En dan hebben we hem achteraf met zijn hoofd naar achter. en dan had hem een plaats van, ja, ik kan een box, hè. Ja. Twee meter, of oh, benen, vijftig, zo. En eigenlijk kon je dan de wereld ermee rondrijden. Bougeren die niet. Ja. Alleen als hij door een put reed of zo, dan was dat. Het... <laughs> dan zag ik met ze op de camera al maar uh, ja, toen was het voorbij. We ja, zijn ooit met twee, twee vrachtwagens naar, naar, naar jumping gereden. Hij op die van Uber en Ze zijn alleen. Ja. ja is is, 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 is na de spelen in Athene is dat ook geen uh, ja, dat is... bijzondere rit geweest? Ja, natuurlijk. Ik... Ja, ze besliste de paarden vliegen. Ik zei, maar die zet ik niet op vliegtuig. Ik zei, ah, je ja. denken aan. Ik zei, no way, dat die gaat vliegen. Als die dat zo zijn kries krijgt, man, die verantwoord... Ai, ik had er ook niet... Ik heb er ook nooit met eigenaars over gepraat, omdat ik vond al niet... Oops, ik, 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 ik vond dat ook niet kunnen. Dat is een aparte... Ook tegenover andere mensen. Ja, dat gaat gewoon niet. Dat... Maar ik was... Een paar jaar van tevoren was ik al wel... Met andere paarden in Athene, de jumping, geweest met de camion. Dus ik wist dat dat ging, ja. dat dat te doen was. En dan is hij met de vrachtwagen. Dat is spelen, gegaan. Ja. En dan, de op. Uh, toen was het CSO Lumme, ik reed Orlando in Lumme. En ik wist, ik had een chauffeur genomen, en je gaat hem ook kennen, een Nederlander. Wouter van Voorthuizen. Ja? ja? Die rij, dat was de chauffeur. Samen met een groen die kon niet rijden, die had rijden was. Wie was dat toen? Met een groen, dus uh, toen een Braziliaan, Fabio. Okay, ja. Fabio Lopes. Ik heb hem over tijd nog eens gezien en blijkbaar heeft hij hier over een paar weken nog in de buurt uh, gewerkt. Waar ik hem nog altijd uh, goed contact mee Maar, uh, dus, dus ik wist ze waren. In, Eerst op Frankrijk, daar blijven overnachten. En dan zo naar de boot. Uh, in Italië. Ja. Voor dan... En ik wist ongeveer hoe lang dat allemaal duurde. En hij zegt: nog zoveel kilometer en nog, nog drie uurtjes. En ik denk bij mijn eigen: die haalt dat nooit op drie uur? Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Te ik hoop dat hij me maar ik ben niet zo ene die dan begint te bellen en zenuwachtig te doen. Ik denk tot ze voordat de boot moest vertrekken. Ja, die een telefoon, dat vergeet ik nooit. Hè. Dat was. Ik pak op, ik zeg ja, Wouter, K U T zijn. <laughs> ik kon de boot niet meer op. Hij was te laat. Oh jongen, dat was toch wel... En dan maar goed dat ik ook die paar jaar ervoor is naar Athene ja. geweest zijn en ik daar wat mensen kende. En per geluk was er Sander een daags nog een boot, want dat is niet... Dat is niet dat alle uren... Dat is niet like naar Engeland. Hè? De, ja, ja. En dan zijn ze in Servië een ja. stal kunnen pakken. En Sander een daags doorgereden. Pff, dat en was even... Ja. Maar hij heeft wel superpaardes. Hij was toen ook wel... Hij is nooit zo getraind geweest, omdat ik hem hier dan had. Ik heb hier ook veel bos. Ik ga zeggen, die... Daar dat was geen grammetje vet op toen, op de Spelen. Dat was allemaal spieren. Die, die, stonden, ja, die stonden getraind als een koerspaard. Ja. Dat was... denk ik me wel. Ik hoop Dat dat toen... Een atleet van het uitzonderlijke. Dat was zo indrukwekkend. Die, er is ergens een foto over zo'n boot denk ik. Ja, waar ja. Ja, ja. het ah, is. Ja, hangt hier die die is soms nog eens op sportzaak komt zo. Ja, Als het over jumping. Gaat. Ja, dat is. Twintig uh... jaar nadat. <laughs> dat ik eigenlijk. Toen, dat is de enige buitenseizoen dat hem heel buitenseizoen hier gestaan heeft. En niet gedekt. Dat is gewoon gekomen, gelukkig. Ik dacht dat zijn kwaadse dagen door waren. Echt kwaadse, ja. ja. Hij was speciaal, maar ze vragen mij een kliniek met Leopold van Asten, mee te rijden in Heverlee. <laughs> met dekengsten. En ze wouden graag dekjes met Clinton mee. Ja. Dus, dus ik denk: dat gaat wel gaan. Hè. Oh, Daar heeft hij het uitgehangen, niet normaal. Op zijn kop ging hem staan. Ik moest. Zo naar achter blijven zitten en dan raakte ik nog op mijn schouders zijn kruis. Zo, ja, hij wou niks meer doen, niks meer. En toen heeft de dag gezegd: Weet je wat, het is het jaar van de Spelen, hij komt naar u en moet niet meer denken. Ja. Had Clinton eigenlijk van nature bloed? Als ik eerlijk moet zijn, dacht ik van wel, maar dat gaat niet zoveel meer karakter als bloed. Ja dat zien ze fokkerijen waarom waarom lukt het zo goed op haarbreker is dat hem dat ja. bekken nodig heeft ja. maar hij had enorm ja, verschillende karakter en bloed natuurlijk ja, ja. Ja. ja die kon het kan ook niet dat hij geen bloed had nee, nee. want die kon een uur galopperen aan het tempo ja, abnormaal hè? en die dat was niet die kwam terug maar dat is wel eens interessant over twee jaar denk ik heeft uh, Adriana van Tilburg heel zijn moederlijn is nagegaan. Hè? En zijn, een van zijn overgrootouders, dat waren dan Trakeners. Ja, maar, sorry, ga verder. Wat een verhaal. Ja, dat is chic, hè? Gaat hè. Ja, zeg maar. Ja, goed, ik, maar dat, dat is me bijgebleven. Dat dat ook wel heel sterk van karakter waren, hè? Die, die, zijn, zijn voorouders al. Dus het verhaal is dat dat. Het is, is Stefan Delaby, een tweede keer in deze podcast, um, die het mij vertelde. Dus zijn, een van zijn zoveelste moeder moet een tracheenmerk ja. geweest zijn. die in de oorlog heeft gediend mm -hmm. en die ergens is achtergebleven. Maar ja, uh, paarden stierven in de oorlog. Ze bleven niet over. Ze, ze gingen gewoon dood. Behalve die. Op uh, basis van karakter en, en, en werklust. Het was zo'n taaie. Maar dat was hij ook, hè? Die, die is weinig behandeld in zijn leven is weinig kruipel geweest die, uh, Dat was zo'n een hardenbeer die zijn die zijn achterbeen, dat was deelletje en deel deelletje toen ja en en, en maar er niet omgeven alleen niet nee nee nee, oh. nee 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 zelfs nog kwaler worden dat was een vechter Dat was een vechter ja. we zijn dan op de, op de spelen hoe hoe kijkt er naar terug want ik, uh, ik, 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 ik ik herinner mij, vierde plaats op de Spelen. En dat was mijn vraag. Denk, zijn ze dan blij of teleurgesteld? Goh. Blij dat ik dat met dat paard mogen doen. Ik uh. Het liever uh, medaille. Maar. Wat weet je nog van, van die Spelen? Want je, je weet precies al je parcours nog in detail. Ver, was het niet een beetje een ploeg? Om wel een medaille mee te pakken? Nou, die, we hebben drie keer zo'n ploeg gehad en nooit één gepakt. wel altijd met iemand. Het begon al. Stanny, de dag voor het moest er rijden... die, die, ja, die doet een verkeerde beweging, die zit helemaal vast in zijn nek. Die kon niet meer bewegen, dat, oh, is, ja. het, dat is aan oh, bezig. de pom. Ja, maar Stanny... Ja. hè? Ja, 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 ja. Hij moest er wel niet, niet over springen, maar je moet toch ja. een beetje. Dus... Pijnstiller die was al zo high als een schub. <laughs> ja, maar ja. Dan, Cumano ook niet top. Dat was, ja, ja, ja. He, da, da, slecht gehydrateerd. Dat was al, al genoeg uit, uit elkaar gedaan, maar dat viel ook weer slecht. En Parco oké, okay, die was ook vierde, we waren echt zeker. Dus die had ook eens een slechte ronde, maar, maar ja, we, we waren vijfde of zesde bij de ploeg, maar dat ja. was te ver. Ver beneden het niveau van, van die paarden. Dat, dat waren wel paarden. Hè? Dat... Ja. Hoe sprong jij toen u, uh, die eerste ronde, Olie? bij voor u? Toen was dat weer. Je moet alles een beetje in de tijd zien. Van, we hadden afgesproken de eerste ronde. Er moest toen niemand uitvallen, denk ik. Maar rijden, een trainingsronde, de Olympische Spelen. En ik kreeg wel twee fouten, denk ik. Zoals ook. Ludo was nul. Maar gewoon plan. En dan de eerste ronde landenwedstrijd, wil ik nul. Ja, dat is dan toch wel... Maar ja, dan een van de andere lieden, dan weer even afweten waar we daar weer op achtervolgen aangewezen waren. En dan de tweede ronde, denk ik, ik fout op water krijgen, kreeg dan kreeg ik nog één. Ja, dan was de finale. Hè. Ja, die finale, die eerste ronde, kreeg ik ook. Oh ja, die, die oran, Oranje-Okser. Ja. Maar dan die tweede. Ja, dan waren we toch in die tweede ronde al als we dan. Ah, oh nee, nee, dat is niet waar. Tweede dat tel, telde samen, maar. En we gingen verkennen en ik, ik vergeet nooit. Uber, ik kwam Uber tegen en die: oh, ho? Oh, hey. Ik zeg jong, dat is alleen maar goed voor ons. Ik kan niet hoog genoeg staan. Ja, de buis was toen in zo'n vorm. Ja, en dan, misschien laat ik daar zelf een steeks gevallen op de drie. Gewoon simpel en ook oxer toch. En dan wat erop volgt. Vertel eens: steeks gevallen, wat denkt je dat je zelf misdoet? Iets te open gegaan, het iets te makkelijk gepakt. Van, die gaat hem niet afspringen. En hij deed tik en lach eraf. Maar dan, ja, dat is zo'n gevoel. Ik denk dat ik heel oud mag worden, dat ik nooit meer. Ik was de eerste. Dat door die drie sprong kwam. Dat was eigenlijk heel hoge, trippelbaar, heel breed. En een afstand in vijf dat veel te kort stond, maar dat in vier niet ging. Stijl, stijl, Oxer. Ja, en die Oxer, dat crashte ze in. Ja, hij deed dat. En dan, ja, dat, 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 dat was weer zoals in Antwerpen, dat barstte daar los. Want ik was de eerste, en ik, was, ik had nog niet zo'n hele vroege nummer. Ja, en hoe meer ambiance en alles, hoe meer gaf hij hem. De, die Noxer daarachter, die was immens. Die was hoog, breed. Ja, ik denk, als je die video aan je zet of vertraagt, ik denk dat hem altijd 2-10 springt. Hij gaat daar hoog. Ja, zo gevoeld is... Dat is abnormaal. Ja. Maar dan zijn ze natuurlijk ook wel ontgoocheld. Van een andere kant denk ik dan, ja. Ik wou nooit meer naar de spelen, we zijn nu vierde. Ja. Want, maar dat is vierde met de. Nee, individueel. Ah, individueel, ja. Met de ploeg waren we vijf of zes, ja. denk ik. Want in de finale, individueel. Waar ik nu spreek van die in drie sprongen, was dat finale individueel? Ja. Wat is dan het verhaal van het plankske? Dat was in de landenwedstrijd. Jij ah. okay, was veel wind. En uh, ik denk de een derde laatste sprong of zo kwamen uit een driesprong. er waren allemaal blauwe hindernissen en dan in een ene keer zo geel bruinachtig planksje en juist de laatste galop was een één keer oep dat bovenste planksje weg. Maar goed, ik ben gewoon rustig blijven erover gesprongen. Dat was minder hoog. Ja. Nee, maar het werd er niet aangerekend. Ah oh, nee, dat ja, kreeg ik dus niet. Ik kon ook als ik Hey, het zou absurd geweest zijn, moest ja. ik dat paard daar stilgetrokken hebben, dat ging niet meer. Ja, dat was wel speciaal. Maar voor hetzelfde geld ook. Nu is dat zo, hij sprong dan, maar voor hetzelfde geld verschieten, maar ja, stopt ja. hem en vlieg ik eraf. Hè. Zeker. Dat had ook gekund, hè? Ja. Dit was het beste scenario wat er kon zijn. Dat is wel belangrijk om even. Het was geen lafaard dan. Of hij, 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 hij naaide nu niet op zo'n moment. Hè. Nee, nee en zeker daar niet. Nee, 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 dan ging hem ervoor. dan ging hem ervoor. ja, ja. Het um, is, is een heel uh, cliché vraag, maar je moet ze eigenlijk wel stellen. Is Clinton dan het paard qua talent en compleetheid, of is er nog een paard dat in de buurt komt van hem? Van mij, voor mij. Ja, maar... Voor u, ja, voor u. Nee, dat is. Ja. ja, ik had, ik had ene die in de buurt kwam. Dat was een zoon van hem, dat was een ga Die kwam in de buurt van hem. Iets moeilijkere galop, maar dat was ook een paard. Ja. Um, iemand vertelde mij, je bent dan bezig met, met, met de hengsten van, uh, van, van de Heffink. Um, ik heb het paard zelf nooit echt bewust. Ik weet niet of jij hem uh, kent, Louis. Wat is uw beeld van Fuego de Prelè? Nee, dat ja, heb ik niet. Dat was zonde. Ja? ja, dat was een geweldig paard. Dat was. Ja, daar heb ik toeren mee gedaan, zo. Ik won in Gigon in vijfenvijftig op zijn zeven jaar, hè. Sprong met zo'n voorbij. Jalisco Urialle. Fuego. Zijn moeder is de grootmoeder van Nino. Ja. Fuego was een echt Frans paard. Jalisco, Een beetje Jalisco bek. Lang voorbij. Veel over overkruis, maar zo voorzichtig en instelling abnormaal. Boah. Ja, die tijd had ik wel van, van Hubert wel... Orlando, was dan just iets jammer, maar dat waren wel drie paarden. Ja. Mama mia. Ja, dat is wel. Want Fuego is dan geblesseerd geraakt. Ja. ja, dat is heel zonde, dat is nooit meer goed gekomen. Want dat was wel een om wat grote prijzen mee Ja, die deed dat toen al, hè. Die, die sprong op zijn. Begin 8 deed hij al uh, wereldbekers. Geen fout en zo. Je moet opletten dat je gaat in slaap vallen, denk nee, nee, man, man, man. <laughs> ik. Nee, helemaal luisteren. Ja? Ik ben geboeid aan het luisteren. Maar, maar het is wel, uh, in, in die reeks van hengsten denken wij niet aan, aan Fuego. Hè, nee, dat, is, dat, is, okay, dat was ook niet qua type geen hengst. <laughs> maar dat was. Oh, maar ja, goed. De grootmoeder van Zenit was ook Fuego. Hè? Ja, 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 klopt. Ja. Maar Fuego zelf. Zo'n Dat was een sportief ding. Hè? Wow. Je vindt die video ergens nog terug. Ja. Van in dingen. Van in uh, Gigon. Daar wil ik wel. Dan gaan ja, we het toch ja. eens in de groep zoeken. die vindt het terug. Ja. Ergens bij Rektan. Als je geeft, die ingeeft. Je hebt wel een mega mooie tijd beleefd. Um, bij Hamelink. Ja, de zeker, zeker. Ook Orlando. Orlando is voor mij. Clinton is. Ja, ik heb altijd gezegd dat is mijn derde kind uh, En eigenlijk... Ja, ik kan het nu niet laten zien, want ik ben niet bij mijn auto hier. Maar Clinton rijdt altijd bij mij mee. Ja. Ik heb Clinton altijd bij me. Als ik bij een auto weg ben, ik heb ik die altijd bij me. Ik heb zo gekregen van mijn zus en een vriendin, zo... Een sleutelhanger met zo'n stukje manen. Ja. heb ik altijd bij Ja, dat is... Dat is mooi, ja ja, goed, dat is, dat is het paard van mijn leven. Maar Orlando was. Pff, die was zo simpel. Die, ja, ook, ook miskend eigenlijk. Ik weet, ik reed in de cyclus en als, als die vijfjarige sprong, zaten er al aan de kant te lullen van. Ja, maar ja. Je raakte niet meer over. Die, de zesjarige, dat, dat gaat moeilijk worden. Ja. Die. Hij won de, zes, de cyclus van zesjarigen en dan. Dan bij de zevenjarige was dat zo nog. En ik ga zeggen: op zijn acht jaar sprong Orlando en Brussel vijf sterren, grote prijs nul. En Kuala Lumpur vijf sterren, nul. Grote prijs, hè? niet in nee. 61. En Stuttgart, wat toen, zal nu nog zijn, maar toen was Stuttgart meer prestige. Dat was geen wereldbeker, maar dat was. Dat was zo wat, uh, Stuttgart, Zurich, dat waren de dikste ja, ja. binnenconcours. Toen was Genève er nog niet, denk ik. Nee. Ah, was... daar toch niet op die plaats. Maar ik moest eerst eerste binnen en er komt één lijn niet helemaal hoe, dat... hoe dat we het gerekend hadden. En ik krijg een klein fout, maar acht jaar. Hè? En dan het jaar erop wat hij allemaal doet, dat was allemaal. Op zijn negen jaar, dat is Verdine in La Bolle, in de Grote Prijs. Daarna wordt hem geprobeerd door Billy Toomey, want oh, weet ik, die samenwerking tussen Nijhoff en Nij Hubert liep niet meer zo goed. Was Orlando he? mee van Nijhoff? Ja, ah. die drie. Vanwege ook. Ah. Die drie paarden waren En dan Billy Toomey probeerde hem, maar ik had een week daarna Belgisch kampioenschap. was ik tweede op Belgisch kampioenschap. Die heeft hem nog eens geprobeerd, er was hem verkocht. Ik kreeg hem het geld niet rond. Dus was hem niet verkocht. Maar dat ging een maand over. En toen, ik weet niet of je die, die concours kent, geweldige concours in Duitsland, Norden Hardenberg. Ja. Was ja, of is het daar. Ja, ja, dat, is zo ja. Aan, dat is zo mooi. Ik zal zeggen, hem drie keer gewoon gereden. Hij was wel in de stapmolen blijven gaan en zo, maar ik moest hem niet meer rijden dus, ja. Drie keer gereden. Ik denk niet dat ik een sprong gedaan heb. De eerste proef, 1,45, gewonnen. Sanderendag, ja, dag, Duitsland championaat, 1,55, gewonnen. Ik had Klindel dan ook mee. Die was dan derde in de grote prijs. Ik kreeg telefoon van Hubert. Eh, onderweg stoppen bij Onischenko, want die wil hem proberen. Die Onischenko op dat paard, ja, nee. dat, dat ging helemaal niet. Catastrofe. Ja, en mee naar huis gebracht. Uber hier al aan het wachten met zijn jeep en zijn van Orlando terug mee, want die moet zander naast mijn dek. Want... <laughs> uh, Oké, okay. toen hadden we wel afgesproken. Lucia was toen ook bondscoach. En we zaten ook niet zo dik in de combinaties dat ik twee weken daarna Lumme ja. zou rijden. Uh, landenwedstrijd. Ah oh nee, dat is niet waar. Had nog klanten. Spante Jansen. <laughs> die proberen hem op maandag. En die proberen hem terug op woensdag. Met wel het akkoord dat ik een landenwedstrijd in Lummen zou rijden. En uh, hetzelfde verhaal. Verkocht. Ik rijd lummen. Ik denk 0 en 4 of 1-0 altijd. Toch grote prijs, Rutmel grote prijs ook, hè. <laughs> Tweede grote prijs. En terug afscheid genomen. Weer hetzelfde verhaal. Drie Zweedse mensen kopen hem. En één trekt hem terug. En die vinden het geld weer niet samen. Nee. Ja. Uh, weer een week of drie, vier. Niet meer opgezeten. Niks. Stapmolen. Ah ja. Is, uh, binnen een dag of tien. Dan is de aken zeker. Ja, dat geld komt niet, dan pak ik maar mee, hè? Ik <laughs> <Ja. laughs> weet hetzelfde verhaal. Dag voor aken. Mijn klein waard. Hoe met... noemt ze? Van, van Quentin Judge, mevrouw. Uh, Casey Harrison. Die kom hem hier proberen. Heel ver. 31. Voor haar. Verkocht. Mij kreeg hem dan wel nog in Aken. Derde, de eerste proef, Noord-Rijn-Westfalen, achtste. En dan is hem wel vertrokken. Hij ah, is naar nou daar verkocht? Ja. En zij kregen het geregeld van op twee concoursen, maar allemaal de Klote het kapot. Dan is hem nog eventjes teruggekomen. Ai, de, uh, Rodrigo heeft hem nog eens gereden en Dara Kerins. Dat is, met ja. met Dara heeft hij wel nog goede dingen gedaan. Want inderdaad, ik, 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 kon, ik had geen beeld van hoe dat paard uit de picture is gegaan. Ja. Maar dat is dus ja. zo gebeurd. Ja. Orlando. Orlando. Als je nu spreekt over een scant, een Ja. Ah. Ik wist niet dat jij. Die... Mooi jong. Dat... Ik wist dat jij goed was. Da, dat maar ik wist niet dat normaal was. Kun, dat, dat werkt gewoon niet. Ja, hoe kun je dat nou, op dat niveau? En dat paard deed gewoon. Wat een beest. Wat is dat? Instelling? Wow. Instelling. Had hij de fysieke capaciteit? Ja. Toch? Ja. Als ze dat niet hebben, doen ze nee, nee. maar acht jaar. Uh, nee, dat nee, is zo. Geen ja. een en grote prijs er zo over springen. Harbreker ja. Darko? Ja. Skippy? Zo zomaar. Is het toch ja. Reutershoeven? Ja, ja, ja. 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 Dat ding, uh, ja. zeker. Ja. Uh... Hubert kocht die in de buiken. Die mannen zijn altijd ergens aan een toog gekend. Ja, maar ja, Gilles, Henkse boeren, het gemakkelijk spreken. Hij is mij toch altijd verteld, ik stond er niet ja. bij. En Hubert zegt: Ik geef zoveel in de buik als het een is. Maar Hubert had het niet voor dat paard. Die heeft nooit gezegd dat hij goed sprong. Die zei altijd: 'De straf wat je ermee doe. Ja, ja. Die, ja, ik weet dat niet. Wat een nuance. Die heeft nooit goed gesprongen de straf wat je ermee doet. Ik kwam in Brussel, jongen Zofia en een gieder. Ja, dat paard, acht jaar. Hè. Dat was nog tour en taxi daar. Ja, 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 ja. was ja. in een concours. Ja. Daar, uh, nul. kom ik op een tribune. God, het is toch straf wat je ermee doet, zo'n <laughs> ja, Het is echt omdat dat paard... Ja, goed... En dat is natuurlijk ook zo. Het dat, dat, dat paard sprong. sprong. Ik deed helemaal niks. Straf, hij sprong gewoon. Jongens, toch. Ja, ja. Um, hoe is eigenlijk het verhaal tussen u en Hubert en, en tot zijn einde gekomen? <laughs> uh, dan kwam Contact. Contact, een concept uit uh, de zus van... Ja. Van Clinton. En daar ben ik dan ook mee begonnen als ze vier jaar was. Ik denk niet dat ik ooit zo'n paard. Hey. Die eerste sprongen zo zo'n richting van 80 centimeter, die sprong tien keer hè? zo hoog als de staanders. Dat was abnormaal. Wat wow, die sprong. Ja, daar geloofde ik wel in. En ik had dat wel, als Uber me overtuigd had, van dan toch terug die engste te rijden, gezegd zoals ik het wou. Ik, niet als hengst, als sportpaard. En hmm. als je ziet, Clinton, Fuego, Orlando, dat zijn allemaal sportpaarden geworden. Dat waren hengsten, maar ja. ik bedoel, niet altijd maar vol uh, show en dit en dat. En uh, ik had er ook, ja, die band was al zo, ik had carte blanche. En ja, contact wisselend zal ik zeggen. Hij sprong geweldig, maar ergens had ik altijd het gevoel van. Er is iets. Ergens zit het dwars met dat paard. Binnenstebuiten binnenste buitenlaar ligt hij nooit gevonden. Maar hij was ook niet kreupel. Hè? Maar toch, hè, dus soms als je erop zit, dan voelt er ergens iets ja. niet. Maar goed. Dus ja, ik dacht: carte blanche. En uh, weer acht jaar. Wisselende resultaten. Ik had hem dan mee naar Beervelden. En oké. Okay, ik bij had dat dan graag dat het daar uh, goed was ik had daar geen erg in, dus is vier punten is acht punten nog eens acht punten ja, dat was voor je yes, yeah. en toen ik reed Cartier Diabo oh. uh, Cooper daar ook nog en ik had die paarden gereden. en ja kom ja iets. Ja, aan tafel en hij zit zo tegenover mij. Sorry. Uh, hij zegt, ja joh, dat zijn exacte woorden, maar goed, dat is voorbij. En dat, was even, dat is ook nooit iets, we hebben nooit geen ruzie gehad. Maar hij zegt gewoon zo, ja zegt hem, um, contact is voor mij een Olympisch paard. En ik ben bang en ik ben eigenlijk zeker dat het bij u niet gaat lukken. Dus we gaan ermee stoppen. Dat was eventjes omdat we hadden samen te spelen gedaan, we hadden veel. Dus ja, goed. En dan heb ik ook gezegd: die andere hem dan wel maar dat dat, dat dat niet hoefde. Maar ondertussen had ik ook nog wel een van dezelfde jaargang. Buffero op stal gekregen. Die waren even oud. Oh, ik voel het zo wel. dit verhaal komen. Ja, nee. Ja, nee, die gaan willen spelen. Ja, ook niet verwacht. Hè. Wie had nee, 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 niet gedacht. nee. Maar, ook omdat de omstandigheden erna waren, maar. Ja. Natuurlijk, dat, dat heeft hij me één keer gezegd. Dat als je dat. Ik zeg niet dat hij dat verkeerd gedaan heeft. Ber is een bear, ik ken die En dat, wa dat was recht toe, recht aan. Dat is wel heel eerlijk ja. en fair. Maar iemand waar je elf jaar mee had misschien iets meer kunnen overleggen. Maar het is wat is. En ik, ik heb altijd, ik ja. heb nooit achter paarden gevraagd en ik heb altijd gezegd: ze zijn, ze, als ze hier op stal staan, behandel ik ze of het mijn zijn. Doe ik ermee of het mijn zijn. De, uh, maar ze blijven van hun. En ja. dan moet, als zij er niet tevreden mee zijn, dan moet je ook geen ruzie over maken. Nee. Maar natuurlijk. Als ik later dan bij Buff eens naar de Spelen ging. toch eens op een interview: dat ik zei van. Ik was te oud al. Dat was het toen al. Dus dat moet je niet vragen. Maar toen, dat was ook een van de redenen: ik was te oud. Dat was. Uh, ja, elf jaar geleden. Ja, dus, ja dat was zo. Hij meer dan elf jaar geleden. Ja, dat, dat vond hem dan wel. En dan heb ik later voor de spelers een interview gegeven. Ja, dat, ik wel, dat ik wel naar de Spelen ging. Maar met een ander paard. En dat paard, denk ik, niet op de Spelen niet gezien heb. Ja. Ja, Daar is ook niks mis mee. En en ik, nee. moet ook niet, ik, kan, ik kom nog altijd super overeen met je bij. We hebben een geweldige tijd gehad. Ongelooflijk, hè? Uh, kun... Er zijn ook weinig mensen die, uh, die elf jaar lang met elkaar samenwerken, denk ik. Ja. We hebben nooit ene keer ruzie gehad. We hebben wel eens. ene uh, keer hebben ze Clinton wel een beetje langs achter uh, willen, willen afpakken van mij. Toen heb ik. Uh, toen had ik gedacht dat ik advocaat kon worden. God, dat was pijnlijk. Eigenlijk het jaar voor de Spelen stond zo goed als vast dat ik ook mee naar DK, naar Donijschingen ging. 2003. Ja, en ik zou mijn laatste wedstrijd Dublin doen. Maar Jos en Ludo. Die hadden heel wat in de pap te brokken en die vonden dat te dichtbij Donaueschingen, Dublin. Dus Hickstead was beter. Dat was vroeger. Maar ik stond er niet achter. Water was toch altijd... En dan die put daar in Hickstead. Ik was geen favoriet van Hickstead zelf al niet. Mijn eigen toch maar laten doen. Naar Hickstead getrokken. Het eerste wat er gebeurt, een babybeer gaan uithalen. S'nachts. En dan zo verder. Uh, belt hem op de morgen. Uh, ja, hij heeft gisteren een beetje pijn gedaan aan de dekbok. Uh, maar ze hebben er vier nietjes in gezet. Langs de knie van achter. Ik stet. Natuurlijk. <lacht> Natuurlijk, uh, ja... Landenwedstrijd. Gaat die witte hekken juist voorbij, ja. voorbij de, de ingang. Een tien meter verder liepen. Men ben nooit dichter bij dat water in de buurt gekomen. <laughs> no chance. De week daarna was het hier, zei ze. Lumme. Ja, dan moet ik in Lumme rijden. Maar toen was hem weer in, in zijn eer gekrenkt. Ja. Dan wist ik dat hij hier ook niet ging gaan. Hè? En uh, well, toen hebben ze. Toen zijn ze ook niet echt eerlijk geweest. Maar goed, dat, dat, dat is uitgesproken. Dat heb ik. Mm. Maar toen kwamen ze op de proppen van dat bij mij toch niet ging lukken in het en Ze uh, zat een ander kandidaat, Peter Charles, voor hem te rijden. Clinton? Ja. En toen is het vergadering geweest bij de Hubert thuis. Nijhoff, nee, Hubert en ik. En toen heb ik gezegd, ik zei luistert wat allemaal was, maar ik zeg, het is, ik heb hem zo ver gekregen. Het is als mijn kind. Ik zeg mijn zo'n futtele tijd. Nu dat ze me niet echt goed gevolgd hebben en dat slecht gemanaged was. Maar nu het gaan opgeven, ik zeg, ik wil het niet opgeven. En ik was wel overtuigend. En dat gaat nog wel eens weten dat, dat jaar in Mechelen als nul was in de wereldbeker. Toen viel er wel iets. <laughs> iets van was me. er wel wat, wat, wat explosie. wauw dat was. Ik had er echt naartoe gewerkt. Ik denk en in Mechelen gaat hem vliegen. In Mechelen gaat hem vliegen en hij vloog. Hij voelde dat ook. Hij ging er ook voor en dat was. Wow, dat, ja, dat is dan zo weer een van die momenten als je over die les komt. Dat, dan komt alles, alles stroomt door u. Da, ja. Dan... Je zei um, een heel emotionele mens. Ja. ja. Ze kunnen mij met kleine dingen heel, heel hard op mijn tenen trappen. Ik kan ook heel hard zijn. Of sommige dingen met mij... Ja, met, met sommige dingen heb ik dat, word ik heel, heel emotioneel van jou. Ja. Ja, want we zijn aan het praten over dat uh, je zegt: "Uw tweede vader in de tranen schieten nu in de ogen." Ja, maar dat is ook. Omdat ik, ik besef wat die man voor mij gedaan heeft, dat, dat jullie hier zitten, dat ik dit allemaal meegemaakt heb, dat heb ik voor een groot deel aan die mensen te danken. Heel waarschijnlijk was ik nu aan het vroeten. Ah, ja, heel waarschijnlijk niet. Maar... Hij, hey, nee, nee. is weinig toekomst in. Dat man zat ik bij de tractoren en zat ik op het veld en was er van paarden. Ik denk dat niet. Ergens zou ik toch wel iets gevonden hebben, want ik, ik denk, ik heb ooit eens een aanbieding gehad voor op zangerszijde gaan te rijden. Langs Erik. Erik moest dat dan een... En Joris Meulemans is dan gaan ja. rijden. Maar ik zag dat ook niet zitten. <laughs> Omdat ik wist dat ik ben daar niet de persoon voor ben. En alle respect voor meneer Melgeur, maar ik, ik wist dat dat niet ging lukken. Ja. Maar, maar hey, ja, dat de, de emotionaliteit, van, van die, hoe dat je dat beschrijft, van die, van die, dan die laatste hindernis... Um, ja, dan... Ik, ik, dan... Ik, maar ik merk... Je, je merkt aan u... Jij zei We um, spreken altijd over topsport. Maar we moeten eerlijk zijn dat er in onze ruiterij nog niet... Dat er een groot verschil is tussen mensen die topsport bedrijven en mensen die topsport zijn. En dan heb ik het nog niet zozeer over topsport fysiek, maar ook een keer in uw mentaliteit. Ik heb het gevoel... We hebben hier nog niet over de verkoop van een paard gesproken. Hij is geen commerçant, denk ik. Nee, dat kan ik niet. Ik ben er zot van. Vroeger kan iemand, en die zei, hij kan nog geen ijsje verkopen aan iemand die aan een meisje dat vier jaar oud is. <laughs> nee, maar dat, dat is heel simpel. Ik heb, <coughs> ik heb nu afgelopen jaar wel één verkocht. Eén dat was vullen gekocht, hebben opgebouwd. En ook de juiste man voor gevonden. En daar ben ik blij. Maar hier niet aankomen hè, met zo commissionairs bij van die Amerikaanse klanten en die in een zak kunnen rijden. En, oh, she's beautiful. En dat... Oh, ik ben er ziek van, man. Ja, ja maar, ik... maar goed. Sorry. Een hele hoop van de paardenwereld leeft daarvan. Hè. Maar, maar... 99 procent, ja. Maar pff, jongens, toch. blijft awesome Ja, ik vind... Nee, ik kan dat niet. Ik kan dat niet. Echt niet. De... Bij mij is dat ook zo... Daar is hem. Zo is hem. Staat hem aan. Dan kopt hem en staat hem niet aan, laat hem staan. Ja. Maar ik begin er geen reclame van te maken. Nee, dat ben ik niet. Nee. Heeft. heeft um... Zou het kunnen dat je uw emotioneel karakter u ook negatieve partijen gespeeld? Dat kan. Ja, misschien wel. stel me daar weinig vragen bij eigenlijk. Ja. Alleen, nee, en ik bedoel niet, 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 niet uw, uh, uw emotionele kraakte, maar misschien uw, uw eerlijkheid of uw gebrek aan, aan, uh, aan advocaat zijn? Ja, ik kan ook moeilijk nee zeggen. We hebben ze wel een paar keer. Uh... Maar ja, dat is mijn eigen schuld. Ik ja. moet slimmer zijn. Ja. <laughs> ja, maar op het einde van de rit zei ook maar wie dat je zei. Hè. Hey. Ja, dat He, zal nee, later wel opkomen, zeker. Maar ik heb één ding gezegd. Als ze absoluut wouden dat ik bondscoach weer. Ze kenden mij op de federatie. Ik heb gezegd: Ik ben wie dat ik ben, ik ga niet veranderen. Zo, zo gaat het mij moeten nemen. Oe, ja, we maken een gigantische sprong, maar dat maakt niet uit. Oe, waarom, waarom, wat was de situatie? Dus we komen van. Ja, eigenlijk buffero. He, de Spelen nog gereden, dan het EK nog gereden. En dan wou de mensen eens verkopen. Maar ja, goed. Ik voelde... Ik voelde dat we wel een beetje spanning gingen krijgen. Wie is we? Eigenaars. Ah ja. En Familie Panis en... en, en, en ja. ja. En toen heb ik gewoon eens gezegd aan de telefoon... We hadden elkaar even aan de telefoon. En ik zeg, kijk, we hebben zo'n mooie tijd gehad, want ik heb vier kampioenschappen met paard dat paard gereden. Het is ook... Als je nu spreekt over onmiskend of miskend, dat... dat... Jawel, dat was, dat, was dat was ook een gouden go go superkarakter. Dat was de mascotte van het team. Dat was zo'n levende Al die grooms die brachten niets mee voor Buffro Dat was de meer, hè. Dat was, ja? ja? dat was, dat was Buffro hè. En die deed toch altijd zijn best. Die had niet... Ja, dat was geen Clinton. Maar dat was, hey, dat was een goed paard. Hè. Is het zo dat... Um... Karel Cox tegen u zei: um, mijn paard is het niet, maar jij gaat er weer aan de spelen? Ja, dat heeft hij wel eens gezegd en ik heb eens hard met hem gelachen. En weet je waar dat hij dat gezegd is? Op de winter Nights. Daar zijn wel heel veel dingen gezegd. Dat is ook hè? zoiets. Ja, daar dat dat dat, dat dat wordt ook niet meer over gepraat, maar dat vergeet ik nooit. Dat had ik alles toen geregeld, dat was voor Tim Hoen. Want hebben we helemaal vergeten eigenlijk. Ja. In ons gesprek tot ja. hiertoe. Maar ja, dat is zoiets. Dat vergeet ik niet. Dat blijft altijd. En ik mis zo'n wedstrijd, Like the like Wen. Ja. Dat was. Zeg ook, dus je rijbewijs kwijtgeraakt, zeker. Hè? Voor, in de eerste... zes, voor zes uur. Ja, zo mooi. Oh, het Dan eerste we... jaar van de Win. Ik denk aan Lander de Bruin toen. Maar toen was er in Taalslof nog zo. Een dakje Met, met ja. dakpannen. Kunnen we nog herinneren? Ja, ja. 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 Oh, die en tijd, tijd, <kwijnt> tijd dacht ik even dat ik duivel kon drinken. Nou, waren al dus tien jaar jonger. Hè? Ja. Dat, Allee, dat, dat was gehoofd. dus ook niet. Maar kende, kende het heel verhaal? Nee. Dus we rijden naar huis. Kelly was er ook, mevrouw. Maar die was nagekomen ze dus. Die had wel gezien dat ik. Dat zij moest rijden. Nee? Ah, nee, ieder een lotto. Maar ze zegt, ik rij achter u. Dus ik rij, ja, dat is door langs binnenwegen, van lof naar hier. En op een bepaald moment lappen twee combis, twee vrouwen. En daar moest ik gaan. Maar ik had mijn rijbroek nog aan, hè, gewoonlijk. En Kelly moest bij de mannen. Maar ik moest eerst bij die mannen stoppen, die zei, rem maar bij die vrouw. Dus, dus Kelly, oké. Okay. En die mannen die zeggen, mag er je mocht rijden. Ja, zegt ze, ik ga even wachten, want dat is met een man daar. En die zei, oh, wacht dan maar even, want die had al genoeg geroken dat ik me al even naar beneden deed. <laughs> en bij dat hij even wacht, zegt die, die ene flikte die andere, zeg... Dat is de vrouw van die ene die daar in zijn lang onderbroek, hè, in ons echt zuur zit. <laughs> Omdat ik naar rijbroek ga dan krijg Ik denk gewoon een, in een lang onderbroek. <laughs> Kijk, dat is die met zijn lang onderbroek. Mooi. Ja, dat was. En die zijn nee, maar... lang onderbroek zes uur zijn rijbewijs kwijt. Ja, zes uur mijn rijbewijs kwijt. Maar het was het waard. Dat was gewoon zeer... een avond. Wow. Of avonden toen. Ja. ja, maar zo'n dingen... Ik bedoel. Dikwijls, en dat vind ik een beetje spijtig, worden zoiets vergeten. Dus ik vergeet dat nooit. Dat was ook de appreciatie voor dat paard van, van jullie kant, van de organisatie en de mooi Want dat verdiende die ook wel. Dus wat deden jullie? Jullie deden een afscheid? Een afscheid. Uh, een, afscheid. Ja. Ja. Een, een bewust of een noodgedwongen afscheid? Van... Nee bewust. Goed. Hij Echt? had zijn leeftijd, maar, maar ja. ook zo paard. Met op al mijn rest die kerel, hè dat is wel. Dat is ook. Want dat is, we dansen nu van, uh, van Buffero, die, die, ja, die vier kampioenschappen. Iets... Ga ze mij zoeken hè? Nee, niet zo heel veel. Ja? Dat zegt al iets over de hardheid. En ik denk dat ik ook mag zeggen het management. Ik denk dat in de winter zag je Buffero niet te veel. Ik, ik wist dat dat ook niet zin en dat dat was. Voor... Ik heb wel enkele wereldbekers gereden, maar ik probeerde dan altijd. En, en, en ik wist wedstrijden, uh, Aken, en, en zo. Dat, dat was hem altijd goed. Sangal. Ja. Om het met Harry's mooiste woorden te zeggen, hij was coachable. Of ja. je kon hem ja, maar dat, dat, ergens naartoe werken. Daar ga ik volledig mee in dat verhaal van Harry. denk ik er zo over. Ja. Is dat een van de mooiere momenten in uw leven? Wereldbeker Mechelen winnen? Ja. Dat is als. Uh, dat moeten we pakken, zoals een wielrenner, een Belgische wielrenner. De Ronde van Vlaanderen. Van wel, hè? Ja, eigenlijk wel. Oké, okay, dat heel verhaal weer. En dan komt dat emotioneel weer. 25 december hier in mijn binnenpiste, denk ik, ik doe nog eens een paar sprongjes met die man. Dubbel 21 hoog. Ik spring de eerste keer door. Maar die kon eens in paniek schieten in zo'n combinatie. En ik denk toen dat nog eens. En dat ging helemaal mis. Die panikeerde, ik kon er niet door. Dat was... Dat was ondoenbaar. Ik denk, oei, oei, oei. En, en nu? nu? Ja, inderdaad. En nu? Moet ik 25 december eens telefoon pakken naar mij? Ik ik kom niet. Vervelend, hè. Dus de moed maar samengeraapt, En gegaan. De eerste dag gewoon een dikke proef gereden, geen fout. Ja. Voor we verder gaan, mag ik eens vragen, hoe komt Timoon eigenlijk bij u terecht? Want Timoon is van, van mijn kant is van het Oottenland. Van Goik? Ja. Door Orlando. De eigenaar van Timoon had gelezen dat Orlando verkocht was. En Timoon liep bij hem op de wei, want Timoon was voorheen door Philippe Lejeune gereden. En ook succesvol. Hm. Op zijn acht jaar ook in Olympia. Vierde en vijfde in dikke proeven. Dat was in, in Tour en Taxi won hem ook een proef. Ai, dat, dat leek zo aan Ster. He, die ja. kwam op. Jongpa. Ja, was is... die moe major? Major. major? Skippy Major. Ja. Skippy Major. Fleurie. En uh, daarmee... Uh, wat is er juist geweest? Dat is dus uh, de eigenaar en Filip. Daar heb ik niks mee te maken. Maar... Zodoende hij liep hij bij hem, bij Jeff, Jeff de Vogel, in, in de wei. En die hadden, Jeff had aan Frans Sil gevraagd, die wist dat ik die kende, of, of hij mij eens mocht bellen, of dat paard me interesseerde. Oké, okay, en ik had, had Timon wel met Filip gezien, en natuurlijk interesseerde mij dingen, Orlando weg, ja, dat was al een de ja. ben ik naar Jeff gegaan. En dat was daadwerkelijk wel een beetje een probleem met dat vertrouwen. En dat hem in die, in die combinaties zoals in paniek schoot en zo. Ik heb er niet op gezeten, want ik liep gewoon op de wijk. Ik heb wat video's bekeken. En dat waren zo'n paar video's die maakten wel echt indruk op mij. Dat ik denk: oh, ik moet dat doen. Allee, dan heb ik zoiets van: als ik dat niet doe, dan, uh, ja, ja. dan kan ik niet rijden. Mm -hmm. Ik moet dat. Ja. En dan heb ik hem laten komen en dat heeft een tijd geduurd. En na enkele maanden kwam mijn dan kijken, was ik hem in de binnenpist aan het rijden. Dat vergeet ik ook nooit, dat zijn zo beelden, dat gaat nooit weg. Met zijn hand in de poort, niet aan het springen, ik was er gewoon mee aan het rijden. En die chef die zegt dan, mama en jong, jij kunt toch niks doen met dat paard? Ik zeg, maar blijf je eens even rustig. Alles op zijn tijd en zo, stap per stap, ja is dat allemaal beter? Win, winnen heeft hem al te veel gedaan. Hij was gruwelijk snel. En, scherp, hè? en dan, ja, maar hij kon, hij was van achter niet zo. En hij, die combinaties, dat was moeilijk. En toen twee, twee maanden voor, voor Mechelen won ik mijn eerste grote prijs ermee, leeuwarden. Weer leeuwarden, hè? Weer leeuwarden. Eh? Weer leeuwarden. Ja, ja. Maar toen in Mechelen dat jaar heb ik zelfs de, Tweede dag op de B-pist nog gereden. Toen waren er nog vijf sterrenproeven op de B-pist. Toen waren we vierden in de veertig. Ik reed maar. En dan heeft hem een grote prijs gesprongen. Eén fout. Dus dat was allemaal een succes. Ja, en dan maar Wereldbeker, hè. Maar dat was, dat was echt iets raar. Ik, toen was de Wereldbeker s'avonds, nou ja, Kan, ja. En ik ben tegen een uur of drie, vier naar Mechelen aan het rijden. Wat een mens soms bezielt, hè? of wat in zijn kop omgaat. Dus... En Chris van Loo belt mij, iemand van de pers wou iets weten van mij, en die belt me erover. En die zegt zo van: Wat denkt u vanavond? En ik zo van een stumme kop. Ik denk dat ze vanavond rekening bij mij moeten houden. En een kwartier later zeg ik: Maar wat zeg ik nou? Hoe kan dat nou? Ja, en dan, enkele uren later, winden. Bij een combinatie dat hem eigenlijk niet kon springen. dubbel oxer op enige oppas. Wat is uw verklaring dat dat dan wel lukt? Ik zoek daar geen verklaring voor. Dat wel, maar ergens ga ik. Ergens ga ik het gevoel hebben dat toch, dat toch ging lukken. ik weet dat niet. Dus al de dag ervoor zal hem wel het gevoel gegeven hebben van. Ja. Ik denk dat ik die pist wel. Uh... Een keer of twee. Eh, Rondgekrust, ja. En dan, dan was er uh, iets voor die combinatie kwam, waren er nog twee ochsters, uh, vier no normaal, en ik deed er alles vijf. Ook niet. Niet bewust, maar achteraf. Ingeving van momenten, het juiste, denk ik. Voor alles rustig te houden, dat ik hem op die dubbel oxer kon laten schieten, ja. ja. Dat, was, ja dat was wel het mooiste, ja. Dat en... Als ik eerlijk moet zijn, hou ik daar voor mij die proef, dat die prijsuitreiking, dat we dat al een paar keer ondervonden hebben, dat is soms al te veel. En voor mij is dat dan is het al afgelopen. Hè? Dan denk ik al aan het volgende. Hè? Van de volgende keer heb ik er al twee of drie af. Uh, deze is gewonnen. En dit... Hoe bedoel je dat? Dat ik dat hoofdstuk ook van winst snel afsluit. Ik ga er geen, geen maanden of geen jaren blijven zijn, da, En dat is fijn, dat volk en alles. Vooral daarna... Als dat te lang duurt, dan kruip ik in mijn schulp. Dan, met een beker gaan halen tussen een hoop volk, dat ga je niet doen. Dan stuur ik iemand anders. Dan vind ik aan mijn tand, als de mensen me aanklampen. Dan. Nee, dat is niks voor mij. Maar daar heb ik wel van genoten. Daarna. Ik weet niet of je dat nog weet, we waren dan wel 1, 2, 3 en 4. Ja, mega. Echt. Daar... Ja, Niels... Niks Niels. Uh, Jos, tweede met je maan. Ja. Yeah. Judy. Grandam. En. Patrick McKendy. Goed hoor. Ja. Sherry of Ever of Wat is het allemaal? Ever, denk, denk ik. dat ja. weet ik niet precies. Maar dat, en dan toen, bij dat feestje, ja, toen was het. Toen was gedaan. Dat was de laatste proef, denk ik. Daar allemaal op het podium met de, met de Sutter, dat, dat volk dat. Dat, was. dat is. Just, ja. Dat was, dat was wel wild. Ja, klopt daarboven. Ja. Ja. Dat is zoiets, ja. Um, als, als je het hebt over je mooiste uh, prestatie, moet je ook teruggrijpen naar uw. Nou, naar, wij is in uw carrière uw grootste teleurstelling geweest? Dat is een hele cliché vraag, maar ik, moet, ik vind het wel dat ze moet stellen. Tweede grote prijs van Haken. Dus. Ik, ik wist dat je het in Aken heel goed had gedaan. Ik, ik zoek het op in Aken en ik, eh, ik ga dan kijken. Aken, Clinton, eh, tweede. En dan zie ik, verslagen door Shutterfly. Eh, dat is op zichzelf geen schande. Maar ik heb dan toch een beeld over de bliksemsnelle Shutterfly en de minder bliksemsnelle in mijn beleving, Clinton. Hm. Maar het verschil is zoveel. Heb je hebt die barage gezien. Nee. Als dat, als dat vandaag is, gebeurt dat niet meer. En dat is wij verwijt aan niemand. Eerst en vooral was dat al, op die moment staat daar niet bij stil, maar dat was een vreemde barrage. Shutterfly, Cumano, Sapphire en Clinton. Ja. Juist Baloebi, die had de eerste ronde een fout, denk ik. Die had er ook nog bij kunnen, maar dat waren, dat waren wel op dat moment vier paarden. Hè. Maar... Zelfs nog op deze moment zijn dat toch nog altijd de paarden waar we over spreken. Ja, ja. Ik vraag me eigen af, dat is even helemaal uit de context. Hè? Maar als iets dat ik tikkels over nadenk. Bijvoorbeeld um, in de voetbal, uh, Real Madrid, zo de Galacticos van een tijd van Raul en Zidane en zo. Ik heb de indruk dat die ploegen zoals dat, dat nu is, ook zo in de springsport, dat dat precies niet meer zo'n legendes gaan zijn als dat dat toen was. Of is dat gewoon omdat ik dat nu vanuit mijn. Voor andere mensen wel, als je dan toen in de sport terechtkomt zijn dat wel de helden. Ik heb de indruk dat er nu, ik weet niet, ik, heb, ik, ik natuurlijk een barrage met shutterfly en cumano en clinton en Sapphire. ah oh, dat is toch iets. Dat kunnen je nu toch bijna niet meer voorstellen. Denk, of misschien een aaker. Het is wel altijd als je terugkijkt. Ja, dat is ook zo. Denk, denk, als je, als je binnen x aantal jaar terugkijkt op barages met killer queen of zo, ja, dat is ja dan, zo. dan zegt toch. Denk dat wel. Ja. Het is alleen. Killer Queen, Explosion, ik weet, ik... Explosion uh, en Expl King Edward, dat zijn nu, Calum ja. ook, ja, is hij ook in daar? Ja. Oké, okay. okay. die, die, ja. die, die twee witte hengsten, die hadden wel enorm persoonlijkheid. Ja. Hè? Als die als die dat spelde, die we die grote wijden en haken binnenliepen, ja, dat volk, die 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 stonden al, dat was toch ja, niet die normaal. van mij, die wist al zo goed, die genoot ervan, die, ja, die, 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 die ja, die ja. Maar ik heb ook uh, ik, uh, ik heb dat al eens gezegd in een boek van Dirk Arman's van op het wereldkampioenschap. Bijvoorbeeld in Aken. Ik ik dat Clinton koort zat en zo. Hè? Ja, dat, dat was hij toch? Dat was zonde, dat is ook zo'n laatste wedstrijd geweest. Hè. Maar daar, voor even terug te komen op die tweede plaats. Dat is echt zonde. <coughs> en, en die jongens gaan dat nu, nu nog niet. Maar binnenkort komt dat ook. En dat is een beetje spijtig. Wij hadden Lucien en alle respect voor Lucien dus jij ja, topjob gedaan, maar dat was technisch en we zijn met twee belgen in de barrage, twee van de vier, Jos mm. en ik, en er is niemand meer. En eigenlijk één iemand komt naar mij. Ten eerste wou hem al niet meer springen in de paddock, want ik dacht de een was zo'n bushop oxer voor te vertrekken en ik dacht gaan. Ik zeg toch eens in de paddock dat het dat hem niet verschiet als ik. Ja, geen kans. Hè. Die bleef 15 meter staan, die draaide hem om en die liep met mij gewoon naar de poort van de pist. Ik dacht: oké, okay, hij wil het. Ah, hij liep naar de poort van de pist? Ja, ja. Ja, 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 ja dat wel. Gelukkig. Maar naar de, na de hindernis toe, hij niet meer? Hè. Geen kans. Ik draaide hem om en liep gewoon de pist in. En onderweg komt Peter. Peter Postelmans. en die zegt: Heb je wat gezien? Ik zeg, Ja, nee. Je kunt, ik denk er zeker dat je van één naar twee ene minder kunt doen. Maar ja, ik ben bijna zeker. Ja. Je hebt geen bevestiging, je, Peter, ja, ei, alle respect. En, en, maar, ja, en ik vertrek eigenlijk op de twee. Je hebt de barrage al gezien ja ik al tien keer moet ik echt terug. Hè? maar ondanks dat lag ik half echt parcours nog voor hè? op shutterfly, maar dan op denden hebben zo'n een bocht en dan is hij zo yeah. oh, ja. ja shutterfly dat was een koerspaard dat, dat is gewoon zo, maar het was maar drie of vier tinden ja. maar dat was Goed, was, is eigenlijk was het is eigenlijk wel heel straf als, je, als, je, als je het antwoord op de vraag wat is je grootste teleurstelling uit je carrière de tweede plaats in Aken is. Ja. Ja. is toch... Komt er ooit nog in Aken? Gaat er nog een herkansing krijgen, denk Je, <laughs> je hebt wel eens <alles> gezien, joh. <laughs> <laughs> uh, Zijn dan, er ik... nog de ambitie om daar... Oh, ik heb al zoveel gezegd en, 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 en al zo dik is op van alle dingen teruggekomen dat, dat ik er niks meer over zeggen, zeggen. Want... Oh. als, als de puzzelstukjes eens terug in elkaar valt, ik, ik denk dat niet. Ik denk dat niet. De, de haken of mechelen, ik zie me daar niet meer rijden, maar wie weet. Ja. Ik ben aan mijn laatste reeks paarden bezig en ik, ik heb het gevoel dat dat er goeie zijn. En die we zelf gefokt hebben en zo, en moest ik dat nog eens kunnen bereiken, dat zou wel, dat zou wel heel mooi zijn. Ja... Maar kan ik dan nog uh, weet je, Ik weet dat niet. Ai, kan ik dan nog? Heb ik het ooit gekund? Dat, dat, dat vraag ik me eigenlijk dikwijls maar af. Kun je kun toch van... niet blijven zeggen? Dat. Ja, dat, nee, dat is goed. Je maakt nog altijd zoveel fouten. En, en, ja, dat is... Even terug naar, uh, naar, naar Wereldrouter spelen. Want jij spreekt over uh, Clinton Coats. Ik weet iets van een gebroken enkel. Ja, klopt. Dus, we... so, dus dat was de, de beginjaren van de Global. Ja, 2006, eerste jaar. Ja, ja. en ik kon naar uh, Estoril. En we hebben het straks nog gezien, de foto Beervelden. Uh, Uber had mij gevraagd: dat was ook eerste, of de eerste keer zeker, dat Beervelden internationaal deed. Dat daar in de buurt was, wilde Clinton niet meebrengen, want Patrick Gansbeek, een goede kameraden. Ik zei: dat doe ik. En ik win daar de Grote Prijs. Maar dat was ook, ik denk je hebt het al wel eens meegemaakt, Ludo en ik elkaar jennen. En, en dat ging zo, dat was zo'n beetje. Dus Ludo gaat eerst binnen in, in de, in de barrage van de Grote Prijs, met uh, Narcotiek de Vossen. Ja, ja. dan. Maar die had gevraagd om eerst te starten. Want Olivier en Nicolas, die reden al bij de ponies en hij ging met de, de containers en helikopter al naar Nieuwpoort. Maar hij wist dat het snel was. En hij passeert de pad ook zo en, ik, en hij doet altijd tegen mij: Allee, hij zegt: Allee. He. Hij dacht: je is je een witte, dan is een aan het die kan er toch niet aan. Dus ja, goed. Ik rijd mijn barrage en ik ben sneller en ik win. Maar hij zat ondertussen in die helikopter, dus ik stuur hem een berichtje. Proficiat. Eerst dacht ik al dat hij gewonnen had, natuurlijk. Maar dan... Had hij, ja, hoorde. Maar goed. Uh, Drek naar Estoril. Eerste dag. Dikke proef. Uh, hij 0, Parco. Ik 0, Clinton. Barrage. Ik aan de leiding. Hij, Parco. Mij eraf. Hij wint. Ik derde. En dan, de tweede dag... Dat was toch een proef, bij redelijk wat geld. Wordt niet goed gesprongen, maar gekend historisch ook. Paarden doen daar wat raar. Ja. En de een was die, die groene golf. Oxer. Ja. En die staat juist voorbij de ingang. En gaat daar die boog. En ik was ook, ja, het was echt veel schaduw. En ik vertrek naar de een. En hij zet af op die schaduw. Veel te groot. Hè? Hij vertrekt. En die zet af, en hij ziet ook van: Dit Tchee. halen we niet. En die blijft maar gaan, hè? maar hoger en maar hoger. Maar ja, nooit die breedte. En, en eigenlijk ben ik niet echt gevallen. Hij is, hij is op zijn kont gevallen en zo. En ik eraf. En de eerste dat de grond raakte was met mijn rechtervoet en enkel gebroken. Hè? Vijf weken voor. Het WK in Aken. Ja, dat was wel. Hier ben een dokter in, in de kliniek alle ruzie. Ze zegt vijf weken gips. Ik zeg dat gaat niet. Hoe dat gaat niet? Waarom gaat dat niet? Ik zeg ik moet binnen vijf weken rijden, maar dat gaat ook niet, zegt hij. Ik zeg het toch zal het moeten. En dan ben ik naar een sportdokter geweest in Struiden. Die wou dan eerst opereren, maar dat heb ik dan ook weer niet. Ik zeg, als ik iets complicaties krijg, dan, dan gaat het niet. Want Clinton was dat jaar eigenlijk in de vorm van zijn leven. Hij was, hij was snel geworden, hij was competitief. En, ja, en Aken was een pist. Dus ja, en uh, toen was het WK voetbal. En Wayne Rooney had zijn teen gebroken. En daar hadden ze zo'n machientje met ultrasongeluid. En ze beweerden dat dat zoveel. De botgroei stimuleerde. Ja. En dan heb ik ook zo'n machientje gekocht. En heb ik dat gedaan. En ben ik eigenlijk na drie weken terug zo. Maar e paardje en zo beginnen rijden. Maar oh, dat heb ik heb afgezien. Maar ik heb na vijf weken wel. Ik had wel maar één keer terug op Clinton gezeten voordat ik naar nou Aken trok. Meer jaar? Ja. Ja. En dan. Dan moet ik wel zeggen. Die eerste sprong, dat jacht, dat was even met een daver op het lijf. Die eerste twee hindernissen. En je dacht, hoe gaat dat ding dat wel houden? Ja, nee, nee, daar dacht ik niet. Ah, ja. Maar zo even van... Ja. Ah, ja, want... Sorry, ik was even niet mee. Natuurlijk, dat is ook na de val, heb ik ook maar één keer op Clinton gezeten. Ja, een dat paar, is de paar kleine sprongs. Dat is niet de manier om een WK voor te bereiden. En ja, goed, die eerste proef ging ik tamelijk vlot. Zo was ik zestiende of zo. En dan... De tweede proef kreeg ik twee fouten, denk ik. Dat was niet zo. En toen voor de finale van de ja, landenwedstrijd, mm -hmm. waren we dan nog wel bij de laatste 10, 8. Ja, toen, ik is morgens ja, koorts. Dan zei Jeff, we krijgen dat wel in orde. Maar om die proef die begon om 9 uur, om 6 uur, had de moeite op een stijl van 21. Ik moet zeggen, daar weer met zijn karakter, voor mij chapeau dat hem dat gedaan heeft. Normaal, een trippelbaar, daar vloog hem over, nu viel hem met zijn buik erop. Ik kreeg ook fout op, had nog maar twee fouten. Maar ik voelde echt dat paard, dat ging niet. Ik dan al toch nog een beetje gebrekkig, maar die gaf toch, ai, dat moet ik zeggen. Dat vond ik knap van hem dat hij zijn eigen daar toch nog voor gegeven had. Zo dat. Ja. Maar het spijtige eraan is dat het ons laatste proef was. Ja. Maar dat was ook zo voorzien. Hij heeft hem afgesproken met mij. En Hubert. ik Hij heeft niet dat ik daar iets op te zeggen heb. Dat was, nee. uh... Maar dus dat is dat eigenlijk ook weer een, een verklaring achter het feit dat die fenomenale paarden ook daar weer op het, op het op een ja, kampioenschap. Uh, ja. Ja, Jos was goed. Parco was ook goed toen. Ja. Parco was op het einde een beetje. Maar, maar die, die stond ook vooraan. En Judy Ann was toen het. Ja, het van de ploeg. Die was toen nog heel jong, hè, met ja. Gandam. Maar die had het zeker niet slecht gedaan. Die deed het goed. Ja. Maar eigenlijk, ja, als Clinton daar op zijn normale doen is, gaan we weer voor de medaille zijn. Maar we stonden er weer niet. Zo. Ja, dat is zonde. Dat vind ik ook wel spuitig. Dat vind ik ook wel spuitig, ja. Um, ja we zijn uh, ondertussen Weer twee uur en zeker? 48 minuten bezig. ik had ik had het verwettigd, hè ja, ja, ja maar het kan, kan geen kwaad um, paardsgewijs um, oh ja maar kooi, we hebben nog niet gehad over platine nog niet gehad over Cicero we nog niet gehad over tequila nog niet gehad over Ugano zitten. Ja. dit zijn dan de momenten dat je vraagt of we komen we nog eens terug en als ik het aan u vraag dan zeg je ja nee nee we nee, rustig door ik ben wel bang van de drie uur grens ja hè? Hoe gaan de mensen dat verteren? Terwijl, we kunnen ook drie uur doorgaan, hè. Tuurlijk. Goed. <lacht> <lacht> Wie wordt eens Dat weet ik niet. Ik heb ze niet in pacht. Dus ik kan het um, niet zeggen. We gaan de... Ik vind... Ik vind ja, de paarden moeten in elk geval... Uh... Mm -hmm. Ja. Ja, goed. Uh, plati Platina is ook zo'n opvuller geweest. Uh, die... oh, dat is met de... Opvullers moeten we eigenlijk niet. P? Nee, ja, maar ja, maar... nee, nee. Goed. Die ook landenwedstrijd, dubbel nul gelopen. Die Rome ook één ronde in landenwedstrijd. Die, die kon er eigenlijk niet over, maar die had zo'n wildkracht. Wow. Dat, en wat... was, dat was ongelooflijk. Hoe de... Ik kocht die, dat die, die stopte dat kraakte. En weer hetzelfde, maar dan moesten we ze zelf kopen. Ik dacht. Als ik daar niet kan mee kan rijden en ik kan die niet aan de praat krijgen, dan kan ik niet met paard rijden. Dan moet ik stoppen. Maar dan kies je wel de moeilijkste om jezelf te testen. Ja, maar ja. zoek ze maar, hè. Dat is niet zo simpel, hè. Maar ja, maar. Ze, Als je, ze je stopt een een miljoen wil uitgeven. Ze stopt er op welke leeftijd? Ja, toen was die, wat was die, tien, negen of 10. En jaar. met wie heeft ze to, tot dan gelopen? Eerst is Bart Goen, Johan Goen ze gereden. En dan is hij Gilles Dunon nog gereden. En zo leerde ik ze kennen. Zo heb ik Shill leren kennen. Gil, uh, die, uh, die vroeg om hem toen wat te helpen. En toen ben ik er eens genopt zitten. En ik zei: maar De paard is zo voorzichtig. En ja, ik had toen niet echt. Dat was. Uh... Ik had niet echt. Ja, zo'n. Uh, voor mij te doen. En zij we, zijn ze Eigen... wel vrij snel. We kochten ze. Zaterdag uh, woensdagavond. De mijn groem, Erik Grenier, was toen mijn ja? groen. Ze gaan halen bij you know. Dat was, de, dat was de moment, er is zo'n moment geweest op mont en ja? Donderdag naar Compiègne vertrokken. Daar vier dagen gesprongen. Want ja, ze stopte ze, dus moest dan aan de praat krijgen. Ze heeft in Compiègne maar één of twee, één keer gestopt. Maandag. Clinic George Morris bij Ludo. Maandag, dinsdag, woensdag kliniek bij George. Allemaal met Platine. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, Wiesbeck. Allemaal dan terug in 45, En ze was vertrokken. Ja. En die heeft toch ook wel wat gewonnen. Want we halen Platine aan omdat zij de moeder is van Matador. Ja, maar goed, ze was ook in Amsterdam derde of vierde in de grote prijs. Uh, en Mechelen is ze ook eens derde of vierde in de grote prijs geweest. Dus ze heeft wel, wel wat, wat gepresteerd, dat was zeker. Plotseling valt het mij, oh, nu gaan we over drie uur gaan, nu valt het mij iets anders binnen. Um, maar ik, ik, het is echt een verhaal dat mij haken, ogen aan elkaar hangt. Um, ken je Assen, het, het dorpje Assen, Assen ter heide? Assen ter heide? Ja, vlakbij Ternat. Ja, ja, ja. een bussel tegen Mollem. Ja, ik ja, ja. ja, daar ook eens geen, een paard vandaan gekomen bij u. Goh, alsjeblieft, als je nu nog aan het luisteren bent, laat het ons weten in, uh, in de comments. Toch, dat heeft me altijd goed geweest. Slecht, slecht voorbereid. Ik heb er wel, wel wat gehad, maar... Oké. Okay. Paarden dan, hè. Uh, ja. <laughs> Mensen die tot hier luisteren Weer, weer zeer straf, weer zeer straf. Uh, Alhoewel dat, um, dat Plotland voor u een goede streek is geweest uh, Timoen, maar goed Cicero Streekgenoten Ja Ook een beetje door Timoen gekomen hè? Uh, Luc van Heekhout zijn dochter Eva Vrijde met Kozijn van de eigenaar van Timoen Zodoende zijn de zij. Ah, Ja, omdat die vrijages allemaal ja, niet jongen. goed voor zijn, hè? Ja. En zo is Cicero bij mij gekomen, ja. Cicero. Ja. Hij Is hij, 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 net uit, uh, uit de dekdienst teruggetrokken ja. uh, in, uh, in Zangerzijde? Oké, okay, ja. Ik denk, ik denk, dat dat een goede ding is dat verdient hem ook wel. nu wel eens. Vorig jaar nog eens gaan bezoeken en hij zag er wel nog super uit. Dus hij ja. wordt goed verzorgd. Op welke leeftijd is hij bij u terechtgekomen? Zeven. Zeven jaar. En dan was hij tot dan opgeleid door Willem Willem Meus? En Dan heeft hij even bij Jos gestaan. Bij Jos Lansing. En daar heeft vooral die Luciana Camargo hem... Ja. Dat is in tijd. Ja. Massimo. Ja, ja. 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 Ja, en zo is hem dan bij mij gekomen. Maar goed, ik heb er ook veel plezier van gehad. Gij, gij, ik heb er ooit eens over gesproken. Uh, je hebt er wel een enorm warm hart voor. Tuurlijk. En eigenlijk moest het beste van de paard nog komen. Dat was een laadbloeier. Die kon hem wel stoer voordoen, maar die was niet zo stoer. Eh, like, aken, dat was een straf voor hem. Hij heeft er misschien zes of zeven keer gesprongen. Hij <laughs> haatte die piste. Die Waterbakken en die. Zo benauwd of wat? Ja, dan. En al dat volk, joh. <laughs> ja, dat was. Hij kon wel stoer doen, ja, als maar. Ik dacht dat het hem er niet om gaf, eigenlijk. Ja, nee, ja. Als een man de ingang stond, zat hem een beetje te brullen, lekker een halve gebakken, zal ik zeggen. En... Maar dat was meer van angst dan. dan... Ja, dat was. Oeh. Maar goed, ik heb er. Mechelen toch ook eens wereldbeker nul gesprongen? Ja. Uh... Mijn gewonnen, Aalst gewonnen. Aalst was mooi, hè? Ja. Dat was ook weer zoiets. Ja. Vlak bij hun in de buurt. Hè. Ja, dat, dat plaatsje klopte ook weer. Vigo tweede? Ja. Vier goed ik moest een van de laatste binnen, voorlaatste denk ik. En in de paddock ging zo'n groot scherm en ik. Ja, ik doe dat sowieso niet veel. Ik... Tussen parcours en barrage doe ik misschien. Vier, vijf sprongen doen, meer doe ik niet. Altijd een analyse gemaakt van waar laten de anderen het liggen en waar kunnen wij. Waar ken ik grapper? Dat plant klopt. Want dat was eigenlijk straf, de twee traagste paarden stonden van voort. Ja. Ondanks dan... als je ziet, Scott Braschrij, Hello Santos daar ook. Oh, ja. daar heb ik zelfs niet meer geregistreerd. Dat is, uh... Ja, dat waren toch wel wat betere paarden. Maar ja, goed, dan vlak bij hun en dan. Dat ja, ja. was ook een mooi moment. Ja, absoluut. Ja, en dan voor leuk ook uh, in zijn, zijn strijd. Ik vind dat het nog kan. Uh, Voert, we gaan nog even verder doen. Um, waarom word ik de Meersman-bondscoach? Is het dan omdat het paardrijden. Je wilt nog niet stoppen? Nee, helemaal niet. Is dat dan omdat het paardrijden u, u zwaar valt? O, waar... Nee. Uh... Je wordt eerst assistent van Gravenmaier. Ja, dat was al zo. Dat was zo. Gerda, die ging weg. Eerst en vooral, Gerda was al naar België gekomen door mij. Maar goed, ook per toeval. Maar het neemt niet weg. Ook al de goede kameraad gebleven. En toen komt Kurt Gravenmaier, die ik dan. Ook al kende van vroeger dat we nog samen gereden hadden en zo. En Kurt zegt, ik wil dat doen, maar ik moet iemand langs mij. En dan had... Ik denk, dat was toen toch? Ja, dat was toen. Boegman een vergadering gedaan. Jackie op de federatie met die van... En die, die vroeg dan: moesten wij op papier schrijven de voor- en nadelen van Gerda, de voor- en nadelen van Lucien. En dan ook wie volgens hun een goede bondscoach zou zijn. En toen verscheen mijn naam er enkele keren. En aan die tafel zat, zaten. Ik weet niet, dat was een grote tafel. Verschillende ruiters. Uh, ruiters, ja, oké. Okay. Allemaal ruiters. Ja. Dus de ruiter, veel ruiters hadden mij een naam opgegeven. Dan hebben ze mij voorgesteld van assistentbond zijn, maar zelf actief te blijven. Dat ging. Buffero dat hoofdstuk was afgesloten. Dus. En dan heb ik dat heb ik wel, wel graag gedaan ja oh, dat vond ik wel leuk. Oké, okay, we hadden toen een paar moeilijke jaren. De jeugd weer een beetje ouder, de ouders moeiden nog wat meer, de eigenaars moeiden er kwam een rechtszaak. Die... In, in uw jaren? Nee, voor mij. Ah ja? Gelukkig. Maar ja, goed, dat, dat assistent, ja. Maar dat, dat beviel me wel. Maar uh, ja, toen bij een van die rechtszaken. toen was de eis dat Gravenmeijer opstapte. Een tien verjaars weg. En dan heeft... heb ik zelfs heel. Ik heb dat niet geregistreerd. Wat, wat jaar was dat? Ja, dat? Weet ik wel. Die rechtszaak daar heb ik weet van. Ja, ja. Wat jaar is dat? Uh, wacht. Hè. Wanneer was K? 2014 was dat een rechtszaak tegen de federatie dan zo gezegd? Hm? Ja tegen de federatie. Hoor. En wie? Van jong, wat was dat weer al? Voilà, van Kampenhoven. Oh, juist, dat circus, ja, ik zit mee. Ja. En uh, ja, ze hebben verloren dat, hè, de federatie. Ja. Oh, dat heb ik helemaal niet zo, dat heeft, niet... Zo... Heeft, ja, ja, dat ja, heeft ja alle... geld gekost. En ja, toen moest Kurt weg. En toen, Pieter, Filip was nog wereldkampioen toen. Zo. Pieter en Filip. En en, oh ik zeg: nee, ik doe. Nu, ah ja, goed. Dat is dan al niet leuk. Ik, ik zeg: ik doe het niet. Ik doe het niet. En, en, en door lange duur hebben ze me dan toch zo ver gekregen, omdat Pieter. Die kent me natuurlijk wel. En, en was weg. Ik deed op die moment wat met Fleury van de Koekelberg. Ja. Paard, super haar best gedaan. En, maar ik had, ik had niet echt een opvolging. Hij zat niet in dat, dat top. De... Eigenlijk met een opvolger voor die en tijd had Ugano moeten zijn. En ik moet zeggen, ik heb daar een enorme klap van gehad, mentaal. Van Ugano. Want hij brak hier tussen mij. Ja, mee. ik was hem aan het langeren. Ik had hem vast. Als een groen mij gebeld had, had ik dat nooit geloofd. Maar ja, het, is, het is wat is. Het is zo gebeurd, en, maar ik heb, daar, ik heb daar een enorme klap van gehad. Toen... Ik, uh, het is 3 februari, 11 jaar geleden, denk ik. Ik heb nog altijd geen video van het paard gezien. Nee, dat was, dat was verschrikkelijk. Om daar straks, haal dat eens even aan, dat Ugano in theorie eh, nog eens het, het dichtste bij ja. Clinton, maar dat, we, dat had men een afsluiter eigenlijk moeten zijn. Oké, okay, we kunnen dat. Ja. Je, kun, je hebt geen glazen bol. Dat, dat, dat moest allemaal nog in zijn plooi vallen, maar die had wel de capaciteiten, de kwaliteiten. Die... Ja, ja. Ik geloofde erin. Dus, dus dat was weggevallen. En, ja. Dan heb ik me toch eens laten overhalen van mee naar Brussel te gaan op een vergadering met Wendy. En, en heb ik... Ja, kom mee en luistert, luistert. Ja, en ik heb geluisterd. En dan hebben ze mij ja, gezegd dat ze graag hadden dat ik het zou doen. en Dan heb ik gezegd, kijk, je kent mij allemaal, je kent mijn karakter. Ik ben emotioneel, maar ik kan ook hart zijn, ik kan ook... En ik zeg, ik ga niet veranderen. Ik zeg, no way dat jullie mij ontslaan. Ik ben lang weg voordat je alles beseft dat je me wilt ontslaan. Dus dat heb ik toen al gezegd. En ja, goed, dan hebben we dan toch dat contract gedaan. En beklaag ik me dan, nee. Het was een, een mooie ervaring geweest. Ik, ik kende iedereen al goed. En nu ken ik ze helemaal goed. Zo, ik weet hoe dat ze redeneren. Ik weet hoe dat ze denken. En je moet maar eens zien. Een ruider die praat alleen maar over zijn goede resultaten. Hè. Die anderen zijn maar afvergeten. Dat was iets dat ik toch al geleerd had als ik zelf nog. Ik denk, hoog niveau. Hè. Op het einde van het jaar of na zoveel tijd maakte ik de balanses op en dan dacht ik bij mijn eigen. En Ik moet om de bondscoach niet te veel vragen, want ik heb ook gerecht. Dat hebben ze niet. En dat wil ik effe. Over Niels Hij is wel een ding vergeten, over zijn kas. Want ik luister ook naar de podcast hè. Ja. en ik dacht: je bent een echte ruiter, want je bent het ook weer vergeten. Niels was ook, die heeft altijd makkelijk gehad, omdat hij een goede ruiter is, dat de, de mensen veel vertrouwen in hem hebben als ruiter. Maar ik was toen bondscoach, met kas, en hij had, hij of Harry, dat was 10. Mm, yeah, hadden een eigen eigenlijk al een plaats toebedeeld in Lanna, in Labol. Maar ik vond ze niet goed genoeg springen voor Labol. In Antwerpen had de paard mij niet kunnen overtuigen. En lumen rijden ze niet. Dus waarom zou ik hem dan meepakken? Maar hij zegt: Ik heb dan Drek Hickstedt, Dat is hem ook vergeten. Dan is naar soppelt. Ik heb hem in soppelt meegepakt. En daar rijdt hij in een barrage, de voorlaatste nog af, want daar had hij de grote prijs al moeten winnen. Toen was hij nog niet zo competitief. Maar dat, dat merkte dan zijn ruiter hoe rap dat dat... Ja. Hij is ook handelaar. Ik heb meer. Ik ben geen handelaar. Ik, ik Je denkt, denk denkt alleen maar sport. Ja, ja. Ja. En ik denk daar veel meer over na. Als hem als hem dan nu hoort, gaat hem zeggen: "Juan, ons is waard. Dat is niks. niks nee, 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 meer ja. met herinneren dat hij toen zei: ja, uh, had zijn uh, groepje. En daar konden. Nee, nee, dat in, was ervoor. Er moeilijk in geraken. Ik had hem toen overtuigd. We waren in Odense en toen was er een paardenkruipl voor Rome. Ah nee, dat was mijn Pomo. Ja, dat was mijn Popo. Mm. En toen heb ik. Toen was ik assistent, maar ik was met hem en Christophe van der Hasel, en ik weet nog niet wie. In, in Odense. En toen heb ik gezegd: Niels, als je wilt, ik moet nu vertrekken. Van hieruit. Ja, maar ja, ik ken dan. Ze laten mij dan toch weer in de steek en zo. Ik zeg: Dat gaat niet gebeuren. Ik blijf. Ai. daar kan ik hem wel aan herinneren. En bij mijn Pomo is hem dan wel. Gelanceerd geweest. Hè? Kurt heeft hem nog enkele keren meegenomen en ik heb hem. Oké, okay, hij heeft toen ook echt gedaan wat we van hem verwachten. Een dubbel nul met Pomo, derde in de grote prijs. Toen de, een van zijn kinderen geboren is, is hij toch mee naar Sangalle gekomen, alleen met Pomo dubbel nul. Ja. En eigenlijk, weet je, je probeert van alles als bondscoach. Toen toen werd er gezegd: Ja, maar we weten het te laat en we, zijn dan, we hebben niet ons. Dus, dus <laughs> Nils ja. wist na Sangalle al dat hem in Aken het EK ging rijden. Je had blanche, je moest hem klaarmaken. Oh, sorry, hij was niet klaar. Dat vergeet ik ook niet. Op bepaalde momenten. Eh, eh. Ik neem hem dan niet kwalijk. Nee, nee, nee. nee. Maar, maar als je dan die discussie voert daarover, is dat iets dat mee in de schaal wordt gelegd. ja. 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 En dat is toch ook niet meer als normaal, denk ik. Ik denk dat het menselijk is. Ja. Hai, dat was mijn, mijn manier van, van denken. Ja. En toen in Sopot zei hij: ik, ik zeg, ga er mee naar Hikstedt. En ik zal klaar zijn. Ik zeg, dan ga je mee. En dat was super. Ja, ah, ja, ja. ja, ja, ja. Ik, maar, dus, u, uh, hoe komt uw verhaal van bondscoach tot zijn einde? Waarom? Ik, ik had die, die tijd. Ik heb die laatste twee jaar van Kurt overgenomen, bij wijze van spreken. Ja. Als ik dan bijtekende, dat was weer voor vier jaar. Dat was dan tot... Uh, ja, tot... tot Tokyo? Um, even, even denken. Um, Einde was 2016. Ja, dat was dan voor, tot Tokyo. Ja. Hè? ja. Uh, ik, ik, ik... Want je hebt u wel gegooid in die job, Jo, ik heb me laten al... vertellen dat je u um, hebt laten coachen ja. om coach te zijn. Media Ik gedaan. Ook door 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 Sport Vlaanderen en Paardensport Vlaanderen ter beschikking gesteld. Want dat was niet alleen ik. Dat was ook Jos was erbij, Ludo was erbij, Mark Van Dijk, Mark Rego's hadden wij regelmatig coach to coach. <coughs> Wat ik heel spijtig vond. Je, je legt bepaalde situaties op tafel met die mens. Hoe lossen we dat op? Hoe, hoe. Als je dat dan doet als je een bepaalde situatie krijgt, een, een moeilijke situatie, een probleem, krijgt dus een probleem, je doet wat je daarin geleerd hebt. En dan escaleert het helemaal omdat de federatie niet helemaal achter je blijft staan. En dat vind ik wel spannend. Ja. Dat vind ik wel spuitig. Uh, maar dat, dat, is, dat is niet alleen onze federatie, dat, dat merkt de FVI. Maar dat gaat niet anders zijn in het voetbal of dat gaat niet anders zijn in het wielrennen. Op het einde van de rit vind ik persoonlijk, en dat is nu misschien wel hard, maar zijn dat allemaal zwakke organisaties. Ze kunnen het altijd goed uitleggen, maar als ze actie moeten ondernemen op de juiste manier, doen ze het nooit. Waarom denk je dat dat zo is? Dat dat zo is? Ik heb dat al genoeg meegemaakt. Ja, waar, waarom zouden die, die organisaties dan geen, geen actie ondernemen? Wat zou dat de, de reden kunnen? Uh... Er zijn bepaalde ruiters die nu nog altijd rondrijden. Die, die zijn nog nooit gestraft. Iedereen kent ze. Alle collega's kent oh, ja. ze. Niemand onderneemt iets. En Een brave mens die is, ja, de pist uitkomt, een beetje bloed... Die wordt afgeschilderd als een buil, terwijl die anderen veel harder zijn. En dat, dat stoort mij enorm. Dat stoort mij enorm. Ik kan, ik kan slecht tegen onrecht. Mm -hmm. ik, ik volg u erin. Um, ik frustreer me er zelf ook in, over de, het gebrek aan slagkracht en daadkracht. Maar je merkt natuurlijk wel dat um, het van het verhaal, dat het zelfs tot een rechtszaak kan komen met federaties, mm -hmm. is, is, is natuurlijk al... Een, altijd al een, een vrees, zeker als je opkomt tegen kapitaalkrachtige mensen. Um, anderzijds bedenk ik ook soms bij mezelf: ah, Verdorie, die ruiters hebben we wel allemaal, tussen aanhalingstekens, relatief makkelijk praten hè, met de vingerwijze, maar zelf, ook vanuit de ruiters, de, de sporters zelf, kunnen ook wel een statement maken. En dat gebeurt eigenlijk ook te weinig. Ja. De de je krijgt de ruiters nooit dat we op. Ah wil? ja. 100% procent... Das... Dat is mijn frustratie. We hebben, hebben onze generatie ook. We hebben bijvoorbeeld bijna iedereen, Ludo, ik weet niet Filip, maar ik, Peter, Stani, we hebben allemaal in de springcommissie gezeten. En, maar ruiters, dat is dan weer bij de federatie, maar dan zeg je, dan moet je geen naam van de ruiters eigenlijk spreken. En dan hoorden zoveel winden waaien en iedereen denkt maar gewoon aan zijn kant. Hmm. En dat is spijtig. Like, dat voorstel wat nu weer op tafel ligt, of van niks geld nu gedaan. He, ze willen dat de jury het kan... uitbellen. Ja. Ik vind dat een super idee. En een ex-ruiter erbij zetten, die heeft er verstand van. Wat kent die jury? Die misschien nooit op een paard of misschien wat boswandelingen gedaan heeft. Ziet u dat, zandmannen, daar. Nee, helemaal niet. Ja, wel, niet, wel, niet. Wel, wel. Ik heb het samen stikend. Maar. Dus, en ik heb niks tegen die mensen, maar wer... dat heb ik al zo dikwijls gezegd. Daar, Als... want eigenlijk, soms binnen de federatie, of dat nu FI is of nationaal, of... dat zijn soms ook ik ben de kleinkinderen, hè? dat is mekaar een beetje. Maar ik zeg altijd, en dat is tot een dag van vandaag, waarom doe ik dit? Nog altijd rijden, waarom? Omdat ik het graag doe. Waarom gaat een mens jureren en op die jurytoren zitten? Niet voor die 600 euro of die, omdat hij het graag doet. Deeltanar Waarom? Doe. Ja. Zeg, Je zult de kosten mee verdienen, maar je doet in de eerste plaats. Doet het graag. We doen het allemaal graag. Dus, dus probeer elkaar wat te verstaan en respecteer elkaar wat. Maar natuurlijk, ik zie ook wel genoeg rond mij. Da, da. Het is zo ver gekomen, dat is heel simpel. Als ik nu... En ik weet niet, misschien is het al opgevallen. Je ziet mij nooit op een wedstrijd. Ook al rijk. ik. Ik heb sinds corona mijn camion gevonden. Ik ging vroeger nooit in mijn camion zitten, maar ik heb de tv. En, en ik moet die rest niet meer. Ik doe mijn job. Ja, ik rij nog wel voor mijn plezier. En al die rest. Nu kunnen ze zeggen, joh, maar Het gaat niet goed, het gaat heel goed. Maar... Ik heb er moeite mee. Ja. En dat is spijtig. Dat merkte al in die Jumping Riders Club ook. Goeie, Goeie initiatief, hè? Het is, het, is, het is absurd, maar ik weet niet of dit de, de, de plaats en het moment is, maar het is absurd dat um, zo'n groep aan routers die in, te, in theorie de... Spring, de ruiters zouden moeten vertegenwoordigen dat daar um, nul daadkracht is als je niet akkoord zijt met de, met de gang van zaken van de FI. Hm. Ja, dan spring je niet. Als dat een vakbond is, dan Maar ik. hè, ons secretaris of wat ook is, compleet tegen paycars, no paycars, en we doen dat. Ze gaat in Frankrijk wel in een organisatie zitten. En was daar. Juist hetzelfde als ergens anders. Zwijg dan. En stop, stap dan op. Zet niet zo hypocriet. Nee. Dat, dat kan ik niet goed tegen. Maar dan merkte wel, en ik dus um, om binnen zo'n organisatie te. Ik denk dat. Ik kan niet geloven hoeveel mensen de, mij hebben aangesproken over de Meesman. Zijn um, hoe accuraat dat jij de sport vandaag in de dag kunt analyseren. De sport die, laat ons zeggen, sinds Athene, of sinds je laatste grote prestatie, die, die, nog, die nog veel later die later is gekomen bijvoorbeeld het Wereld zat staat er bij op, um, die enorm is geëvolueerd, waar, die je perfect kunt fileren. Mm -hmm. Je bent gebeten om. Um, om routers en wedstrijden en combinaties te analyseren. Je neemt het extreem serieus op. Uw, uw engagement is misschien groter dan, dan, dan veel andere bondscoaches. Maar is het dan uw um, idealisme die u de das om doet? Ik denk dat wel. Kijk, hè. Het jaar van Rio kon ik twee... Dat was een moeilijk jaar. Uh, hadden we maar twee plaatsen. En Jerome en Gregory winnen die plaatsen. Maar die hoeven daarom niet te gaan. Gregory, hoor ik achteraf, die stuurt iemand naar Amerika voor spaar paard te verkopen, was zijn recht is. Nooit tegen mij, nooit overlegd. Nooit. Had hem gezegd tegen mij, nee, want hij zou zijn plaats kunnen verliezen. Hij moest maar aan een andere vinden. Maar ik had hem dat ook gegund. Maar nee, iedereen, oh, toch erg, hè? Konrad verkocht, maar is hem zelf gaan verkopen. Maar zet dan ook eerlijk. Jérôme, die werd labol en daarna doet hij niks meer. En dat, dat vind ik zo spijtig voor die mannen. Maar dat is ook Jérôme zijn, zijn sterkte weer. En dat is geen kritiek op Jerome. Ik kom nog altijd goed met Jerome overeen. Maar Na, op het einde van het jaar hadden we een evaluatie. Ik heb hem toch mee naar Rio gepakt. Ik zeg Jerome, voor mij zet jij de grootste ontgoocheling van allemaal hier. Van alle Belgen. Wat met dit difficile? Ik zeg Jerome hier op papier. Je doet vier landenwedstrijden, je rijdt één 0-ronde en de rest is acht punten. Ik zeg: dat is de realiteit. Je kunt één uitschuiver hebben, je kunt twee uitschuivers hebben, maar je stond er niet. Ik zeg: en Eigenlijk zou je zelf al moeten zeggen: Sorry, ik was niet goed genoeg. Hij had de tranen in zijn ogen, want ik was moeilijk. Hij moest die zelfreflectie hebben: van... voor mijn status was dat niet goed genoeg. Dat moeite ik moeite mee. Ik vind het um, zo schoon aan u. Ik, ik denk dat. We zijn, we zijn nu al, al een hele eind bezig, maar dat maakt echt niet uit. De, de, het is ook heel moeilijk. Met sport in het algemeen, zeker in, in de ruiterij, om die um, openheid over een negatieve prestatie te hebben. Hè? Jij bent daar zeer. Wij zijn niet in alles in het leven en in de maatschappij zo? Ja, nee. Als, um, als, ja, misschien wel, maar ik vind wel als je in een, bijvoorbeeld een sport, een voetbalinterview. Of, uh, Niemand durft dat te benoemen, hè? Als Mathieu, als Mathieu van der Poel. Um, ja, ik was vandaag gewoon niet goed genoeg. Nee, ja. Maar dat, ga, dat, krijg, dat krijg je wel niet uit een ruiter zijn mond. Niet veel, niet, niet, niet veel. Ik wil zeker vast niet gemenen, Maar ja, dat is natuurlijk de moeilijkheid ook in onze sport. De, de, de balans tussen handel en. Of in onze sector, de balans tussen ja. handel en. Zoveel we belangen de, die onderling. We moeten eerlijk zijn naar de bondscoach toe ook. Hè. Dat is pff, in principe naar een man die het dan wel goed doet. Maar dus, als ik dat nu eens mag ik vragen... Ik ga zeggen, Jij hebt hem al gehad. Je hebt al een podcast bij de man gehad. Hij is zelf bondscoach nu. Dat was. Dat was een crème. En dat was voor mij heel moeilijk, voor bondscoach. Want hij heeft nog even in de ploeg gereden bij mij als bondscoach. Dat was Jos. Ja. Ik heb zoveel respect voor die man. Ik heb zoveel bewondering van heel zijn... Ja, nu weet ondertussen... Is dat nog eens opgefrist wat die mens allemaal gewonnen heeft in zijn leven en die zijn dingen, die zijn discipline... En, en die was naar mij toe ook... Alles, als je paard iets had... Ja. Een van de eerste die dat wist, dat was ik. Twee had ik er zo. Die andere was Judy. Judy ook. Judy was ook. En Judy kon ook heel kritisch zijn voor haar eigen. Maar ze kende mij ook, ik kon dat ook wel eens. Ik vergeet nooit: in Rotterdam had ze twee fouten in de landwedstrijd, de eerste ronde. En. Ze hebben daar Dua Vermeer of noem ja, ja, ja. ja, Die rijdt ze zo schoon. Ik zie ze de bocht omkomen en ik denk: daar hm. ja, komt hem. Dan komt ze uit de piste en ja, ik ben niet de man die direct begint, maar ik zeg zo gewoon droogweg: ik zeg, die die stijl, die hadden je toch schoon? Gewoon in, in veel stijl omgereden. Wat bedoel je nou? <laughs> zo, maar die is dan gebeten en konden overleggen en. Ja, ik moet zeggen, Judy was voor de ploeg. Ay, naar mij als bondscoach en zo. En ik denk met iedere bondscoach heel correct. Want we wisten allemaal. Uh, ice was iets, uh, iets wat moeilijk. Gezondheid. Maar, maar heel eerlijk, heel open. Ja, dat was, ja. die, die, die stonden voorop. Dat moet ik zeggen. Ja. Ja. De um, enige misschien wel kritiek op u die je. Ge... Uh, hoort dan is uh, communicatie of, of dat, je, dat je een moeilijke communicator zet. Maar ik vind dat bijzonder, want ik vind u um, verstandig en ik denk dat je wel goed kunt communiceren, maar is het gewoon het gebrek aan filters waardoor de anderen zeggen: Goh, het is geen goede communicator? Of, of snap je die kritiek of vind je dat geen terechte kritiek? Dat weet ik niet. Als dat, als dat kritiek is, zal dat zo wel zijn. Ik denk. Dat wij, onze generatie, maar generaties en, en tijden veranderen. We minder communicatie moeten doen hebben. En uh, goed, dat dat verbetert. Wat ik. Ik denk. Eind januari, begin februari riep ik de eerste vijftien of zo toch al eens samen. Dat we toch wel eens het. Uh, het seizoen al een beetje dat je zei: van... Kijk, ik heb altijd zo gewerkt. Als ik wist van eventueel kunnen naar Labool, dan probeer ik klaar te zijn voor Labool. Had ik een paar weken van tevoren het gevoel dat ik niet klaar was, geen gok. Dus dat deed ik. Natuurlijk, ik begrijp dat wel. Maar ik wil u helemaal niet in de verdediging nee, 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 halen. Uh, ik, ik zeg maar gewoon: dat, 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 dat gaat niet over. Als je een paar keer in een hemd gezet wordt. Dan denkt na een tijd ook, ik ga niet meer zoveel zeggen. Ja, ja, dat is Dan denkt je... fuck it. Hey. Over communicatie ja. bij Peter Weinberg weet ik niks, maar uh, we hebben twee bondscoaches in België. Eén die opereert op zijn minst zes maanden van het jaar vanuit Spanje. Hoe leg je dat uit? Waar is die communicatie? Hmm. Als jij, ik merk dat en ik doe dat niet. zeggen, stop, maar ik hoor dat je video's moet sturen. Dat is gewoon omgekeerde wereld, of niet? Kun je je even voorstellen. Uh, Roberto Martinez, die zat ja, ook al in het midden. de Azar speelde zijn goede match. Die slechte match, je gaat hem niet doorsturen. Hè? Ik volgde alles. Maar ik ging niet op die grote concours op die wereldbekers rondhangen. Dat deed ik niet. Ik volgde ze. Maar ik probeerde wel voor opvolging te zoeken. Nieuwe combinaties. Ik zeg niet dat ze dat hmm. slecht. die dat winnen hebben gelijk. Dus ze doen het goed. Ja. Klaar. Maar ja, eerst en vooral is dat ook alweer een van de redenen. Ik heb, ik heb dat 25 jaar of zeker, ja, we hebben geteld, lang gedaan. Altijd naar het hotel en altijd onderweg. Maar als bondscoach en je wilde bikken volgen, zitten weer een hele tijd weg. Dat was ik een beetje Ja. ja tuurlijk. En, en goed, ja. Dat zijn nog een paar dingen. Waar ik niet wil over uitweiden, dat, dat, dat ik niet. Ja. Dat ik toen de streep getrokken heb. Van... Ja. Um, om af te sluiten. Ik vind... Um, het, van, het komt van Pieter de Vos. Hij zegt... Uh, vroeger um, was Dirk um, zeer uh, streng voor mij. Maar, zegt hem vandaag, uh, twee dagen nadat ik op coco ben geweest, hem, belt hem mij um, en hij geeft mijn haar fijne analyse van wat ik heb gedaan, wat hij is, en hij, hij zit er zelden, nooit naast. Nog twee andere mensen zeggen uh, quasi, uh, quasi hetzelfde. Dan, dan, ik heb zo'n beetje het gevoel van bij, van bij Annick Bijloos dat ik een job aan het creëren ben. Eh, Annick Bijloos uh, spreekt fenomenaal over haar, over haar inzicht en, en discipline en, en die blijkbaar toch ook wel wat resultaten heeft opgeleverd. En dan denk ik, tjue, 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 hebben we dan een kans? Hebben, hebben we dan een kans gemist? Hebben we dan als sportorganisatie een kans gemist? Uh, de, uh, misschien is het ook niet onze, onze taak, ze de gemeenschap beter te omringen? Of is er, ligt er nog, ligt er nog uh, ergens... Ik denk dat niet. Nee? Nee? Ik... Want ik heb, nadat ik stopte bij, bij België, heb ik een paar andere aanbiedingen gehad. En dat uh, ga ik ook niet... Ik, ik denk, maar ik zeg nog, ik mag geen uitspraken meer doen. want ja. ik, ik ging niet meer rijden en ik ben toch weer aan het rijden... <laughs> Uh, en ik ging geen bondscoach worden. Ik ben het toch geworden, maar ik zie het mij niet meer doen. Uh, of, of moet er anders aan toe gaan? Maar ik, ik denk niet dat anders. zal... Ik denk dat nee. niet. En... Het gaat ook nooit anders of nooit heel veel anders meer zijn, waarschijnlijk. Ja, dat... maar... Weet dat, ik, ik, maar voel het ook niet zo bij, bij. En ik wil niet negatief klinken. Ik vrees. Ik vrees. In al onze euforie dat we een beetje de kant op aan het gaan zijn van ons Belgische voetbalploeg en dat de Hollanders ons het aan bellen. het in alle zijn en dat Jos er kwam en alle respect voor Rob, een goede kamerad. Ik heb hem ook gebeld en, en ja, ik heb er mee getraind. Maar met Jos zag het toch weer en als je dat zoveel jaren doet zoals Rob, ergens begint dat een beetje slijt op te komen. Sleet op te komen. Maar, uh, ja, ik, ik, zie, ik, ik zie het. Hier. Als je hier nu in België, hier lopen ze ook allemaal bijna bij de vlaggen rond, en ik zie het niet. Hoe naar kampioenschappen terug toe, naar de volgende Olympische Spelen. Dat is de negatieve. Ze zeggen ook dikwijls, ja. ik weet niet of jullie er horen, dat ik nogal negatief ben. Ik probeer realistisch te zijn. Hmm. Maar als je de realistisch zet ze, ze dikwijls negatief, want dan zie je niet alles door een roze bril. Okay, we hebben een paar fantastische jaren gehad, uh, ja. maar die cyclus is nu bijna door, zeker. Ja, nee? je hebt uh, een paar sterke ouders die een beetje minder gaan worden en nu moet de rest weer komen. En, ja. Dat zal weer even duren. Ja. ja. Mega mooi bruggetje. Sorry, Dirk. Um, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Um, heb Chasing the Dream gezien? Uh, ja, 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 ja. Chasing Eén aflevering the Dream? GCTV, um, ah, over ja. de 125 riders, routers in de in Global Champions League. je ze gezien? Ik uh, uh, heb ze yeah. nog niet gezien. Ja? Wat vinden? Oh, wat hebben uh, we gezien? Eén aflevering. Ik heb één aflevering gezien, ja. Oké, okay. eerste gevoel? Ja, ik zie dat graag, hè? Sowieso, ik zie dat graag. Mag uh, je sturen naar mijn bericht dat ik je enthousiast ben dat en nu uh, nu nee, 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 Ik heb ook ah, ja. een paar kritieken gegeven. Ja, 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 ja. ja maar ja. Ik heb nog maar één aflevering gezien. Ik heb nog maar één aflevering ja, gezien. Trouwens ook over de Oceaan. Even kijken met Gert Verrijen. Ja, ik heb het al gekeken. Mega ja, mooie. Twintig procent. Ik heb toch ja, 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 um, um, ja, met Gert Verrijen. Ah, ik ben zot van Gert Verrijen man. Allee, ik heb namelijk Kowalitsch. Ja. <laughs> Hey, Anne ja, ik, ik, ik... Nee, maar, maar ik vind dat gewoon. Ik, ja, ik weet dat niet. Die vrouw zit er voor haar leeftijd ook. Nee, groot probleem. Maar ja, goed. Voordat we nu. Afkomst. Oh. Ah, oké. Okay. Ja. Best Vlaams. Oei, oei, oei. Die zit er toch wel. Pas dat met een beuk op de grond niet. in de auto? Um, GCTV, Chasing the Dream en Pursuit of Greatness komt eraan met Peter Felixson. Um, heb je toevallig die van uh, Marcus Ening gezien vorig jaar. Mm. Dat moeten we nee. wel zien, maar die met Peter Freekson die eraan komt is wel heel straf. Um, en er Geweldige is. Ik oh, Echt, ik denk acht episodes over hoe dat Peter Freekson werkt. Zijn leven, zijn trainingsmethodes. We, sorry dat ik je onderbreek. Wat weer we, het mooie is om Pedder. De eenvoud. Ja? Dat vind ik altijd zo mooi. We hebben Pedder jaren meer gezien. Bij, dat hebben niet beste maatjes geweest, maar ik kom met mijn X tegen. Eenvoud, de is, ja. dat vind ik zo mooi. Ja. En dus die kunnen uh, ontdekken. Um, en er is een promotiecode. Als je nog geen um, abonnement hebt op GCTV, 20% korting, op zowel de livepass als propass. En de 31 euro is de andere boven de 100 euro, 20% korting. Als je de kortingscode 2M1P gebruikt. 2M1P. En als je al een, uh, een, een oh. ding hebt. Een... Als je ze moet verlengen, denk ik dat, dat ook nog, uh, nog kan gebruiken. Nee, dat kunnen we niet regelen. <laughs> maar dat wil, dat wil ik wel zeggen: toeschouwer. Praag, daar wil ik wel eens naartoe als toeschouwer. Dat wil ik eens live zien. Ja. Dat maakt indruk op mij. Dat, ja, dat was al. ook wel echt. En hey, dan gaan we samen ja. voor Pieter de Vos supporteren. Ik ja, vind dat super in elkaar gestoken. Ik had dat vroeger bij Barcelona. Barcelona is weer typisch FI. Met iets beginnen achteruit lopen Ja, deze. Weet je, vroeger... Vroeger Barcelona dat was op zaterdagavond die finale. Dat was sfeer. Was... Ja. Nu is dat op zondag. Dat is meer hetzelfde. Iedereen... Hop, direct vertrekken. Toen zaten... Je werd er toch op zaterdag, of? Nee, yeah. nee. <laughs> ja. <laughs> er al geweest op zaterdag. Daar vanacht, vanachter, he. achter die ja, drie op dat straatje. Dat was gewoon een geweldige sfeer en dat moet toch blijven? En ik vind, als ik, als ik Praag zie, dan vind ik, ja, dat, dat moet ik wel. Daar wil ik als toeschouwer gewoon eens naartoe. Dat vind ik, ja, top op. Wat was de kortingscode? 2m1p. 2m1p. Maar ik ben al geabonneerd. Dus... Ja, maar ja... Die... Oké. Okay. Wie had er nu nog op... Oeh, uh... oh, 3 uur 29. En 30 seconden. Nee, 30, ja. ja. Ik uh, heb er altijd wat van, hè. Hey, we laten de camera's al vroeger lopen, dus het is altijd iets minder. hè. Ah ja, klopt. We hebben nog een stukje dus... voorkomen ook weer al. Ja, want het is... En deze stukje van die kortingscore zou ik misschien ook even knippen. Ja. Nu laten staan ook, maar even van voor misschien ook zetten. Ja. Omdat... Ja. We zijn de nog niet rond, hè. De global in onze... Met mijn job nu hebben we nog niet, hè. <coughs> Is je nou, ben ik nog engstenhouder. Dus. Maar iedereen wordt engstenhouder tegenwoordig, waar is er dat aan dan? Van vorig jaar al. Hè? Iedereen wordt engstenhouder. Ikzelf die engsten laten dekken. Nee. De Vind je het leuk? Ja. En ze rijden en ze laten dekken. en dat is niet leuk. alles. Dat, dat is plezant. Wie, wie, wie staat hier? Omano. Goddard. Die hebben we dan zelf gefokt. Daarmee ja. is dat gekomen. Ja. Weer heel stom. En dan Quintino. De cabri. was trouwens wel een vraag die we kregen. Ik heb nog niet te veel... Uh, we hebben eigenlijk lezers, veel lezersvragen uh, besproken. Lezersvragen? Uh, ah, nee, sorry. Kijkersvragen. Oh. Nee. Um, maar dat is ook, ook voor u. Codor um, en Omano, hoe gebruiken? Stuurde iemand. Wat voor, wat voor een hengst, Mary. Ja, en, en wat, <laughs> wat, voor, wat, wat brengen ze, denk je? Wat, hoe zitten die hengsten in elkaar? Zeg... Ik echt... oh jong, als je wilt zijn, moet je op die hoogte kunnen antwoorden. Er zijn antwoord, die er geld voor betalen. Hè? Ja. Ja, en veel. Hè? Maar goed, dus, uh, Cote is groot. Dus. Zijn vader neemt afscheid in Amsterdam. vond ik ook al zelden. Mega, mega. Dat was nu een paard die op, opviel door zijn eenvoud. Ja. Daar weer, toen Cotador op de hengstekeuring kwam, BWP, weet je dat de meeste mensen... karambol. wat is dat? Kan dat nou. kennen ze hier niet, hè. Maar zo'n paard, jongens, zo te rijden, zo'n zo droom van een paard. Zo'n manier, zo'n... Beginnen geen een show, geen een spektakel, maar gewoon de eenvoud, het plezier. Dus, um, we zijn uh, voor Karambol uh, voor een, uh, een afscheidsvideo aan het maken. En we maken een interview met Willem met de groen en met, zijn, met, met mijn vader, Jan Greven. Ja. En, ik um, weet niet zeker, door omstandigheden is hij niet in Barcelona, waar zijn de laatste wedstrijd springt, maar hij kijkt... Um, op horst en hij raakt ergens op de Franse Kliepmahors terecht in plaats van de Engelse. En hij hoort daar Philippe Lejeune junior um, uh, praten, terwijl hij karambol de rondspringt springt, en hij, hij, Lejeune zegt, wat een eenvoud. Die eenvoud van dat paard is toch ongelooflijk? Wow. Moet je eens kijken. En Jan Greven zit daar in die stoel voor mij, als, als we een interview doen, en die mensen die krijgt gewoon een tranen in zijn ogen als hij praat over hoe dat Philippe Lejeune junior de eenvoud van dat paard onderstreepte. Ah, oh, dat is zo mooi. Ik, hij was zeven jaar Karambol. en toen zag ik hem de eerste keer bij Willem in Bonheide. en toen heb ik direct gezegd van deze wil ik vullen. ja, ik was verliefd op het paard. Ja. En ik denk Cottadorus, ja, die is een moeder natuurlijk ook, die is groot, maar ik heb nooit zo'n paard gehad. Ook die eenvoud, die handigheid, die is bijna een groot en je, je kunt hem rijden als like een pony. Ja. En en daardoor rij ik vandaag nog ik wil daar nog iedere dag van genieten en ja maar te veel mensen willen het spektakel en willen maar ja goed dat is een eigen ding ieder moet doen wat dat hem zijn eigen goed mee voelt dat is toch nog een redelijk spectaculaire Allee, van zijn eigen al ja ja die ja. heeft toch altijd dezelfde mooie ja ja, sprong, ja, ja ik, 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 en... ik weet uh, uh, ja, ik, ik, ik heb dat, hem ooit dat... gezien een keer ik denk ergens op naar of zo gezien vier of vijfjarige een klein bakje gij erop en dat was, dat was echt prachtig. Maar je kunt... Die, die, die kan galopwisselen om de pas, maar ik heb die nooit moeten leren. Die deed dat gewoon. Daarom zijn we ook met die hengsten begonnen. Omdat... Ja, ik zeg, dat is een hengst. Omdat ik, ik... Ik vind hengsten... Er zijn zoveel hengsten, maar er zijn weinig vaders. En dat zou een vader kunnen zijn. Die... Hier ben ik. Ja. En die heeft dan van nature heel veel mee. Karambol, Diamant? Diamant. Is dat uit Billy ja. Ah, oké. Okay. Ja. En, en goed, ja, dat is, dat is dan weer zoiets. En dan heeft een twee jaar bij Erik de winter gedekt. Maar we hadden dan hier dan toch nieuw gebouwd. En ik wil hem dan toch blijven rijden. Dus, dus hebben we daar nog maar even een dekstation bij gebouwd. Ja. En Omano staat hier, maar nog steeds in eigendom van ja, de Amerikanen. Ja, ja. Ja. Blue chip. ja Normaal doe ik dat niet. Ik rij normaal niet meer voor eigenaars. Want dat is. Maar door omstandigheden met je roens in voeten te breken en zo en, heb ik dat gedaan. En ik heb nog majo van, van, van Jeff de Vogel. Maar anders, uh, ik heb van de week ook nog telefoon voor een aanbieding. Niet, dat doe ik niet Nee, nee, dat doe ik niet. Als er morgen iemand mijn Grand Prix paard, bij je op de. Nee? Nee, ik zou niet weten de welke. <laughs> nee, nee maar, maar stel nu dat er, dat er um, hier de kans voordoet dat jij met een, een paard van iemand nee. uh, 2023 in Aken de Grote Prijs kunt gaan rijden. Dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen. Dat weet je wel. Waarom niet? Poh, ja, waarom? Ik, ben dat allemaal, ik heb dat allemaal gehad, die mensen. En, 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 ik wil gewoon mijn eigen ding doen. Ik heb vroeger, en toen reed ik nog wel voor eigenaars, maar. Die man belde mij en die zegt: Ik heb het beste paard van België. Zegt hij. Ik zeg: Dan zit je het, het verkeerde adres, want dan kan ik lang niet goed genoeg voor om op dat paard te zitten. Ik heb het ook niet gedaan, ik ben er ook niet naar gaan kijken. Ook niet. En is, is gebleken dat een ja, heel. Ja. Okay. Het was wel een goeie paard, maar het was niet het beste paard. Maar het ja. was wel een goeie. Ja. Maar hé, hey, kom he. Ja. We, we zullen het afstappen, maar ik... we waren toch Bondscoach Federatie. Hè. Een van onze ondervoorzitters van de federatie, hè. en dan had ik kunnen zien wat een naïeve kloot dat ik ook dan weer ben, die zei: Sport, dat is politiek. En toen ben ik natuurlijk, want ik zit zo niet in elkaar, sport is sport voor mij. Weet je. En ik je kunt dat niet geloven hoe dik was dat die woorden van die man door mijn hoofd spoken. Maar heeft hem gelijk? Ja, 100 procent. Spijtig genoeg, maar het is zo. Maar dat is niet alleen in onze sport. Ja. Ik volg heel veel sporten. Ik ben, dat kan gaan van golf, van tennis tot autosport. Van, ik ben allemaal in de mate van het mogelijke. Maar ik, ik interviews hoe, hoe, hoe die gasten denken. En, en dan zie je die, 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 die affaire Hamilton Verstappen, den, de federatie. De, ja. Dat is ook allemaal politiek. Politiek. Ja. politiek. Dat is dus ja. Spijtig genoeg, maar... Het is ook zo dat de beste politici slechte politici zijn. Ja. En helaas, omgekeerd ook. De hm. beste politici zijn slechte politici. Dat is, maar je is maar wel ik wel, ga niet in de politiek. Ja. Um, Dirk, wa, Louis, er jij nog iets? Ja, nog heel veel. Mee. Ja, dat is het gekke eraan. Hè. Um, Wam, wam. Ik, ik, ik ben wel gepakt van de gaas dat je nu zegt. Nee, als er een paard uh, komt voor, voor in Aak te gaan springen, doe, doe ik het niet. Wam, wa, wat is dan uw ambitie nog? Sportief? Oh, plezier hebben en zien wat een toekomst brengt. Ja, zo een kodde, ik heb d'Or en ik heb Carrasco. Carrasco is een halfbroer, dat is een cornet. Die hadden we eigenlijk ook hengst willen laden. Maar... Die had net iets te veel van. Zijn grootvader. Ik voelde de grootvader. <laughs> en en dan, uh, dan deze, die ook al wat grijzer is en zoveel jaren ouder, hebben gezegd: dat gaan we niet doen. Ja. En als Ruin is hem wel nog een beetje speciaal, maar, maar denk ik ook een paard met veel toekomst. En ik wil met die, die paard een beetje zien: op termijn, hoe ver kom ik nog? Wil ik dat nog? En is dat niet zo, dan geef ik ze aan niemand op dan ga ik in een tribune zitten. Genieten. Ik weet niet of het een Belg gaat zijn. Maar... Ja. Nee, een tribune zitten. Op... Ga, ga, ga dan dat... wel komen kijken? Dan kom ik kijken, maar ja. ik ga me niet mooien. Ja, dat ga ik niet doen. Oké. Okay. Niet mooien. Um, merci. Het is, een, uh, ik denk, onze langste sessie. Oh, jo, dat je ja. ik, ik had Ik had je gezegd dat je dat niet moest doen. Ja. Dat je wil niet luisteren. En we hebben dan nog niet een erg, massa die, uh, niet, niet besproken. Door um, de mensen die tot nu toe hebben gekeken en geluisterd. Chapeau. Dank u wel Louis. jij bedankt. Beterschap Lijker, ook is niet. Uh, opgaat in de omgeving. in de, omgeving. <laughs> in oh, de gordijnen ja. opgaat. Normaal tot dezelfde kleur aan van trui. als de gordijnen bij de mensen. Nog niet opgevallen? Jij die geen gordijnen? Maar bij Jos Lansing ging ik mee op in de gordijnen. Bij wie nog? Dan, dan heb je oh, niet al veel leeg Ik denk bij, bij, bij Kemperman geen. Eigenlijk mee. kan je ook dat blauw op dat zwart. Ja, nee. Toevallig. Waar, was mijn jas of mijn, mijn trui? altijd hetzelfde als een gordijnen? Ja. Ja, ja, goed. Dank u wel. Maar voor de rest. Ziet er goed uit. Het hoes, hè? Ja, merci. Jij, merci. Uh, veel beterschap gewenst. Onze volgende gast hebben we nog niet. Maar we moeten nadenken over Paul van den Bos. En hij daarnet net de nog een naam genoemd dat ik dacht, verdorie, moet ook naartoe gaan. Um, maar goed, zullen we nog nog eens over nadenken. Voor de mensen die nu nog aan het kijken zijn, chapeau. merci. Tot de volgende keer. Bye-bye.